Welkom bij de opname van 13 oktober. Staat dat aan? Ja, toch? Ja. Ja. En staan die dingen goed? Die dingen ja, eens. ja, ja. Sorry hoor voor de check. Ja, dat goed. moet. Dat Om uh, 19 uur 16 gaat het weer van kleur wisselen als we bezig zijn. Die camera's. Wat van kleur wisselen? Soms lijkt oh, jij heel nee. grauw. Nee, dat komt gewoon door. Uh, oh, ik moet even zo in het midden. Dat komt gewoon door. Uh, die, ja, kijk. Dus normaal wanneer je een camera koopt, dan staat die op auto. Dus hij is nu afhankelijk van hoeveel licht en kleur er is. Gaat hij zelf de licht en kleur aanpassen. Mm -hmm. En wanneer ik dan later het upload, dan, uh, dan zie je dat dus. Dat hij soms van licht en kleur aanpast. Soms wordt het donkerder, soms wordt het lichter. Dat, zeg je, ja. dat zag je heel goed in de zomer. Er was een aflevering waar jij de zon op je gezicht had. Weet je die aflevering nog? Ja. Daar zag je net, Dan gaat hij lichter en donkerder worden. Maar ik moet eigenlijk die instellingen vast hebben. Dat hij vaste instellingen heeft. En dan neemt hij altijd hetzelfde op. Maar dat kan je alleen in ruimtes waar je licht altijd hetzelfde is. Hier is dat niet zo, want soms is het uh, donker uit het raam en soms is nee, het. Nee, nu blijft uit het raam. wel donker de hele avond natuurlijk. Dus. Ja, maar het uh, komt wel goed. En ik moet uh, letten op deze microfoon. Soms valt er een woordje van mij weg, ja. omdat ik net zo sta. Nou, we gaan het natuurlijk hebben over Israël-Palestina. Ja, waar gaat het tegenover, tegenwoordig anders over? Ja. Het heeft onze hele nieuws gedomineerd deze week. Uh, ja, onze hele verkiezingen gaan erover, denk ik. Ja, ze hebben op zich echt, ik luisterde zo'n podcast en blijkbaar heeft die Churchill of zo ooit gezegd van events, sir, events. En daarmee bedoelde hij, het verkiezingen draaien gewoon om events die gebeuren en daar moet je gebruik van maken. Ja. Nou, dit is zo'n event wat rechtse partijen heel goed gaat uitkomen. Ja. Want die linkse partijen zijn nu super verdeeld. En ja. er trekken mensen zich terug en dit en dat. Want ze hebben natuurlijk veel allochtonen, ook in de gemeenteraden en zo. Mm -hmm. Ik had al begrepen dat die Tovik Dibi super kritisch was op GroenLinks. En GroenLinks en PvdA zijn nu samen. PvdA is historisch gezien altijd pro-Israël geweest. GroenLinks is historisch gezien altijd pro-Palestina geweest. Dus die fracties hebben allemaal een beetje ja, achter de schermen discussies. Ja. En ja, dat gaat wel voor verdeeldheid zorgen. Ja, ik vind het echt domme discussies. Het zegt uh... Ja. En rechts is heel ja unaniem. VVD is gewoon unaniem. Pro-Israël en PVV uh, ook. Ja, alleen FVD, FVD is deze week ineens super verstandig. Dat is ook uh, raar. Ja, nou dat is toch logisch? Want ze kunnen zich niet vinden in de Joden, maar ook niet in de moslims. Dus dan zijn ze onpartijdig. En je hoort hierin ook deels onpartijdig te zijn om een soort van rationele uh, mening erover te hebben. Dus ja, dat komt dan goed uit. Veel vijanden hebben, met niemand vrienden willen zijn. <laughs> en denken dat Joden de wereld overnemen, maar ook dat moslims <laughs> Europa gaan overnemen, is een goede. Weet je, dan uh, sta je niet aan beide kanten hè? en dan kun je ja. inzien dat het beide gewoon... Uh, Jerry had zo'n speech in de, ik weet niet, er was zo'n video van. En alles wat hij zei, elk woord, dacht ik, oh ja, dit is echt... Heel goed zeg maar, zo zou ik het precies ook zeggen. Gaat ja, het had vooral over de burgerslachtoffers ja. en dat we als Westen juist ons best moeten doen om het juist te stoppen. Niet olie op het vuur gooien, niet uh, zeggen van nou het is een duidelijk goed en kwaad, want dat is er gewoon niet. Nou, alles waarvan je denkt van ja, daar ben ik het eigenlijk ook mee eens. Maar goed, uh, ja, wat vinden wij ervan? Wil jij beginnen? Mm. Nou laten we beginnen bij het begin, hoe het is begonnen: het begon met een terreuraanslag van Hamas. Ja, nou, het uh, begon 75 jaar eerder, maar goed. Het begon met een uh, terreuraanslag ja, van Ja, uh, maar Hamas. er was wel een, uh, hoe noem je dat? Er was toch op, tot nu toe gewoon vrede, of de, de laatste jaren was er vrede. Je kon gewoon als toerist daarheen. En... Oh nee, er was, uh, ja, kijk, dat vind ik dus, dat vind ik dus het jammer hieraan. Want de laatste jaren was er geen vrede. De laatste jaren... Er was in ieder geval geen oorlog, toch? Ja, maar los van dat er geen oorlog was, zijn er gewoon... Er zijn, er zijn de laatste jaren echt fucking veel shit gebeurd. Er zijn de protesten geweest waarbij, kijk de de Gazens die zitten vast hè? Het is gewoon zoals heel veel uh, NGOs en uh, mensenrechtenorganisaties vermeld, dus het te vermelden zitten ze gewoon een, in een open lucht Ja, daar zijn alle soorten van Amnesty en zo is daar overeens precies, toch? I iedereen precies, is En daar veel overeens. van die mensenrechtenorganisaties zijn er ook eens... dat er apartheid heerst in uh, Israël. Ja, dat, daar, is een vrij... dat kan echt niemand betwijfelen. Nee, toch? dat, dat kan niemand. Ja, dat kan niemand betwijfelen inderdaad. En er zijn de laatste jaren zijn er gewoon heel veel protesten geweest. Er zijn bijvoorbeeld de, de Even kijken, van 2008 tot uh, weet ik veel wanneer zijn er de Gaza-protesten geweest waarbij alle burgers dus richting de, de muren gingen trekken en gingen protesteren. Uh, tijdens die periode zijn er afschuwelijke dingen gebeurd. Ik bedoel, het leger heeft gewoon, op, uh, gewoon met snipers mensen neergeknald. Mm -hmm. En er zijn toen ook gewoon uh, heel veel beelden uh, gekomen van... Ja, soldaten die dan gewoon, gewoon door een sniper kijken. En dan zit ze een telefooncamera nog door de sniper. En dan filmen ze hoe ze bijvoorbeeld een kind neerknallen. En dan gaan ze met z'n allen stuk. Weet je, dus die, dat soort dingen zijn er ook gebeurd. Of uh, ja, uh, de... de ik, ja, sorry, ik ben haar naam even kwijt. Die journalist. Ja, ja. Het is echt slecht dat ik haar naam kwijt ben. Even kijken hoor. Ik, ik, ben haar ik wil haar, haar wel weer aan doen. Uh, Shirin, uh, Shirin Abu Akla. Mm. Ja, Shirin dus. Van uh, ja. Al Jazeera was zij, toch? Ja, zij is ook neergeknald. Dat was een christelijke uh, Jordanees, volgens mij. Die is neergeknald door Israël. Is dat per ongeluk gaan, bewust? Want... Uh, ja, ik... het maakt mij echt vrij weinig het. uit. Als je schiet op plekken waar er journalisten zijn, dan ben je al slecht bezig, als het ware. Ja. Uh, sowieso als je schiet, ja... Ja, yes. maar los van dat, zij is vermoord, uh, Israël is amper op de vingers getikt, het is zo weer verdwenen uit de nieuwswereld. wereld. Vervolgens heeft zij een begrafenis gehad. Zij was heel erg groot, zij was heel erg bekend ja, in Gaza. Ja, ze was heel geliefd. Want zij kwam op voor, met gevaar voor eigen leven, wat uiteindelijk gewoon er toe heeft geleid dat ze dood is, kwam zij op voor die mensen. En mensen kwamen naar haar, uh... begrafenis. Kwamen naar haar begrafenis en de IDF heeft, heeft die mensen gewoon helemaal in elkaar getrapt. Gewoon helemaal in elkaar waarom? getrapt. waarom? Ja, en dat is, dat is dus ook gewoon bijna niet in het nieuws gekomen in Europa. En dat nee, is gewoon... ik heb er echt niks van meegekregen. Nou, ik, ik kan het je laten zien. Terwijl even ik even alle kijken. nieuws volg. Uh, even kijken hoor. Shireen, uh, funeral. Funeral attack Maar waarom doen, doet IDF dat? IDF dat? Uh. Israeli police have attacked mourners and pallbearers at the funeral of the palestinian american journalist shireen abu akleh in jerusalem The al jazeera reporter was shot in the head while covering a raid The police fired stun grenades and pushed the crowd back Many rush for Is <laughs> Mensen ze slaan met stokken. Kijk, mensen houden een grafkist vast. En ze slaan de persoon die de grafkist vast heeft. Slaan ze. Oké? Okay? Dat is echt raar. Ja, en dit is gestoord. En los daarvan is alles wat Hamas doet... even gestoord. Alleen het jammeren vind ik dat Hamas... dan zodra Hamas iets he heeft gedaan... dan is het van... Extremisme, moslims, Gazans, moslims. Deze mensen zijn raar. Deze mensen zijn barbaren. Deze mensen zijn extremistisch en weet ik veel wat. Maar bij het IDF en bij, het Joodse, uh, bij de Joodse regering. Het is gestoord dat er een regering is. waarvan we weten dat het een apartheid is. waarvan we weten dat het een extreemrechtse genocidale regering heeft. en gewoon mensen letterlijk in een open lucht gevangenis houdt. als dat geen. Ja, hoe zal ik het zeggen? Als die mensen niet leken op westerse mensen, dan hadden wij dat nooit goedgekeurd. En dan was Amerika dat land al lang binnengevallen. Gewoon letterlijk allang binnengevallen. We hadden dat van niemand anders gepikt die niet lijkt op onze westerse samenleving. En daarmee zeg je eigenlijk als westerse samenleving van. deze dingen zijn prima. Zolang je maar. Want dan hoor je die verhalen toch? Oh ja, maar. Weet je, homo's kunnen wel trouwen met elkaar in Israël. En het kan verder in uh, Noord-Afrika, kan dat nergens, of weet ik veel. Wat. En dan denk je van, ja, maar dan zeg je eigenlijk, zodra je dat zegt. Want dat is ook een jammer, hè? Mensen zijn boos om de jamaars altijd. Dat is ook een jammer. Dan zeg je eigenlijk van. Mensenrechten schenden mag. Zolang je maar, weet je, man-vrouw gelijke rechten. Israëli's zijn man-vrouw gelijke rechten. Als je een Palestijn bent, is dat niet zo. Homo's mogen trouwen en weet ik veel wat. Dus dan knijpen we een oog dicht. En dat. Is een soort van bewijs dat onze berichtgeving, dat onze nieuwsmachines extreem biased werken in dat opzicht, waardoor je dat beeld krijgt. En vandaag ga ik heel graag met. Ik ga heel veel mensen boos maken, maar ga ik proberen duidelijk te maken dat aan de kant staan van iedere van deze partijen. Uh, met, je, met je handen op je oren, zeg maar, met je vingers in je oren, om niet te horen wat ze allemaal hebben gedaan, wat jouw partij heeft gedaan. Uh, en dat je dat allemaal goed praat, dat het gestoord is. Beide kanten hier zijn compleet gestoord. En wij zullen in het Westen geneigd zijn om te denken dat de moslims het meest gestoord zijn. En misschien zal het wel waar zijn dat ze een stuk meer gestoord zijn dan de Israëliërs. Maar ik vind dat hoe gestoord... Ik zal geen Israëliërs zeggen ook. Ik heb net wel moslims gezegd. Ik ga wel Israëliërs zeggen. Israëliërs. Uh, de regering hoe gestoord Israëliërs is... Israëliërs klopt toch gewoon? Ja, nee, want heel veel Israëliërs die staan helemaal niet achter de regering. Net zoals dat heel veel Palestijnen niet achter de regering staan. Dus dat is ook heel jammer om. Zeg maar Netanyahu. Hamas... Ja, maar reis. het is heel jammer om Hamas te equaten aan Palestijnen. En het is ook heel jammer om IDF en de regering te equaten aan, um, aan, aan, aan uh, Israëliërs. Want, want, want Israëliërs gingen wel elk weekend protesteren, hè, totdat dit gebeurde. Dus ze waren niet ja. blij met ja, hun ja, eigen ja, ja Ja, precies. En, en Hamas heeft dat dus. Of Hamas. Palestijnen hebben dat ook, dus ook heel lang gedaan. Alleen um, wat belangrijk is hierin. Maar, maar ja, los van dat, oké, okay, er is een terroristische aanslag gepleegd. Hamas is uh, Israël binnengevallen. Israël heeft het no nooit zien binnenkomen. Hamas heeft fucking afschuwelijke dingen gedaan. Afschuwelijke dingen gedaan. Ze zijn, uh, ja, op, er was toevallig daar een uh, festival aanwezig. Ze zijn op een festival neergeland met fucking uh, paragliders en weet ik veel wat. En ze hebben mensen neergeknald. Als je pro-Palestijn bent, ik heb heel veel mensen in de groep gezien die durfden te claimen... Maak me zo fucking boos. Die durfde te claimen dat Hamas geen onschuldige burgers neerknalt. Geen vrouwen neerknalt. Of geen baby's heeft vermoord. Wie zei dat dan? Uh, oh, er waren mensen in de groep, in de normale groep. Waar de mensen die extreem pro-Palestijn waren. Mm. En dan ben je gestoord. Je bent compleet gestoord. Allereerst wil ik duidelijk maken dat het volkomen logisch is: volkomen logisch is dat wanneer je mensen hebt. In een openluchtgevangenis. Hetzelfde geldt al voor mensen in Israël. Die opgroeien in haat. Die opgroeien met beelden. van dat hun familieleden worden doodgemaakt. Of die hebben meegemaakt dat hun familielid is doodgemaakt. en weet ik veel wat. Wat dit doet met mensen. het wil niet zeggen dat je gelijk een psychopaat wordt. en mensen gaat neerknallen. maar het is volkomen logisch dat een deel daarvan zo gestoord, zo getraumatiseerd wordt, dat ze mensen gaan neerknallen. Dus door te claimen van, oh nee, Hamas zijn rationele mensen met mor moraliteit en weet ik veel wat... en die zullen nooit onschuldige burgers neerknallen, dat is onzin. Er zitten daar heel veel mensen tussen die intens veel haat hebben en wraakzucht hebben. En daar mogen ze volgens zichzelf, of misschien is het wel zo, mogen ze uh, ja, argumenten voor hebben, misschien Weet ik veel. Ben je drie van je kinderen kwijtgeraakt door een raketaanval op je huis. Maar dat maakt helemaal geen reet maar uit. Maar Israël voert toch geen raketaanvallen op, op Gaza uit? Tenminste, voor deze oorlog. Oh, jawel. <laughs> jawel, constant. Ik heb geen idee. Ja, echt constant. Waarom dat is heel vaak we... gebeurd. dan dan? Ja, omdat... Uh, je, eigenlijk om Hamas-doelen aan te vallen. Maar ze zijn hmm. daar niet... Um, ze zijn daar niet heel erg... Ja, ik kan, kan, je, laten zien, ja, kan je laten zien hoor. Uh, Human Rights Watch heeft... Ik dacht hele... dat er gewoon al jarenlang een ceasefire was, zeg maar... En, uh, nee. Een stop van de oorlog, zeg uh, maar. Human Rights Watch... Ja, ik vocht eerlijk gezegd helemaal niet. Kids, Gaza. Uh, even kijken hoor. Uh, oh, maar dit is allemaal... Uh, dit is allemaal van nu, helaas. Uh, ja hier kijk Human Rights Watch dit is van uh, dit is het oude die ik heb kunnen vinden 2021 dit is twee jaar geleden Human Rights Watch investigated three Israeli strikes that killed 62 Palestinian civili civilians where there were no evident military targets in the vicinity. Hmm. Oké, okay, dus dat uh, van wanneer is het bericht? Dit is twee jaar geleden. Oh ja. Je kan er nog heel veel meer vinden, maar nu komen alle resultaten die ik nu vind zijn twee uur, gel twee uur geleden, drie dagen geleden. Dus dat is van nu. Um, maar het, het, het gebeurt heel vaak. Mm -hmm. Het gebeurt vrij vaak. Uh, Israël is door verschillende organisaties, inclusief Israëlische organisaties, Israëlische NGO's, heel vaak gewaarschuwd, op de vingers getikt. En er is aan de buitenwereld duidelijk gemaakt dat ze um, ja, gewoon schieten op uh, burgerlijke doelen. Er zijn zelfs... Um, um, er zijn zelfs gebouwen van het UN en van het Rode Kruis. Die zijn zelfs neergehaald. Maar sommigen zeggen weer dat Hamas-express in die buurt gaat zitten. Ja, maar. Kijk, dan denk ik... Ik vind dat zo'n zo rare... Uh, ten eerste, uh, soms klopt dat, soms klopt dat niet. Er zijn heel veel rapportages geweest van... Uh, UN-werkers en van doktoren... die hebben gezegd van, luister, onze ziekenhuis is neergeknald. Mm -hmm. Ik heb al drie jaar geen enkel militant gezien... in de buurt van deze ziekenhuis. Weet je? Dus uh, yeah. soms... Uh, klopt kan het kunnen kloppen... en soms kan het niet kunnen kloppen, maar, maar... zodra je dat zegt... zodra je zegt van... oh, er is een ziekenhuis... er is een raket op een ziekenhuis gegooid, er zijn... Weet ik wel, 50 kinderen dood. En ik vertel dat. En dan zegt de tegenpartij van ja, maar Hamas verschuilde in dat ziekenhuis. Dan zeg je, dan zeg je eigenlijk dat het geoorloofd is om burgers en kinderen te vermoorden als je ook terroristen meepakt. Nee, dat zeg ik niet. Want uh, kijk, Hamas is een terreurorganisatie ja. die altijd aanslagen uitvoert op Israël. Dus ja. wil Israël dat hun burgers veilig zijn, moeten ze Hamas aanpakken. Mm -hmm. Maar als je Hamas niet kan aanpakken, omdat ze altijd burgers als schild gebruiken, ja. ja. dan moet je ze of niet aanpakken en al die aanslagen over je heen laten komen, nee, is of je moet ze aanpakken. Er is toch, nee, de, kijk, de twee keuzes kunnen niet zijn van je moet niks doen of je moet burgers vermoorden. Nou, hoe moet je ze pakken dan? Net zoals, hoe zou je ze. Stel je voor dat burgers in een gebouw zaten in New York? Uh, terroristen in een gebouw zaten met burgers in New York. Zouden we dat gebouw over opschieten? Nee. nee. Dus waarom wel bij Gaza? Dan zouden er duizend andere manieren zijn om je doel voor elkaar te krijgen. Maar in Gaza is het van. Nee, ja, het is gewoon, uh, ja, het is gewoon uh, weet je, collateral damage. We wilden deze drie uh, 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 terroristen neerknallen. We hebben daarbij ook 14 kinderen vermoord. Dus fucked up. En hetzelfde kun je ook zeggen over Israël hoor. Want bijvoorbeeld het, uh, het commandopost van het leger uh, van Israël... die staat midden in Tel Aviv. Midden in het citycentrum. En dat is waar Hamas over het algemeen zijn raketten naartoe schiet. Ja... Ja, dan kan je net zo goed zeggen van Israël, van ja, jullie hebben het precies in het midden van de stad gezet, jullie weten dat dat het, het doel is, dus jullie gebruiken de mensen eromheen, de burgers eromheen, als menselijk schild. Exact hetzelfde kun je zeggen. En dit hebben... Dat kun je ook zeggen. Ja, en dit hebben human rights, uh, human rights organizations hebben het ook gezegd. Maar het probleem is dat van de ene kant is het een terroristische daad en van de andere kant is het gewoon een leger die ingrijpt, want Hamas heeft geen, uh, uh, Palestina heeft geen leger. Gaza heeft geen leger. Dus het enige die er voor jou kan vechten. Als jij geen leger hebt. zijn enige die er voor jou kan vechten. zijn barbaren. Hoe komt het eigenlijk dat ze geen leger hebben? Elk land heeft toch een leger? Ja, maar Gaza geldt niet als land. Het is gewoon een hele kleine. Ze zijn gewoon daarin gepropt. Ze zijn gewoon daarin gepropt. En kijk, maar het, hebben ze het, nooit een leger gehad? Uh, nee, nee, niet echt. Nee, ja, vroeger wel hoor. Maar dat, was, dat kon je niet echt een bepaald een leger noemen of zo. Maar uh, ja, en wat ook zo is. Is dat. Kijk, dan is het van. Oké, okay, dan wat moet Palestina doen? Dus die mensen moeten gewoon in een openluchtgevangenis. Moeten ze gewoon. Ja, ze moeten gewoon daar leven. Dan is dat het idee. Weet je, als ze niks terug moeten doen, dan moeten ze gewoon daar leven. En dan zou je kunnen zeggen van hé, hey, maar misschien. Weet je, moeten we werken naar vrede en zo. En we hebben gewerkt naar vrede. In de jaren negentig was, was vrede tussen Israël en Palestina was zo dichtbij. Mensen dachten dat het letterlijk opgelost Hoe heet die fucking pri prime minister? Even kijken, prime minister. Ik ben echt slecht in Joodse namen. Uh, killed. Yitzhak Rabin. Oké, okay. Yitzhak Rabin was een... Uh, oh, laat me dit scherm hier zetten. Yitzhak Rabin was een... Een uh, 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 prime minister van uh, Israël. Uh, even wachten hoor. Even die schermen goed zetten. Uh, zo. Oh, Jezus Christus. Nou, in de jaren negentig had je een prime minister, Yitzhak Rabin. Dit was een uh, linkse uh, prime minister... Uh, en die had uh, de Oslo-akkoorden uh, uh, getekend. En de Oslo-akkoorden waren. Een uh, uh, peace. Uh, uh, um, peace um, ja, hoe heet zoiets? Een vredesovereenkomst tussen Palestina en, uh, en uh, Israël. waarin ze hadden afgesproken dat. Uh, Palestijnen bewegingsvrijheid zouden hebben en uh, 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 recht. Dat ze in principe dezelfde rechten zouden hebben. Dat ze samen zouden leven en ze zouden dezelfde rechten hebben. Hier zie je Richard Rabin met Arafat en Bill Clinton die hadden de handen geschud. En het was van: oké, okay, de delen van Palestina die we onrechtmatig hebben afgenomen, want er wordt dagelijks nog land gestolen, die we onrechtmatig hebben afgenomen, die gaan we teruggeven aan de Palestijnen. Oké, okay? de delen die we hebben gekocht, die houden we. Maar de delen die we hebben gestolen, die gaan we teruggeven aan de Palestijnen. En dan gaan we samen in vrede wonen. Oké, okay? Palestijnenakkoord, Israëlakkoord. De rechtse Israëliërs helemaal, helemaal gek geworden. Ze zijn helemaal gek geworden toen dit werd verkondigd. Want volgens het idee, volgens het, ja, volgens het jodendom zeg maar... Het uh, is het heilig land. Ja, yeah, kijk. De Likud-leader en future prime minister Benjamin Netanyahu accused Robin's uh, uh, government of being removed from Jewish tradition and Jewish values. Right-wing rabbis associated with the settlers movement, prohib prohibited Jesus, what the fuck <laughs> movement prohibited territorial concessions to the Palestinians and forbade settlers... Nee, soldiers in the IDF from evacuating Jewish settlers under the accords. Dus de prime minister zegt: van oké, okay, we gaan het land teruggeven. En de Joden die daar op gestolen land zitten, die komen terug. En de rabbis, de right-wing rabbis, die zeggen letterlijk: Het is verboden voor jullie om jullie land te verlaten. En die zegt tegen de soldaten: Rabbis zeggen tegen de soldaten: Van het is verboden voor jullie. Om Joden vandaar te evacueren om dat land terug te geven aan de Palestijnen. oké? Okay? Dat is net zo gestoord als een imam die tegen het leger in een land die het leger in een land commando's geeft. Net zo gestoord. Letterlijk net zo gestoord. Is net zo gestoord als een imam die zegt van jullie mogen jullie land niet teruggeven aan de Joden, want het zijn Joden. En het staat tegen Islamitisch, en weet ik veel wat. Dan ja. staat er. Some rabbis proclaimed din Rodev. based on a traditional Jewish law of self-defense against rabbin, personally arguing that the Oslo Accords would endanger Jewish lives. Din Rodef is basically a fatwa, wherein you say that this person, our prime minister... onze prime minister, rabbis zeggen, onze prime minister is een gevaar voor Joodse levens, want het weggeven van land, Joodsland, is heiligschennis. Dat is wat ze zeggen. Mm. The National Religious Conservatives and Likud Party leaders believed that withdrawing from any Jewish land was heresy, is heiligschennis. Hebben ze Din Rodef aangekondigd. En Din Rodef betekent letterlijk, jij, mag de, jij moet de prime minister vermoorden, want hij staat uh, tegen de Joodse... Uh, interesses, als het ware. Mm. Het, is, het is letterlijk een fatwa om te zeggen... dat die, wordt vermoord, dat die moet worden vermoord. Vervolgens zijn er protesten. En die tegen, uh, tegen, tegen Rabin... zijn er protesten. Netanyahu... die leidt die protesten. Netanyahu is extreem-extreem-rechts. Die leidt die protesten. Die loopt, letterlijk, die loopt letterlijk rond met een bord... waarin je Rabin's hoofd ziet... met een vizier erop... Die loopt letterlijk rond met een grafkist waar Rabin dan in zit tijdens die protesten. Hè? En vervolgens, een week later, wordt hij neergeknald. Wordt mm. de prime minister vermoord, Geassassineerd -ge -ge letterlijk. En tot op de dag van vandaag staat deze assassination bekend als de meest, um, ja, hoe heet dat? De meest effectieve assassination ooit. Want Israël en Palestina waren op weg naar... Vrede. Ze waren letterlijk op weg naar vrede. Ze hadden elkaar de handen geschud en ze hadden afspraken gemaakt. Israël zegt van oké, okay, we hebben land gestolen, we gaan daarmee akkoord, we geven dat land terug. En Hamas, eh, of Hamas, Palestina zegt oké okay, prima, weet je, handen schudden en weet ik veel wat. Netanyahu, de re rechtse rabbis die denken, het suck my dick, want die gaan, die Palestijnen gaan precies geen reet krijgen, zorgt ervoor dat hij wordt neergeknald En de persoon die letterlijk... Ja, hier in Nederland zou dat gelden als iemand le als iemands leven bedreigen. Als Mark Rutte met een bord zou lopen. Met een vizier op Wilder's kop. Zouden we, dat die zouden we Mark Rutte gewoon aanklagen? Dat is wat we zouden doen. Maar wat gebeurt er? Netanjahu wordt pres president. Netanjahu wordt president. Er wordt veel en veel strenger opgetreden tegen uh, de Palestijnen. Er wordt een hek om ze heen gebouwd. Een muur om ze heen gebouwd. En er wordt een openluchtgevangenis gebouwd. In diezelfde periode, wanneer. De Palestijnen inzien dat er helemaal geen vrede te bepalen, behalen valt. Yasser Arafat en de PLO, die deden ook wel terroristische aanslag of zo, maar veel milder dan Hamas, die uh, verliezen alle populariteit en Hamas neemt de macht. En sindsdien is het een openluchtgevangenis waarbij er alleen een militia is, een gestoorde militia die tegen jou wilt vechten. En dit hele deel van de geschiedenis, waarbij vrede zo dichtbij was, maar het letterlijk door religieuze. Extremisten die nu aan de macht staan in Israël, dat daar een stok voor is gestoken. Dit weet niemand op de een of andere manier. Op de een of andere manier zit dit niet in de media of zo. En op de een of andere manier kunnen wij Israëliërs, tenminste de slechte Israëliërs, niet op dezelfde afschuwelijke manier bekijken. De extremistische uh, gelovigen daar, de religieus extremisten daar, kunnen we niet met dezelfde haat en nijd en afgunst bekijken. Als dat we dat kunnen doen bij de moslim-extremisten. En dat is wel wat we moeten doen. Dat is wel wat we moeten mm, doen. Want dat dat, dat gebeurt wel handig. redelijk. Want voor deze oorlog waren er heel veel podcasts en zo die hierover gingen. Dat de, dat de heel orthodoxe Israëliërs eigenlijk het land aan het overnemen waren. Omdat ze ja. acht kinderen krijgen. of Ja, tien. ja er is wel media-aandacht. Ik zeg niet dat er nul media-aandacht is. Maar stel je voor dat de rollen waren omgedraaid. De acties zijn exact hetzelfde, hè, maar de rollen zijn omgedraaid. In plaats van Israël aan de macht en weet ik, die al deze dingen doet, zijn het Palestijnen aan de macht. En in die openluchtgevangenis zitten Israëliërs, Oké? Okay? Zouden wij nog zaken doen met Israël dan? We zouden geen zaken doen met Israël. Net nee. zoals we geen zaken doen met Iran, net zoals we geen zaken doen met de, Rusland. We zouden geen zaken doen met Israël. Maar wat mensen ook niet vergeten, is dat wij in de westelijke wereld en dat gaat voor heel veel mensen heel vreemd klinken we leven in een christelijke wereld. En. Dit is het aller, aller, aller Niet per se daaraan. christelijk, maar gewoon Westers. Nee, Amerika is de grootmacht. In Amerika is vrij christelijk, zeg maar. In Amerika is het land waar letterlijk een paar jaar geleden de abortus is verboden volgens christelijke waardes, zeg maar. Dus, ja. en men moet niet vergeten dat de reden waarom heel veel Amerikaanse of Westerse christenen Israël steunen, is omdat christenen gewoon mannen in pak in het Amerikaanse Senaat. Die geloven plechtig, die haten Joden. Die zijn extreem antisemitisch, maar ze steunen Israël wel. Waarom? Want de profetie de van de christenen is dat wanneer de Joden hun land terug hebben, dan komt het einde van de wereld en dan keert Jezus terug. En dit kan je bijna niet koppelen aan die westerse, modern uitziende Amerikanen in het Senaat. Maar dit is de exacte reden waarom al die orthodoxe christenen, waarom al die christenen in, in Amerika... Israël steunen. Ze haten Joden. Ik bedoel, Joden maar waarom hebben... steunt Duitsland, Frankrijk, Nederland, bla bla, Europa dan Israël? Omdat zij dichterbij bij ons staan qua westerse waarden. Maar dat hoort dus geen argument andere. Dat het een, dus een democratie heen. is. Ja, maar kun je, dat vind ik dus een hele moeilijke. Want tuurlijk zou je het een democratie no kunnen noemen. Maar zouden we in elke andere case een democratie die bestaat uit een apartheid, met een openluchtgevangenis, met tweede burgers, zouden we dat ooit een, de een democratie noemen? Weet je, kijk, wij hebben nee. al moeite met... Turkije een democratie noemen. Wij zeggen heel vaak nee, dat is geen echte democratie en weet ik veel wat. Maar bij Israël hebben we dat probleem niet. Op de een of andere manier. Ja, of omdat dat ze een bondgenoot niet. zijn in het Midden-Oosten natuurlijk. Ja, en dat is dus ook raar. Dat is dus ook vrij raar. Want normaal zouden we dat dus nooit doen. Maar wanneer we iets te winnen hebben ervan, dan kunnen we een oog dichtknijpen voor mensenrechten schendingen. Dan kunnen we dat op de een of andere manier gewoon doen. En dat vind ik heel raar hierin. Beide partijen die ik gewoon heb meegemaakt hierin. Gewoon, de ene partij doet alsof Israël gewoon is zo'n verlichte plek... die ze allemaal onschuldig en ze worden gewoon steeds aangevallen en weet ik veel wat. En Hamas mensen, ja, Palestijnen, die zijn dan ook onschuldig. Maar die is het niet niks, zeg Hamas, maar zo... Iemand kwaad. Kijk, de VS werkt ook samen met Saudi-Arabië waarom ze halen daar olie uit. Mm -hmm. Dus ze zouden nooit Saudi-Arabië op de vingers stikken van... hé, hey, uh, die moet je niet onthoofden of zo. Daar ja. gaan ze zich gewoon niet mee bemoeien. Is het niet een beetje hetzelfde als Israël de regeringen... Als ze iets hebben aan jou, of het nou handel is of olie of whatever. Ja, maar dan gaan ze gewoon geen kritiek lezen. Ja, maar een groot deel van het geld dat naar Israël is gekomen, wat Israël groot heeft gemaakt, komt volgens die religieuze overtuigingen. Het is van rijke Joodse donoren ge gekomen, die niet een land groot willen maken. Dus dat, dat moet je steeds in je achterhoofd houden. Het is niet van, oh, we moeten een land groot maken, economie... Nee, het is een religieuze overtuiging. Het is, dit land is heilig, het is van ons... want onze man in de lucht die heeft het aan ons beloofd en weet ik veel wat. En vanuit de christelijke organisaties die steunen natuurlijk zijn er ook allemaal andere belangen... maar er zijn letterlijk duizenden beelden van Amerikaanse... Ik denk Amerikaanse, niet dat het christendom iets boeit Oh, 100 procent wel, 100 wel... Letterlijk ik kan uh, me dat bijna niet voorstellen. Ja, je kan Ik zoiets... denk dat het om geld gaat, zoals altijd. Ja, dat zeg ik. Er zijn ook andere belangen en je kan er geld van verdienen en dat soort dingen, maar alsof de... Trump of zo christelijk is. Nee, Trump niet, maar heel veel mensen in het senaat, dus wel. Ik kan je echt heel veel video's laten zien. Van uh, uh, even kijken hoor, uh, American Senate. hoe heet die guy? Ik ben die naam even kwijt, Israël. Um, uh. Of zo, weet ik veel. Ja, nu gaat alles. Ja, kijk, alles wat je nu zoekt op Israël krijg je gewoon dingen van de laatste drie dagen. Dat is echt fucking kut. Nee, maar oké, okay, stel dat ze niet christelijk waren. Denk ja, je want, dat kijk, ze dan Israël niet zouden steunen? Veel natuurlijk. minder. Veel oh. minder. Ik okay. denk veel minder. Heeft het niet te maken met holocaust, verleden? Uh, goeie... Ook, maar het is voor een heel groot deel... Kijk, je moet niet onderschatten hoeveel religieuze mensen... er aan de macht zijn in Amerika. De reden waarom abortus is geband, is mm. een religieuze reden. Het ja. heeft een religieuze reden. Maar christenen en... hebben niet per se... Vanuit het christendom belang bij joden die daar wonen, toch? Ja, je zegt dat... Nee, maar toch? juist wel. Volgens, volgens de Bijbel, mm -hmm. wanneer de joden hun land terug hebben, komt het einde van nou, de wereld... Maar dat is nu al een tijdje zo. Nee, 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 ze hebben nog niet hun land terug. Ze moeten complete controle hebben over. Oh, dus inclusief Gaza en zo. Alles, alles. Daarom heeft Trump laatst. Trump heeft toch een paar jaar geleden. Jeruzalem als officiële hoofdstad van uh, Israël aangekondigd. Dat heeft hij gedaan voor, voor christelijke support. Dat heeft niks met geld en weet ik veel wat te maken. Maar het komt omdat christelijke geld schieden. Mark zei het ook in de groep bijvoorbeeld. Dat zijn hele familie die haat Joden. Want de Joden hebben. Jezus vermoord in principe. Die haten Joden, die zijn extreem antisemitisch, maar ze steunen allemaal Israël, want dat is hoe Jezus terugkomt op aarde. Dat is hoe. De, en heel veel mensen weten dit niet. En voor heel veel mensen lijkt het gek, want iedereen lijkt modern en zo. Niemand denkt van westerse mensen dat er een soort van bij heel veel geldschieters. dat er religieuze uh, motieven achter zitten. Maar, ja. maar dat is dus, dus wel niet. zo. Even kijken. Ik had wel gelezen dat in Urk alleen maar Israëlische vlaggen waren. En ik weet dat de SGP pro-Israël is en de ChristenUnie... Maar ik wist niet dat dit de reden was, zeg maar. Kijk hoor. Hier half of evangelicals support Israel because they believe it is important for, for, for fulfilling the End Times Prophecy. This is Washington Post. Robert Jeffries, gewoon ook van het Senaat. Hij, hij spreekt letterlijk in de in, in US Embassy de hele tijd. Hmm. Mitt Romney, en weet Staat ik veel meer. Staat hier allemaal. in de Koran niks over? Uh, ja, ik, ik geen idee eigenlijk. Yeah, okay. The tenet of Christian Zionism is that God's promise of the Holy Land to the Jews is eternal. When we talk about the Holy Land, God's promise of the Holy Land, we're talking about real estate on both sides of the Jordan River. So the sense of a greater Israel is uh, and expansionism is really important to this community. Jerusalem is central to that. It's fused as a historical and biblical capital. Blah, blah, blah. Yeah, here, God's promise to Abraham and his descendants was for all time. En dan letterlijk 65% agree, strongly agrees en 80% agrees. Van wie? Uh, van de evangelicals. Mm. En dat zijn de rijkste mensen in Amerika. Het zijn de aller, allerrijkste mensen in Amerika. Fucking veel evangelicals aan de macht. The prophecy is the biblical prophecy of the return of Jesus Christ... and the beginning of the rapture, the end times. What kickstarts kick the end times... Uh, into no motion is Israel's political boundaries being re-established to what God promised the Israelites according to the Bible. Ja. Yeah. Kijk, letterlijk 80% van evangelicals gelooft dat events were fulfillments of Bible prophecy that show we are getting closer to the return of Jesus Christ. En hier, en dat probeer ik dus uit te leggen, kijk, dit klonk voor jou compleet gestorven. He, nee, dat zou er helemaal niks mee te maken hebben, omdat wij gewoon mensen in een pak zien en dan niet denken van hé, hey, dit zijn ook religieuze... Not jobs. Dat, dat denken we niet dat, dat, dat ze zo zijn, maar dat zijn ze wel. Ze geloven letterlijk dat wanneer Israël van de Israëliërs gaat zijn compleet, dat Jezus gaat terugkeren en naar het einde van de wereld zal komen. En alle gelovigen wachten daarop. Alle gelovigen smullen daarvan natuurlijk. Dus dat is, een, dat is ook een groot onderdeel. Maar dat, ver, dat vergeten we op de een of andere manier. Dat dat ook een onderdeel is. Dan is het alleen van. Oh nee, die moslims, dat zijn alleen maar religieuze. nutjobs, zeg maar. Want deze andere mensen, die lijken op ons. Die hebben geen lange baard of een gekke sjaal of een gekke hoedje. Die lijken op ons. Maar in dat, in dat, daar moet je uit proberen los te wringen, zeg maar. Oké, okay, maar dat is Amerika. Ja. Nederland steunt ook Israël. Ja, natuurlijk steunt Nederland. Nee, maar ik zeg niet dat alle landen dat doen. Ik zeg dat, dat, uh, uh, dat het, het grote Westen wat Amerika is, dat doet. En over mm. het algemeen zullen wij gewoon hetzelfde doen als wat Amerika doet. Als het een belangrijke partner is van Amerika, dan gaat het ook een partner zijn van ons. Want wij zitten in een groepje waar we dan zogenaamd met z'n allen in zitten. Maar het is gewoon Amerika en wij lopen achter hun aan in principe. Weet ja. je, als Amerika zaken doet met Saudi-Arabië, gaan wij dat ook doen. Want ja, Amerika doet het ook. Dan is het goed. Ja. Maar vind je dan niet dat zeg maar, als, Westen, als het Westen zegt van nou, wij gaan Israël steunen, dat eigenlijk het Oosten of de rijke Arabische landen eigenlijk zouden moeten zeggen: Nou, wij gaan Palestina steunen? Want ja. dan heb je echt een probleem, want Saudi-Arabië en Amerika zijn natuurlijk dikke matties. Ja, ja maar daarom is, is, zal het waarschijnlijk ook Iran zijn of een andere vijand van Amerika die uh, Israël zou steunen. En daar waren ook uh, dingen voor, aanwijzingen voor. Dus dat zou Palestina zou steunen, bedoel je? Ja. Het idee is, mensen denken nu dat de wapens, want Hamas heeft uh, heel erg uh, gesurprised zeg maar met hun vaardigheden. Daarom Israël heeft ook hele, de burgers in Israël zijn op dit moment het meest boos op de regering, want dit had niet kunnen, moeten gebeuren. Dit hadden ze zo moeten zien aankomen. Ja, want Israël... Netanyahu heeft altijd gezegd dat hij het. Um, ja, hij, hij, was hij Mr. Security ja, was. Ja, precies. En ze hebben daar een beetje te veel op. Uh, op vertrouwd, denk ik. Egypte heeft letterlijk gezegd: gisteren gezegd dat ze twee dagen van tevoren aan Israël hadden laten weten dat uh, de Palestijnen iets groots uh, plannen, dat Hamas iets groots plant. Mensen en zeggen ze dus dat gelegeerd. het komt, omdat het leger en zo eigenlijk ook tegen Netanyahu is. Blijkbaar is er heel veel chaos in Israël achter mm -hmm. de schermen. En zijn heel veel mensen ontevreden met hem en zo. Ja. Waardoor niet alle communicatie heel erg lekker vloeit naar hem. Ja, ja, ja. Maar goed. Wat is de oplossing? Um, of is die er wel? De oplossing was dezelfde oplossing die tijdens de Oslo akkoorden zijn afgesproken. Alleen ik denk: van, is het nu niet te laat daarvoor? En, uh, maar dan wordt Netanjahu ook weer geschoten. Als hij ja, dat wil. Ja, 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 maar kijk. Stel je voor dat vrede niet mogelijk is. omdat er extremisten zijn in jouw omgeving die uh, jouw leven. die jou neerknallen, zeg maar. Ja. En als dat gewoon. De, de, het kwestie was van de Palestijnen, dan was het gewoon van, ja, we moeten gewoon uh, de Palestijnen binnenvallen en die extremisten meenemen die bereid zijn om zulke dingen te doen, de religieuze extremisten. En dan laat uh, de nou, mensen. Volgens mij is extremisten in Israël 80% van het land of zo. Religieuze extremisten? Mm, ja. ja, het was. Ik had wel begrepen mee, dat ze meer dan de helft zijn tegenwoordig, omdat ze heel veel kinderen krijgen en weet ik veel wat. Oh ja, ik, ik, weet niet of, ik weet niet of het waar is. Kijk, het is wel zo dat Netanyahu, om aan de macht te komen. Netanyahu is echt fucking rechts. Maar om uh, aan de macht te komen, moest hij een coalitie vormen mm. met nog gestoordere rechtse partijen. Echt compleet gestoorde rechtse partijen. Com echt. Helemaal van het padje af. Mm -hmm. En dan denk ik van... Er woor, ja, kijk, er is wel af en toe een nieuwsbericht en zo. Maar als dit een islamitische regering was... die dan een coalitie aanging met, weet ik veel, nog veel gestoordere partijen... dan hadden we letterlijk gedetailleerde uitleggen. Dan zouden we ze boycotten en weet ik veel wat. Ja. Maar wanneer het Joden zijn, dan knijpen we een oogje dicht. En dat is het probleem. Ik en, 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 ben het met je eens, maar ik vind dat ergens, zeg maar... Dat Ga je niet veranderen of zo, weet je wel? Want ja, die evangelicals in uh, Amerika ga je niet veranderen, ja? Maar je moet, er wel, je moet er wel bewust van zijn, zodat je er niet van ja zodat zodat het. Want kijk, wij zijn nu echt je kan je er bewust van zijn, maar pragmatisch zie ik daardoor niet echt een Ja, maar daar, Maar over. ik probeer dat dus wel te doen. Want ik heb, ik heb een kijk, ik heb van basis heb ik gewoon een af, afkeer tegen. Uh, islamitisch fundamentalisme en zo. Islamitisch uh, extremisme. Daar heb ik gewoon een afkeer voor, want ik, kan, ik ken dat het best. Het is ook voor mij het meest eng. Dus dan ga ik daar het meest op focussen. Dat is waar ik het meest op focus. En dat zal in Nederland ook zo zijn. Ik bedoel, er uh, zijn in Nederland veel meer mensen bang van uh, de islam dan van het jodendom. En uh, goed recht ook, weet je. Je hebt hier in Nederland niet echt veel te, veel te uh, ja, vrezen van het jodendom of zo. Maar ja, in het Midden-Oosten geldt dat niet echt zo. En... Uh, als ik dan die bias heb, waarbij ik meer ga letten op islamitisch extremisme, dan moet ik mijn bias een beetje ja, bij, uh, bijschroeven, of zo, ja, weet ik veel, moet ik een beetje bijstellen om uh, ja. Ja, die anderen ook te zien. En daarom probeer ik ook. ik heb heel vaak op deze podcast gezegd van, ja, ik luister, die mensen hebben gewoon een pak aan, maar zijn net zo gestoord als een guy met een baard en een, en een uh, rokje aan. En dat zien we dan heel vaak niet, weet je, dat merken we dan heel vaak niet. Ja. Zijn bijvoorbeeld, uh... Ik ben het op zich met je eens. Alleen, ik vind, ik vind altijd... je moet zo realistisch kijken naar, naar de wereld. Kijk, ja. als dit in Turkije zou gebeuren... en uh, Israël zou toevallig daar heilige land hebben... en ze schieten allemaal Turken af... zou het de Europeanen of Amerika ook niet boeien. Ja. Want ja, wat boeit Turkije? Turkije. Ze hebben geen belang bij Turkije helpen. Ze hebben ja. belang bij Israël helpen. Dus landen zullen altijd doen waar ze belang bij hebben. Dit is letterlijk inherent aan regeringen, aan mensen. Ja, dat, ik bedoel, Turkije gaat ook kijken, nou, waar heb ik belang bij? Palestijnen of Israël? Nou, laten we Israël kiezen. Elk land gaat dat doen. Ja en daarom denk ik dus dat die dingen. Kijk, vanuit politiek, uh, uh, dan vanuit politiek oogpunt begrijp ik dat. Hè? Dan moet je een bepaalde partij die je moet steunen om de, dan bepaalde voordelen geeft of whatever. Misschien is de handelspartner, misschien is de, ik wil een cultureel broertje of whatever. Maar als, als mens, als mens hoor je dat dus niet te doen. Als mens hoort, kijk, iedereen die pro-Palestijn is, die minder pijn heeft gevoeld voor de dode, de dode Israëlische kinderen of baby's, die daar minder pijn heeft gevoeld, je bent een fucking beest. Je bent letterlijk een fucking beest als je daar minder pijn voor hebt gevoeld. En op andersom geldt precies hetzelfde. Als jij minder pijn voelt. Minder pijn voelt bij de dode Palestijnse kinderen versus de dode Israëlische kinderen, dan ben je ook een beest. En dan hoor je een verandering te brengen aan hoe je brein werkt. Dan hoor je echt even bij jezelf stil te staan en beseffen dat je, bent, dat je een mens bent geworden een mens bent geworden die de dood van baby's en kinderen rationaliseert. Het doet je niks. Ja, of meer. dat heerlijk vindt. Juist. Ja, het is, het, is, het is bijna. Nee, maar zelfs als je het niet heerlijk vindt. Als het je niks doet. Als het je minder doet dat een kind dood is. Omdat het een Israëliër is of omdat het een Palestijn is. Dan ben je op pad naar psychopathie. Dat is waar je op pad naar bent aan het gaan. Want het is letterlijk gestoord. Het zijn kinderen, man. Ze zijn gewoon. Oh, Jesus. Ik word er helemaal emotioneel van. Het zijn fucking kinderen. Het zijn gewoon letterlijk kinderen die dood zijn gegaan aan beide kanten. En dan is het van, oh, en dan is het van, ja, ze hebben kinderen vermoord in, in Israël. En dan is het van, ja, maar er zijn ook Palestijnse kinderen vermoord. Dan denk ik van, nee, nee, toon fucking empathie aan de andere kant. Van beide kanten, leer empathie te tonen aan elkaar. Want als je geen empathie kan tonen voor elkaars dode kinderen, dan gaat het fucking nooit goed komen. Het zijn... Het zijn Oh, het zijn dode jezus. Ik ga bijna huilen gewoon. Ik moet gewoon, ja, het is gewoon zielig. Het zijn gewoon fucking dode kinderen, man. Die fucking mensen, die kinderen hebben helemaal niemand misdaan en die verdienen het niet dat hun dood gewoon wordt gebruikt als een of ander politieke spelletje of het wel eens niet is of uh, uh, jij bent slecht of uh, wij, wij zijn goed uh, um, strijd, zeg maar. Ik word daar echt helemaal gestoord van. Maar ik zag dus, ik zag dus protesten in Sydney. Uh, Pro-Palestijn protest.

Ja, ik kan niet vinden. Maar um, deze mensen waren tijdens een protest um, gas the Jews aan het schreeuwen. Ja, volgens mij zijn zulke uitspraken overal een beetje inderdaad ja. geweest. Ja, en... Um, iedereen, of dood aan de joden. Of iedereen die dit heeft gezegd, moet ter plekke gewoon opgepakt worden. Dat, uh, dat moet, dat moet totdat mensen leren dat dit soort uitspraken compleet gestoord zijn. Dat dit soort uitspraken compleet genocidaal zijn. Ehm... Mm. Uh, Alleen uh, wil ik ook nog uh, beelden van de andere kant laten zien. Dan heb je hier bijvoorbeeld. Uh... Fuck Palestine! Palestine to my day! What do you think the response should be from Netanyahu and the military to Gaza? Kill all Palestinians! All of them! Now one left from the river to the sea, Palestine will be deceased! And Israël needs to do like this. You see? Now Gaza. Like this. Gaza needs to do like this. Oh? Oh, like this, but all this? Jewish. Mm -hmm. Two options. What do, you, what do you think the response should be? What what do you mean to Gaza. What we gotta mean? wipe them off the fucking That's map. It. I'm That's talking about that. every fucking. Plant them like a parking lot. Yeah, we, we're them out once they're There's nothing else you can do. They, they, proved, to, they proved to us that they, there's nothing else you can do. We tried. We tried everything, it doesn't work. Is hij joods, hij lijkt Arabi yes, Arabier. Ja, maar heel veel Joden lijken Arabier. Europese, wij zien Europese Joden, maar Midden-Oosterse Joden die lijken gewoon op Arabieren, want ze zijn letterlijk hetzelfde volk. Maar ze uh, zeggen ook van we tried everything, it doesn't work. Maar. Ja, en dat idee hebben de Palestijnen ook Ja, juist. maar dan denk ik van, wat heb je geprobeerd? Je hebt, je hebt apartheid gecreëerd, heb je hebt mensen in een openluchtgevangenis gestopt. Wat dacht je dat er zou gebeuren? Like, ik begrijp, het, het tot. ...volkomen gestoord wat Hamas heeft gedaan. Maar wat de fuck dacht je dat er zou gebeuren? Dacht je dat je mensen in een openluchtgevangenis zou zetten... ...en dat ze daar gewoon zouden chillen voor altijd? Gewoon voor altijd in misery? Gaan ze gewoon zo blijven wachten... ...terwijl jij aan de overkant van het hek... ...fucking een prachtig leven hebt op hun land? Wat dacht je dat er zou gebeuren? En dat is van we tried everything. No, you didn't. You, you tried to try everything. But then your fucking prime minister got killed. Gewoon door een fucking extremist. En dan heb je letterlijk een rechtsextremistische genocidale maniac aan de top gezet. Waar de hele wereld dan gewoon blij zaken mee doet. Weet je? En dan is het van, ja, yeah, we tried everything. Nee, de mensen in Gaza hebben het nooit, nooit erger gehad dan nu. Toen die muren opgingen, toen, toen ze de muren hadden gebouwd, de hekken hadden gebouwd. en er een gevangenis van hadden gecreëerd. dan moest je al weten: van dit gaat echt nergens naartoe. En dat, dat snappen heel veel mensen ook niet. Hè? Want vanaf het. Vanaf het, uh, het beeld van de Palestijnen, wanneer zij iets vieren, hè, wanneer zij vieren dat, uh, uh, de, 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 dat, er, dat er iets is gebeurd als het ware, dan vieren ze niet de atrocities van Hamas. Tuurlijk, er zullen mensen zijn die de atrocities van Hamas vieren. Al die mensen moet je voor mijn part ook oppakken. Iedereen die gas de Jews schreeuwt, ook een fucking barbaar moet je ook oppakken. Maar de meeste van de mensen die die shit vieren, die vieren omdat ze hebben losgebroken uit de gevangenis. Mm -hmm. Omdat ze in een gevangenis zaten. Er waren hekken om hun heen. Die hekken zijn geboeldozerd. en ze konden opeens uit de hekken. Je komt opeens uit de gevangenis. Je bent vrij uit de gevangenis. Je, bent, je, je hebt een soort van hoop gezien in de apartheidstaat waarin je leeft. En daarnaast heb je ook gezien dat die grote reus naast jou... Die, die vele malen machtiger dan jou is, vele malen krachtiger dan jou is... die al die technological advancements had, Iron Dome en weet ik veel wat... toch niet zo sterk was... Als dat je dacht. Of dat als dat zij dachten. En dat is voor heel veel mensen een gevoel van hoop. En ja, net mm. zoals weet ik veel, als, 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 er een, als er ergens ja, weet ik veel, als er ergens een hele grote gevangenis is. En het hek wordt opgeblazen. Op er gaan ook heel veel wachters en weet ik veel wat op brute wijze vermoord worden. Maar de meeste mensen die blij zullen zijn, zullen niet blij zijn. De meeste gevangenen die blij zullen zijn, zullen niet blij zijn dat ze die wachters hebben kunnen vermoorden. Maar dat ze vrij zijn. En dat is dan wat er uh, uh, aan die kant gebeurt. En daarom is het ook. Belangrijk om in te zien dat niet alle Palestijnen achter Hamas staan of achter de acties staan die Hamas heeft gepleegd, maar ook dat niet alle Israëliërs van die mensen zijn die gewoon denken van oh nee, we werken naar vrede en nee. Uh, Palestijnen zijn gewoon normale mensen. Nee, er zijn fucking veel Israëliërs. Ook in dit is New York. Dit is fucking New York, een van de dichtst bevolkte Joodse uh, gebieden. En ja, als je gewoon heel veel joden hebt, dan roepen ze net zulke gestoorde dingen. als in gebieden waar je heel veel moslims hebt. Want deze mensen hebben extreem veel haat tegen elka over elkaar. En deze jongens, de reden waarom ze dit zeggen. is ook gewoon, ik zal het niet rationeel noemen. maar het is volgens hun eigen brein gerechtvaardigd. Waarom hun brein. Het zit vol met voorbeelden van afschuwelijke dingen die Hamas Israëliërs heeft aangedaan. Afschuwelijke dingen aan hun vrienden en familie. Elke keer als er een raketaanval is, moeten zij weer bellen met hun vrienden en familie van... gaat alles ja. oké okay en weet ik veel wat. En aan de andere kant is het exact hetzelfde. Aan de andere kant, al die mensen hebben alle voorbeelden van de afschuwelijke dingen die Israël heeft aangedaan. Ja, maar kijk, zoals in elke menselijke oorlog, beide partijen zijn extremely biased... en extremely partijdig en extremely emotioneel. Dat is in elke oorlog zo. Ja. Ik bedoel, Rusland Oekraïne zal niet anders zijn... En vooral deze oorlog die is extra, extra gevoelig. Religie, dit, dat, alles speelt mee. Uh, dat ga je niet veranderen, want je gaat niet alle mensen op een intelligentieniveau krijgen. waarbij ze strikt naar de feiten kijken. en hun bias uh, overhoop gooien of uit het raam gooien of zo. Nee, maar het is wel belangrijk om een balans te creëren in de media. dat deze beide kanten bestaan. Want ik heb niks, maar dan ook niks in de media gehoord over. Joden die vrij extremistische shit zeiden. Of Joden die de raket aanvallen op, uh, op, uh, uh, op Gaza uh, vierden, als het ware. Ja. Er, is, er zijn letterlijk filmpjes op het internet van Joden die vieren dat het water is afgesloten naar Gaza. Dat ze TikTok-filmpjes maken met dat ze de kraan laten lopen en weet ik veel wat. Om, om te lachen omdat het water is afgesloten naar een gebied waar er nu gewoon... Dat snap ik ook niet. Hè. Letterlijk 50% van Gaza bestaat uit kinderen. Letterlijk. 50% bestaat uit kinderen. Elke keer wanneer je zoiets gestoord doet, dan, dan ben je gewoon een, een, een kamer vol met 50% kinderen. ben je gewoon aan het ja, uitlachen als het ware. Van, haha, jullie hebben geen water, jullie hebben geen eten en weet ik veel wat allemaal. En dat doe je alleen maar omdat je... Kijk, al deze mensen denken deze dingen alleen maar omdat ze eenzijdige voorbeelden in hun hoofd hebben. En dat is de grote fout die wij doen vanuit... De media. Als je alleen maar die eenzijdige voorbeelden in je, in je hoofd gaat hebben. dan ga je nooit de tegenpartij kunnen begrijpen. want je gaat de tegenpartij zien als dier. Zij zien Palestijnen als dier. En Palestijnen zien Israëliërs. als dier, of de pro-Palestina supporters. Sommigen zien Israëliërs dan als dier. Waarom? Ze krijgen allemaal eenzijdige informatie en eenzijdige voorbeelden. Nou ja, het is maar net welke media je volgt natuurlijk. Bij joop.nl zijn ze bijvoorbeeld pro-Palestina Ja, en dat daar hoort niet zo te zijn. En, uh, de bij... NOS moet hier gewoon perfecte balans in brengen. Dat, dat moet gewoon. Ja. Vooral wanneer je weet dat de ene deel, dat Israël, gewoon fucking goed is met media. Ze kunnen alles wat ze willen de media in krijgen, want het is gewoon een open Volgens land. Volgens mij zijn veel mediabedrijven toch uh, ook joods. Ja. ja, maar dat hoeft niet echt een ding te zijn. Maar tegelijkertijd is het ook zo van, kijk, er kan nu niemand in of uit Gaza. Heel veel mensenrechtenorganisaties, de weg wordt geblokkeerd, letterlijk de wegen worden gebombardeerd. Wanneer er humanitarian eten uh, 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 wordt gestuurd en dat soort dingen. Ja. En het hele idee dat er... Ik heb ook echt zo weinig outrage. Dat vind ik ook zo jammer, hè? Want... Als er dan iets gebeurt, dan komt Dylan wel gelijk op TV. Van, oh ja, afschuwelijk en dit en dat. En uh, weet ik veel, wat gaan ze allemaal dingen zeggen, maar dan. Maar zij is ook partijdig. Ja, maar dan denk ik. ik neem van, mensen ja, maar... niet meer kwalijk dat ze zijn. Ja, maar je zijn. bent minister. Je, je bent de bent fucking partijleider van. Is zij nog steeds minister van Justitie? Ja. Nee, je bent fucking minister van Justitie. Hoe de fuck kan je partijdig zijn? En dan als, als gas en elektriciteit en water en humanitarian aid wordt geblokkeerd. En, en letterlijk, ziekenhuizen, ziekenhuizen veranderen in lijkenhuizen. als ze geen elektriciteit hebben. Hè? 50% zijn kinderen. Het zijn fucking ja. kinderen. Als, je, als dat wordt afgesloten. en je gaat dan niet bij een talkshow. Ik heb niemand bij een talkshow zien, uh, zien verschijnen. van. oh ja, er is een stuk oorlog misdaad. hier moeten we iets tegen doen. Want van, je dat, daarmee jezelf sowieso. Niet. als je dat als politicus doet, dan ben je ten volle ja, opgeschreven. En dan, en dan moet je dus beseffen, want zou jij. want iedereen hier niks over zegt. als jij. Nu in een ziekenhuis was in Gaza, waar op dit moment gewoon al die kinderen zo aan het dood gaan zijn. Als jij daar was, dan zou je dat nooit zeggen. Dan zou, je, dan zou de emotie bij jou overkomen, dan zou je beseffen wat er wordt gedaan. En dan zou je voor die mensen opkomen. Dat zou ieder mens doen. Iedereen die geen psychopathische problemen heeft in zijn hoofd, zou dat doen. Maar door deze kant kiezen, dan zet je jezelf in een hoekje waar je je emotioneel verdedigt voor al die dingen. Dan hou je ze uit je hoofd. Want er is niet van echt een kinderen maar... dood en zo. Het is gewoon van nee, dit is mijn kant en dat is mijn kant. Ik vind ook, kijk, Dylan is, Die gaat over een paar dagen de verkiezingen in. Zij kan letterlijk niet anders dan dit zeggen, want anders wint ze die gewoon niet. Ja, als ik moest kiezen tussen kinderen verdedigen of winnen, dan had ik kinderen verdedigen, maar dat is blijkbaar het verschil tussen mij en Dylan. Maar een uh, goede leider ik, voor Nederland, verder. Ik denk hoor, dat dat moreel juist het, is. Over lijken van kinderen te gaan om uh, stemmen te halen. Is dus, Oh, prima, partijplan Dylan. Ik denk dat zelfs politici die nu pro-Palestina bijvoorbeeld die Kautar, nou, zij is moslim. Die moet niet pro-Palestina zijn, die moet gewoon anti-beide kampen zijn. Er is geen... Als je, dat, je, dat je kritiek levert op Israël, betekent niet dat je, dat je pro-Palestina bent. Daar hmm. moeten we sowieso van af. Want hoezo? Kijk, tuurlijk kan je uh, vanuit compleet rationeel overzicht, hoor je, als je compleet rationeel bent, hoor je ietsje meer aan de kant van de Palestijnen te staan. En waarom? Want zij zijn de onderdrukte. Hè? Het is een apartheidstaat. The Israël underdog. staat? Ja, Israël, ja, maar niet alleen de underdog, maar het is ook het is, er is apartheid. En ze zijn ook de tweederangsburgers En de macht om dit op te lossen ligt niet in de handen van Gaza, maar in de handen van Israël. Ze hebben de... Gaza heeft nul macht. Ze kunnen ja, niks maar weet doen. Je wat het ze kunnen alleen schieten. Je hebt het hier over een oorlog tussen Israël en Palestina. Israël heeft er geen belang bij om die oorlog te stoppen... want zij zijn letterlijk de most powerful. Ja. En heel wat Westen steunt ze. En dat is kwaadaardig, toch? Dat is zeker kwaadaardig, maar ja. die gaan natuurlijk niet uit zichzelf zeggen. Tenminste, ik heb nog nooit in de geschiedenis een, een regering of een land gezien die uit zichzelf zegt van ja, weet je wat? We vinden het toch wel oneerlijk voor de andere partij. Ja, maar het is dus gebeurd in de jaren negentig en het land was er oké okay mee. Ja, omdat ze toen een regeringleider hadden blijkbaar precies, die links dus was kan. en die empathie maar, had. Dus, dus, dus het kan wel. Het kan wel, wel, maar dat moet zo iemand verkozen worden en die hebben ze niet gekozen blijkbaar. Nee, maar ze hebben hem gekozen maar hij is neergeknald. <laughs> ja, ja, precies. Ja. ja, maar nou dan, dus dan moeten we daar dingen toevoegen tegen doen. Daar moeten we dan bepaalde dingen tegen doen. En uh, de, want, 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 Wat is het alternatief? Want... Ik vind dat het alternatief is dat uh, Arabische landen die fucking powerful en geld hebben en powerful zijn en goede banden hebben met Amerika, et cetera, dat die even hun bek open trekken. En, dat en, Egypte... dan, uh, en dan gaan ze een, een leger geven zodat ze het gewoon kunnen uitvechten of zo. Ik ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh. dat ze bijvoorbeeld de banden met Israël niet normaliseren, want daar zijn ze nu mee bezig. Ja. Uh, in ieder geval uh, ja, de Gaza steunen druk, druk uh, uitoefenen op Israël op Amerika uh, ze doen niks, zelfs Egypte houdt gewoon de grens dicht, ja. ik snap dat niet jullie zijn zelf Arabieren, jullie zijn zelf ja, Moslims Israël heeft Israël is een grote macht dus nee, maar als wilt... zelfs je eigen mensen jou niet moeten, hoe verwacht je van jouw vijand dat die ineens jou. Uh... Ja, maar als, als zelfs mijn minister van Justitie over fucking baby lijken gaat, waarom zou ik dan denken dat ze het voor mij gaat opnemen? Want mensen doen dingen voor hun eigen belangen. En als, als je gewoon veel meer te verdienen hebt dan Israël, dan aan Gaza. Wat de fuck heb je aan Gaza te, 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 te winnen? Niks. Gewoon letterlijk niks. Er is geen export, er is geen import, er is geen reed, er is geen geld. Israël. Fucking maar wat is geld? de reden dat niemand Gaza steunt? Wat heb je eraan te winnen? Uh, het is je eigen volk, toch? Als ze Arabier zijn. Ja, maar het gaat uiteindelijk toch om geld? Blijkbaar wel voor Arabieren. Ja, maar voor iedereen gaat het om geld. Nee, want als het een uh, christelijk volk was, zouden christelijke landen er iets aan doen. Als het een Turks volk was, zou Turkije er wat aan doen. Als het een uh, Joods volk was... Ik denk, ik was, denk niet dat als er... Een, nee, heb je... Oké. Okay. Die zegt, als Turks volk waren, dan zouden Turk... Ja, dan er zou Azerbeidzjan wat doen. Wat, heeft, of dan zou, wat uh, heeft Turkije tegen China gedaan toen Oeigoeren werden uh, uh, gestataliseerd? Ja, maar Oeigoeren en zijn gezet? niet echt Turks. Je verstaat oh, elkaar nee, niet eens. Nee, maar het, zijn wel, het is net zo Turks als dat Saudi-Arabiërs en, en uh, Palestijnen met elkaar uh, verwant zijn. Hebben ze niet dezelfde taal? Dus Ik denk dat ze elkaar bijna niet verstaan, nee. Ik weet het niet. Ik heb niet echt inzicht in Arabisch. Maar, okay, maar, 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 maar los daarvan, wat heeft Turkije gedaan op China? Alle Turken waren boos op de Oeigoeren. Ze hebben niks gedaan. Ja, maar waarom hebben ze niks gedaan? Omdat het hun blijkbaar niet boeit. Ja, maar, maar... Als, het, als het een, als het een um, Armenië was of zo die dat had gedaan, dan hadden ze wel wat gedaan, toch? Ja, want in de oorlog van Azerbeidzjan en Armenië heeft Turkije Azerbeidzjan. Ja, dus, dus de reden waarom ze niks tegen China hebben, hebben gedaan is omdat China geld heeft. China is een hele grote handelspartner. Dus daarom denk je, ja, fuck de Oeigoeren. Ook al zijn het Turken, fuck ze. Kun, ja. kun je me aan mijn reet roesten? Want zoveel miljard dollar is natuurlijk veel. Ja, wist je er, je land kan stuk gaan als jij slechte relaties hebt met China. Lutter, dus ja. Je kan gewoon kan ten onder gaan. Geen enkel en land heeft dat... volgens mij iets tegen China gezegd, toch? Nee, geen enkel. En hetzelfde geldt voor Israël. En daarom. Daarom, ben, dan... daarom zie ik het ook somber in dat iemand Israël op de vingers gaat tikken, want iemand heeft ook niet China op de vingers. Ja, maar daarom, getikt. maar zolang je dat, zolang je, kijk, zolang je gaat wegkijken, want je moet, kijk, er, zijn, er is een openluchtgevangenis gebouwd. Er is een openluchtgevangenis gebouwd en we hebben weggekeken. We hebben gewoon weggekeken en we hebben gewoon ge gedacht van... oké, okay, we, ja, we gaan het gewoon afwachten en dan af en toe gebeurt er iets... is dus er weer een ontploffing of weet ik veel wat en dan zetten we dan weer door. Maar in de tussentijd hebben gewoon mensen in leed... Mensen, mm -hmm. wiens kinderen, wiens familieleden dood zijn gemaakt... hebben gewoon in leed, leed daar is die leed en die haat gaan maar boeien. Maar daarvoor hebben we toch dus dan, VN en zo opgericht? Ja, maar, fuck maar. Gaat de, hoe gaat de VN een open, luchtgevangenis oplossen? Dat is alsof je depressie in de gevangenis probeert op te lossen. Of trauma in de gevangenis probeert op te lossen... terwijl je onrechtmatig vastzit of zo. Dus uiteindelijk kun je... Uiteindelijk, kijk, als we gewoon gaan wegkijken en gaan zeggen van oh, we kunnen er toch niks tegen doen, dan moeten we ook nooit meer vreemd opkijken als er een aanslag is. Of als er mensen worden vermoord of zo, dan moeten we gewoon zeggen van ja, dit is wat we hadden verwacht. Want dit is ook wat we hadden verwacht. Want niemand had gedacht van oh ja, het gaat nu zo goed tussen de twee. Ja, die zit in de openluchtgevangenis, die zit op gestolen land. Het is opgelost, jongens. Ja. Dat gaat nooit gebeuren. Maar stel dus wij willen in... het oplossen en we gaan net als toen met uh, die uh, linkse Joodse president, we gaan allemaal onderhandelingen beginnen, dit en dat. Um, is, is dat realistisch dat dat kan? Ik, als... Da, ik had, uh, als, ik Amerika was, uh, als ik Amerika was. Want Biden is toch ook gewoon vrij links en verstandig? Waarom doet hij dat dan niet? Omdat Israël een hele grote handelspartner is. En, het, en het, de helft van uh, de, de mensen in het Senaat gewoon pro-Israël is. Vanwege religieuze overtuigingen en vanwege financiële overtuigingen. Dus eigenlijk overtuigingen. als Biden dat, dat wil doen, dan is dat zijn eigen doodvonnis. Mm -hmm. Want ja, dus hij moet eigenlijk ook aan zichzelf denken. Net als Dylan, net als elke politicus eigenlijk. Ja, en dat is dus het probleem. Want dan, als, je, als, dat het, als dat de realiteit is die je hebt gecreëerd... dan moet je ook niet vreemd opkijken wanneer deze dingen gebeuren. Mm -hmm. Dan kun je niet vreemd op dan kun je geen kritiek hebben op deze dingen... want dit is wat we verwachten dat eruit zou komen. En ja dan, dan, ja, dan moet het gewoon zo later. Tot... En uiteindelijk gaat Israël gewoon alle, alle Palestijnen uitmonden. Ik dus vind dat het nog steeds heel. Kijk, in mijn ogen is het natural dat Israël niet tegen zijn eigen belang gaat. Maar in mijn ogen is het niet natural dat letterlijk de meest rijke Arabische landen niks doen. Ik vind dat zo raar. Maar dat is toch toch ook tegen hun eigen belangen? Is dat gewoon dat, dat is gewoon tegen hun eigen Ze hebben Israël niet zo brood nodig. Oh jawel. Je hebt Israël, Israël is een hoogtechnologische... Uh, ja, hup. in. in, in, de, in, in, in dus de, de Saudi-Arabië is kapot als ze geen uh, Israël-banden hebben, die hebben ze niet eens, volgens mij. Nee, maar Saudi-Arabië is wel kapot als ze vijandigheid laten uh, uh, zien tegenover Israël, waardoor je dus your enemy's enemy, weet je, krijg je dan. Waardoor je dan alle handels uh, verdragen met landen die een vriend zijn van Israël, verpest. Als het ware. Ik denk het dus niet, want Saudi-Arabië heeft heel veel macht. Nee, zij dus, hebben dus olie jij denk, dus Wij jij... hebben hier een autoloze zondag gehad een paar jaar geleden, omdat <laughs> no. zij de oliekraan hadden. Ja, maar gedraaid. dus jij denkt dat als, als, als uh, Saudi-Arabië uh, Hamas helpt, of Palestina helpt, en dan heb je basically een proxy war van Saudi-Arabië en Israël, ja. denk je dat Amerika dan nog zaken gaat doen met Saudi-Arabië en met ja, Israël? Ja, natuurlijk, Amerika is afhankelijk. Hoe willen ze auto rijden? Nee, nee, dat gaan ze niet doen. Ze hebben toch olie nodig? <laughs> Nee, je kan gewoon... Eh, Saudi-Arabië is niet de enige olieprovider van de aarde of Ja, maar ze olie, zijn de grootste. Olie kun je gewoon uit China halen. Uit Amerika heeft ze eigen fucking olie heel veel. Rusland heeft fucking volgens veel mij, olie. Wa waarom halen ze het dan uit Saudi-Arabië? Ze hebben het volgens mij wel nodig. Saudi-Arabië is de grootste, geloof ik. Ja, ze, ze zijn de grootste. Maar je kan die olie altijd overal nergens vandaan halen. Weet je? Hier, even kijken. Oil reserves, world. Hmm. Hoe komt het dan dat die ene keer dat ze de oliekraan dicht ja, hebben gedaan? Maar je hebt in de jaren 60 toen we letterlijk 80% van de vonden... die we nu hebben gevonden niet hadden gevonden. Ah, oké. Okay. Kijk, ik dacht dat ze nog steeds zo paalden. Saudi-Arabië heeft bijvoorbeeld 266. Venezuela heeft 300, bijvoorbeeld. Venezuela ja. heeft meer olie dan Saudi-Arabië. Zou je niet denken? Bijvoorbeeld, Iran heeft bijna evenveel als Saudi-Arabië. Oh. Libië, Canada heeft de helft van Saudi-Arabië. Dus er is gewoon fucking veel olie op de rest. Vroeger was dat niet zo. Want vroeger werd olie als eerst werd gevonden in dat soort gebieden ook. In maar Amerika, zou... en zo. Amerika Stel, Amerika gaat Saudi-Arabië cancelen. Mm -hmm. Zouden ze dan genoeg olie hebben? Want al die Arabische landen hebben olie. enige met wie ze dan olie en... kunnen halen, Rusland, gaat niet geven. Maar als je, als je niet met Saudi-Arabië gaat, geen Kuwait of met UAE of met Venezuela nee, of met want Canada. Ik zeg in de theorie dat die Arabieren achter oh, ja, Palestina nou, dan gaan. dan Venezuela. Spelen. Die heeft het meest op aarde. Heeft die genoeg of... voor Amerika? Ik weet het niet. Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want het, het gaat er niet om of je genoeg. Nee, het gaat er niet om. Het gaat niet om de hoeveelheden die je hebt. Kijk, stel je voor, Venezuela heeft meer olie dan, uh, dan Saudi-Arabië. Ja? En jij koopt jouw olie van uh, Saudi-Arabië. En Venezuela verkoopt zijn olie dan aan uh, Zuid-Amerikaanse landen, als het ware. Als jij je olie niet meer koopt bij Saudi-Arabië, dan koop je olie bij Venezuela. Mm -hmm. En dan denk je van ja, maar Venezuela verkoopt zijn olie al aan Zuid-Amerika. Maar dan bied jij gewoon ietsje meer. En dan gaat de olieprijs omhoog. Flink omhoog. Amerika betaalt sowieso niks voor benzine, voor olie. Dan gaat de olieprijs omhoog en de hoogste bieder, die krijgt de olie. En de hoogste bieder zal altijd, ten aller tijde, de westelijke wereld zijn. Voordat wij geen olie of geen gas hebben, zal de rest van de wereld eerst geen olie en gas hebben. Want wij zullen altijd de hoogste bieder zijn. Wij zullen altijd de meeste betalen. Dus jij denkt, als al die Arabische landen met olie, Gaza zouden steunen. Mm -hmm. En er komt, uh, Amerika krijgt geen olie meer en Europa krijgt geen olie meer. Ja, er zijn genoeg alternatieven. Dat Zelfen we alles uit Venezuela adratief. gaan halen. Ja, bijvoorbeeld. Ik bedoel, Venezuela heeft evenveel als, uh, als al die landen, bijna al die landen bij elkaar. Dus dan, uh, dus dan uh, ja, zal het niet zo lastig zijn. Ik weet niet waar Venezuela nu zo olie aan verko verkoopt hoor. Maar, um, en uh, ja, Ja, 300 in principe. En er worden elk jaar gewoon veel meer bronnen gevonden. Het is niet meer de jaren 60, hoe het vroeger was. Mm -hmm. Tegenwoordig zijn we echt niet meer zo afhankelijk van olie. En vroeger hadden we ook veel meer uh, olie nodig voor andere, uh, hoe heet dat? Belangrijke dingen bijvoorbeeld alle elektriciteitscentrales die runden op olie, dat soort dingen hebben we tegenwoordig ook niet meer. Ja, ik weet het. Ik vind het raar dat niet in die Arabische landen like, hele grote protesten uitbreken van ja we moeten onze broeders en zusters helpen of zo. Er zijn protesten. Als... Er zijn heel veel uh, pro-Palestina protesten, maar ja dat uh, zul je hier weinig zien. Ja. Hier zie je gewoon de protesten in de westerse landen. Maar, daarom, kijk, het... maar ik vind het dus, uh, dus, dus... Eigenlijk wordt Palestina door hun eigen soort van allies... Natural allies, Arabieren, moslims... compleet aan hun lot overgelaten. Mm -hmm. Turkije scheidt, Saudi-Arabië scheidt. Iedereen scheidt, want ze leveren geen geld op. Nee, maar ze leveren wel kritiek. Maar... Ja, kritiek waar je niks aan hebt. Ja, maar tegelijkertijd... Kijk, het probleem is... Want dit is heel vaak gebeurd, ook vanuit Nederland... Het probleem is dat zodra je geld levert aan uh, een openluchtgevangenis, dus dat jij geen inzicht hebt over wat er met dat geld gebeurt. En dan lever jij geld voor nou, humanitaire dan ze... hulp. Ja. En dan drie maanden later krijg je bericht van Turkije heeft Hamas gesteund. Want dan kom je erachter dat het geld uiteindelijk bij Hamas is terechtgekomen. Dat is met Kaag bijvoorbeeld gebeurd. Dus uh, heel veel mensen zijn daar ook voorzichtig mee. Maar, uh, ja, dan hebben ze Hamas gesteund en dan. Ja, dan heb je een terroristische organisatie gesteund. Ja, dat... maar als zij echt gewoon voor Palestina zijn, uh, hebben ze scheid aan wat andermans mening is, gaan ze gewoon. Uh... Ja, maar op het wereldtoneel kan je dus die scheid niet hebben. Want je, je bent afhankelijk van je zakelijke relaties met al die landen. En ja, als jij, uh... ja, maar precies. Dus voor al die landen gaan zakelijke relaties voor relaties op menselijk gebied of een uh, ja. Moslimgebied of is, weet ik veel wat. Uh -huh. En dan uh, moeten we soort van hopen dat Israël tegen zijn eigen interest uh, ja, gaat, gaat inzien dat hij die, dat die slecht bezig is of zo. In welke ja, oorlog moet, is dat gebeurd? Ja, want dat moet. Want, nou, het is niet, er hoeft niet per se een oorlog te, te gebeuren, maar we hebben bijvoorbeeld de slavernij gehad. Dat we dan inzagen tegen onze eigen interests in dat de slavernij slecht was. Daar hebben we ja. wel verandering in gebracht. We hebben we met vrouwenrechten gedaan. Klopt, het dat gebeurt we, wel, maar. Dat ja. hebben we met de Z apartheid in Zuid-Afrika is dat gebeurd. Die is ook gewelddadig geweest. Die is ook vrij gewelddadig geweest. Uiteindelijk is het wel... Het, ja, het is niet echt perfect in Zuid-Afrika nu. Maar het is wel beter dan het was tijdens de apartheid. Dat, Nelson Wilson Mandela zei dat ook. Hè, van, als je leeft in apartheid, ga je niet geweldloos uit die apartheid kunnen komen. Je gaat er niet geweldloos uit. Nee, dat geloof ik ook niet. Dus Doe. dat is het probleem. Dus je kan wel geen Hamas hebben en geen leger en gewoon in je gevangenis uh, gaan zitten vredevol. Je kijk, zolang jij. Zolang, Daar heb je niks aan. Ja, kijk, zolang Gazaans niet terugvechten, gaat er nooit iets veranderen. Nee, precies. Als jij in een kooi zit en jij zit gewoon te chillen. Maar er, de ook hoek als van ze kooi... wel terugvechten, gaat er trouwens niks veranderen. Nee, want nee, maar ze zijn zwak. Ja, inderdaad. Maar er kan wel meer veranderen. Want. want uh, nee. Je gaat gewoon doen? aanslagen doen in Israël. Sommige mensen gaan dood. Die gaan aanslagen terugdoen. Die gaan mm -hmm. de shit out of you bombarderen. Ja, maar het is best wel gek voor... Is... Kijk, er, in Israël is de empathie tegen de Gazens... is een stuk groter dan bij veel, heel veel Europese landen, zeg maar. Want die, die mensen... Ja, je, je groeit ook op met die media en zo, weet je. Daar hebben ze toch wel meer... Toegang tot media, tot wat er daar zich allemaal uh, wat er daar allemaal gebeurt, zeg maar. Ik heb veel Israëlische vrienden die gewoon compleet anti-Israëlische regering zijn en uh, pro-Palestina ja. zijn in dat opzicht. Dus um, dat ga je wel krijgen. En door te terug te vechten, kun je. De, de, de meningen van het volk veranderen, wat dan kan zorgen voor een regimeverandering, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, kijk, als je in een kooi zit en je zit gewoon in de hoek van de kooi, dan gaat niemand je ooit uh, 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 bevrijden. Maar als je gewoon je longen eruit schreeuwt en elke keer wanneer er een bewaker langs loopt, die gewoon, weet ik veel, hem van zijn arm uh, trekt en hem krast en hem weet ik veel, wat allemaal doet, dan, um, ja, als je stem laat horen, dan bestaat de kans dat je, dat je wordt bevrijd. Dus uh, dat is eigenlijk de enige kans die ze hebben. En ja, er zijn, er zijn zoveel dingen gebeurd in de 75e jaar, dat uh, op dit moment de enige mensen die opkomen voor de Palestijnen zijn uh, ja, compleet gestoorde barbaren. Compleet gestoorde barbaren Het zijn de enige mensen die nog willen vechten voor de Palestijnen. En uh, ja, wat moet je dan doen? Wat ja, het, 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 het kost ook natuurlijk wat, wil je als mens soort van in staat zijn om te vechten, te moorden, et cetera. Dus mm -hmm. dat zou automatisch de meest barbare, empathieloze mensen zijn die ja. dat doen. Uh, maar ja, ik zou ook niet weten ja, wat je anders uh, kunt doen eigenlijk als Palestijn zijnde. Ja, kijk, nogmaals, je eigen mensen laten je compleet in de steek. Je bent eigenlijk afhankelijk van de empathie van je vijand, wat ik niet echt een chille situatie vind. Ja, maar ik vind die eigen mensen vind ik gewoon. Ik, ik vind dat een beetje raar gewoon. Ik vind dat juist helemaal niet raar. Ja, maar hoe, sinds, wanneer, sinds wanneer is het van. Die dat eigen is lijkt altijd zo. Ja, maar, nee, maar ik vind dat echt onzin. Want kijk. Welke, je moet welke, het toch van je eigen volk hebben, de steun? Nee, dat is niet waar. Want jongen, denk even na. Nou, ja, Amerika valt Vietnam binnen. Valt Irak binnen. Valt Afghanistan binnen. Die valt allemaal binnen om de mensen te redden en de mensen te, zijn het zijn eigen mensen? Nee, het zijn letterlijk mensen die compleet op het tegenovergestelde van jou lijken. Letterlijk. Ja, Aziaten en Midden-Oosteners en weet ik veel wat. Amica valt al die landen binnen om die mensen te helpen en weet ik veel wat allemaal. Maar dan zeiden mensen niet van, ja, de Vietnamezen die moeten maar aan de Cambodianen vragen of ze hun helpen. Of de Irakezen, die moeten maar aan de Iraniërs vragen of ze hun helpen. Nee. Dan, dan, dan denk je daar niet aan. Dan is het van het hele idee van jouw mensen, dat bestaat helemaal niet in de realiteit. Iedereen is gewoon een mens. En jij hoort gewoon die mensen te helpen. Mm -hmm. Omdat het gewoon mensen zijn. Er is niet jouw mensen en, en onze mensen. Ik ben niet meer geneigd om een, om een. Kijk, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Alleen. Um... Ja, maar dan zou je juist moeten zeggen van. Oké, okay, er is een Gaat... grootmacht op deze aarde die landen is binnengevallen om mensen te redden telkens. Ja, nou, val Israël binnen. Doe dan. Doe dan. En doe je dat niet, ja, dan is het duidelijk waarom je het al die tijden wel deed. En deze ja, maar keer iedereen niet. weet dat Amerika gewoon compleet gestoord is en dat al die dingen die ze hebben gedaan, in het Midden-Oosten, mm. van geen kant, lijkt niemand ondersteunen. Ik ken geen mensen die zeggen van, oh, dat hebben ze goed gedaan of zo. Ja. Iedereen uh, weet dat Amerika gestoorde dingen heeft gedaan, ook met Irak en zo. Ja. Niemand steunt dat ook. Maar ja, het is Amerika. Ja. Ze hebben ook een kernbom in Japan gegooid. Ja. Uh, steunt ook niemand, maar ja, ze doen wat ze willen zijn de politieagent van de wereld. En ja, wie, wie, wie gaat hun stoppen? Dat, dat vraag ik me af. Ik zou gewoon... Als ik, als ik Amerika was... Zou ik gewoon... Uh, wegen, gewoon hetzelfde doen als wat Israël doet. Kijk, Israël zegt van... Ja, we gaan het hier bombarderen. Dus je moet binnen 24 uur weg. Mm -hmm. Dat hebben ze nu tegen iedereen gezegd. Van je moet naar het zuiden. Want we gaan het hier bombarderen. Als ik Amerika was, zou ik gewoon... tegen Israël zeggen van... Jongens... We gooien straks een uh, atoombom op Jeruzalem. Jullie hebben 24 uur om weg te gaan. En dan is die heilige grond en al die heilige kerkjes en die muurtjes en we eindelijk fucking weg. Eindelijk fucking verdwenen. Zodat mensen stoppen met elkaar vermoorden. Om wie het bezit heeft van het heilige steen. Het is een fucking gestorven. Dit is 23e, man. We hebben fucking oorlogen. Omdat je twee volkeren hebt. Die gewoon denken van oh nee, dit is onze heilige grond. Het uh, is grond. Het is grond. Ik heb grond voor je in mijn achtertuin. Kom. Voor wat heb je fucking Jeruzalem nodig? Ik zweer, het is zo gestoord. En dan gaat de hele wereldpolitiek erin mee. Kinderen worden vermoord. Ouderen worden vermoord. Onschuldige burgers worden vermoord. En dan is het van, ja, maar het is belangrijk. Want het is uh, heilige grond dit en heilige grond dat. Uh, uh, dit grond is beloofd aan de Palestijnen. Dit grond is beloofd aan de Israëliërs. Het is zo dom, man. En niemand heeft het erover. Hè? Niemand heeft het erover dat zo'n domme... Dat, de, dat deze oorlog zo'n domme religieuze basis heeft. Als het twee moslims waren... Ja, je kan het er wel over hebben, maar wat bereik je daarmee? Ik bedoel, je gaat niet geloof uit hun hoofd rukken of zo. Nee, maar als het twee moslimgroeperingen waren... die, weet ik veel, om de kaba aan het vechten waren of zo... dan was het echt van... ja, kijk, ze zijn gewoon onderontwikkeld... en barbaars en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, wanneer Israël uh, de hele regering is van... nee, heilige grond, deze heilige grond moet van ons worden... Want Mozes liep hier, of weet ik veel wat allemaal. En ik denk van ja, hoepel een eind op, man. enge mensen dat jullie zijn. Ja, maar bij seculiere Israëliërs gaat het natuurlijk niet om de heilige grond. Ja, nou dan, dus voor hun maakt het letterlijk geen reet uit. Dus gewoon plat bombarderen, Jeruzalem, al die Al-Aqsa die al en zo. Allemaal plat bombarderen. Op met al die fucking. Kijk, nu gaan ja, En de... dan wat lost nu dat nu op? Dan gaan de moslims echt boos worden. En nou, dat er geen heilige shit meer. Ja, dan heb je gewoon een woestijn. Dan heb je gewoon een woestijn. Dan maar dan willen ze daar nog steeds niet. wonen, want het gaat om de grond. Ja, kunnen ze er wonen, maar dan bestaan al die heilige dingen tenminste waar ze om vechten niet. Want deze tensions zijn ook begonnen door uh, toen Jeruzalem door uh, Amerika als de hoofdstad van Israël werd gezien. Trump deed dat gewoon letterlijk om, om de Palestijnen te trollen. En toen zijn al deze dingen begonnen. Twee maanden geleden bijvoorbeeld waren er helemaal protesten in Hamas. In Hamas, in fucking Gaza. Ik haal nu Hamas, Gaza en Palestina allemaal door elkaar. Maar waren er protesten in Gaza? Omdat er dus. Uh, omdat IDF-soldaten, dus letterlijk vrouwelijke uh, Palestijnen hadden gestripsearched. Die hadden ze gestript. Hadden ze naar hun uh, dingen gekeken en zo. En toen was het allemaal. Toen was er allemaal uh, gekkigheid in het land, allemaal protesten en weet ik veel wat allemaal. En dan. Ja, dan fikste Hamas een aanslag. En dan zijn die mensen opeens kapot blij. Gaan ze zo vieren en weet ik veel wat. En vanuit. Westers perspectief lijkt het dan alsof het gewoon beesten zijn. Mm -hmm. Die daar gewoon blij zijn. Want dat hoorde ik steeds. Dylan zei dat ook: van oh, ze vieren dat er burgers zijn vermoord. dan denk ik van: no, we don't. No, ze vieren dat er burgers zijn vermoord is net zo gestoord als zeggen dat de voetbalsupporters in Qatar tijdens de WK vierden dat er arbeidsmigranten dood gingen. Het is net zo gestoord. Want dat is niet wat ze vieren. Ze vieren hun vrijheid. Ze vieren dat er de hekken om zijn. Of ze vieren dat er wraak is genomen of whatever. Nee. Het, gaat, het gaat letterlijk om voetbalsupporters die winnen. Die vieren dat er een keer vanaf hun kant gescoord is. En verder boeien alle details al die mensen niet. Maar ik denk ja. dat er bar weinig mensen zijn... die vieren dat er burgers zijn vermoord. Of kinderen zijn vermoord. Of weet ik veel wat allemaal. Oeh. Precies. Ik had dus een column van Kitty... Uh, zij is dus joods en zij neemt het een beetje op voor Israël. En zij schrijft: De drie joodse scholen die Nederland telt blijven dicht vrijdag. Hamas heeft de moslimwereld opgeroepen tot solidariteit met de Palestijnse bevolking. Hoe de solidariteit van Hamas eruit ziet, hebben we dit weekend in elke bloederig detail kunnen aanschouwen. En uh, ja, zij heeft het dus over dat al die synagogen, restaurants en zo allemaal beveiliging hebben genomen in uh, Amsterdam en Nederland, ook in Londen en zo. Die column irriteert me. En zij zegt ook dat anti-Israël sentiment helemaal niks met jodenhaat te maken heeft, gaat er bij mij niet in. Zij koppelt dat aan jodenhaat. Dat irriteert me echt zo erg. Oh, dat irriteert me zo erg. Ja. Yeah. Zeg nog meer? Ja. In alle Europese steden waar anti-Israël demonstranten de straat op gaan, duurt het meestal niet erg lang voordat er dood aan de Joden door de straten klinkt. Dit weekend kregen we in verschillende Europese steden vast een voorproefje van hoe het eruit ziet als het de oorlog doorzet. Dat vooruitzicht is allerminst geruststellend voor de Joodse gemeenschap. Dat anti-Israël sentiment helemaal niks met Jodenhaat te maken heeft, gaat er daarom bij mij niet in. Of zoals een rabbijn een keer tegen me grapte, inderdaad, niet iedereen die een hekel heeft aan Israël is een antisemiet, maar ik heb nog nooit een Jodenhater ontmoet die fan was van het land. Beveiliging voor Joodse scholen is daarom geen overbodige luxe. De maatschappelijke angst voor aanslagen vanuit islamitische hoek... is in Nederland wat weggezakt met de val van het kalifaat. De IVD meldde in hun laatste rapport echter... dat het nog steeds de grootste veiligheidsdreiging in Nederland is. Ja. De voorzitter van een van de scholen pleit daarom... om net als in België de hele dag gewapende bewa bewaking... bij de drie Joodse scholen te hebben... en niet alleen tijdens het openen en sluiten zoals nu. Zijn pleidooi is niets minder dan redelijk. Mm -hmm. Bla, bla 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 bla. Ja, er bestaat kritiek op Israël zonder antisemitisch te zijn, zeker. Maar dat betekent niet dat die twee niks met elkaar te maken hebben. Elke keer dat er iets speelt in Israël, nemen gewelddadige incidenten ten aanzien van Joden toe. Om over online Jodenhaat nog maar te zwijgen. Ja. Vraag me af, is er nu uh, online meer Jodenhaat of moslimhaat? Zou je denken? Ik denk even veel. Ja? Ja, want ja, ik weet het. Ja. Kijk, in Nederland zou je kunnen denken evenveel. Omdat je dan op social media gaat en dan zie je hele actieve allochtonen en zo. Maar wanneer je kijkt naar het wereldtoneel, wanneer je naar Amerika zou kijken of zo. Want de meeste mensen, hé, maar een paar procent die moslim is hé, in de westerse wereld. De meeste mensen zijn gewoon pro-Israël. In de westerse wereld is dat gewoon zo. Ze... En in de Arabische wereld juist is iedereen pro-Palestina. Dus ja, precies. Daar maar in, wel meer ja, maar in ik heb zijn. het over onze, onze wereld, zeg ja. maar. Uh, zal dat zo zijn? En het is ook zo dat... Uh, Islamofobie een groter iets is in de Westerse wereld dan antisemitisme. Is dat zo? Dat is ook. Ja, ik denk, denk je dat er uh, denk je dat er meer? Um... Dat betwijfel ik. Dat weet ik niet. Is er meer kritiek op moslims of op Joden? Op moslims, maar. Ja, is er ik, meer ik, ik kan... haat op moslims of op Joden? Op moslims. Ja, ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ja, dat moet je onderzoeken, weet ik veel. Mm, ik denk dat misschien. Misschien is er een... Uh, ik weet wel dat er heel vaak interviews zijn waarin mensen zeggen... ik draag geen keppeltje meer, want dan, uh, ja, dan durf ik niet meer. Uh, bla bla. En ik heb niet echt gelezen 2016. van... 16. Even kijken hoe verhoudingen zich tot elkaar... 17. Uh, 22. Pagina 22. Blah. Uh, uh, geef me gewoon duidelijke cijfers van al deze tekst. Uh, nou, ik, uh, ik zie geen duidelijke cijfers. Maar, uh, maar, ja, dat dus, maar uh, wat zij dus ook zei, wat ik heel jammer vond. Dus, dus dan, dan focust ze zo op de, op de protesten. Mm. En dan op dat er iets uh, doms wordt geroepen. Ik heb net laten zien dat... Uh, in, dat het aan beide kanten in, de, gebeurt. Dat aan beide kanten gebeurt. Maar dan ziet zij dan ook niet in dat het overduidelijk is. Dat Kijk, moslims... Alle moslims die pro-Palestina zijn op het internet en in een pro-Palestina bubbel zitten, die zullen bestookt worden met media die ik net heb gedeeld. Dat een jood dan zegt van ja, dood aan alle Palestijnen en weet ik veel. En iedereen die pro-Israël is, zal bestookt worden met video's van pro-Palestina uh, uh, supporters. Ja, precies. Die het is gewoon juice een zegt. Propaganda hoor. Ja, en het hele idee van... Antisemi de, dat het, uh, het Antisemitisme gekoppeld is aan. Dat is natuurlijk. Op een, dat is je beste kaart die je kunt spelen. Ja, en als ik vind het Israël. jammer. En wat ik nu ga zeggen. gaat als antisemitisch worden gezien. Maar fuck you. Ik ben geen antisemiet. Fuck you. Iedereen die dat probeert te roepen. Maar ik vind dat er net zoveel kritiek moet komen. Op lukraak de antisemitisme kaart trekken. als dat er kritiek is op lukraak de islamofobie kaart trekken. Want mm. Netanyahu staat erom bekend. staat er letterlijk om bekend. om de antisemitisme kaart telkens van dan ook telkens te trekken. Ja, wanneer maar dat de kritiek ze dat is op, allemaal. Ja, ja, maar daarom. Ik hoor fucking veel. Kritiek op, ja islamofobie bestaat dat wel echt en weet ik veel wat allemaal. Weet je. Ja, maar, maar het is al, ja. ook anders, ja. Islamofobie gaat om uh, islam, en uh, antisemitisme gaat om je afkomst en je ras. Ja, islam, islamofobie gaat ook om, is, om je afkomst en ras. Ik weet niet hoor, want er zit het woord islam in en niet Arabier. Ja maar, ja, maar dat maakt niet uit, want niemand vraagt aan jou of jij moslim bent voordat ze islamofobie op jou toepassen. Als jij Mohammed bin... Uh... Ik vind dat iedereen het recht heeft om islamofoob te zijn als dat betekent je bent bang voor de islam of je hebt kritiek op de islam. Maar dat is niet wat islamofobie betekent. Islamofobie is... Ja, ja volgens mij is er ook een begrippenverwarring met wat dat precies betekent. Omstreden term... Afkeer, alles wat met islam te maken heeft, gebruikt van de islam. De taal. islam. Ja, dus haat of vooroordelen, jegens of discriminatie van moslims. Dus dat, het, uh, dat, is, wat het, uh, dat is wat het in principe betekent. Maar daarom, kijk, uh, uh, dat is in, bij antisemitisme ook zo. Dan wordt uh, het jood zijn uh, en het joods. Nee, dan wordt jood zijn, jood zijn als afkomst. En jood zijn als religie wordt dan bij elkaar gevoegd, en dat is met islamofobie ook zo. Als je gewoon een islamitisch klinkende naam hebt, dan uh, kunnen mensen jou gewoon uh, uh, verkeerd bejegenen, zeg maar. Net zoals uh, iemand die islamofobisch is, die zal uh, nog steeds niet opeens geen problemen met mij hebben. Er is wel een verschil, dan... want er is een genocide geweest op joden, dus er is een historische context bij antisemitisme. Mm -hmm. en honderden jaren lang vervolging en onderdrukking. Dus nou, en dat is uh, nog niet bij moslims gebeurd. Dus dat, ja, en dat ik denk dat, uh, ook niet dat paard, dat ooit gaat gebeuren. Misschien dat het binnen een paar dagen gebeurt... Hè, met deze gang van zaken. Misschien kunnen we die termen dan wel gelijk trekken. Dan is onze genocide recenter, jongens. Dan krijgen wij de overhand. Nee. maar, ja, maar dat is dan niet in uh, Nederland gebeurd, maar, natuurlijk. Ja. Uh, yeah. Maar wat ik wil zeggen is dat... Uh, ik, ik, ik heel veel mensen... Kijk, net zoals links bang is om... Kritiek te hebben op de term islamofobie. Dat is dan alles bij alles ja-knikken wanneer het onder islamofobie valt. Is het ook zo bij antisemitisme. Want zodra je kritiek hebt op. dat de antisemitisme-kaart uh, lukraak wordt getrokken. Er is fucking veel antisemitisme in de wereld. Ik heb heel veel antisemitische conspiraties behandeld hier. Maar ja. we weten ook dat het politiek wordt ingezet. om het tegen partijen te doen zussen. Want er, er is gewoon een heel groot gewicht op. En je lijkt gewoon op een klootzak wanneer iemand zegt. Dat is antisemitisme. En jij zegt nee, dat is het niet. En weet ik veel wat, dan lijk je gewoon op een klootzak. Dan je gewoon op een nazi. En dat wordt gewoon gebruikt door Netanyahu. Dus uh, ik vind dat een beetje een. Uh... Kijk, er is ook, ze heeft ook deels gelijk. Er is fucking veel antisemitisme wanneer het gaat over haat op Israël en dat soort dingen. Maar kritiek op Israël, dat samenvoegen met antisemitisme vind ik jammer. Want kritiek is gewoon kritiek. Kijk, haat op Israël, samentrekken met, Islam uh, met uh, antisemitisme, begrijp je. Maar kritiek op Israël, als zij daadwerkelijk gelooft dat de meeste kritiek op Israël vanuit antisemitisme hoe komt, ja, dan heeft ze niet de kritiek op Israël gelezen. Want dat je een apartheidstaat hebt, of een openluchtgevangenis hebt, of een extreemrechtse overheid hebt, die letterlijk een dictatuur aan het vormen is, die de macht naar zichzelf heeft getrokken, dat zijn ja. geen antisemitisme... Antisemitis nee, maar zij uitstaken. zegt in haar column... Mm... Zodra het anti-Israël is, hoor je ook gelijk iets als dood aan de Joden. Ja. Wat ik ook wel geloof. Ja, en zodra jij... het anti-Palestina -anti is ook. Ja, precies. Wou ik net zeggen. Ja. We Hoe hebben zojuist je... gezien dat dat bij de... Hoe kan je toe... anti-Palestina zijn en niet zeggen van... Ja, de Palestijnen moeten verdwijnen uit Israël. Dat is wat anti-Palestina zijn betekent. Letterlijk. Net dus Zoals dat anti-Israël ja. betekent dat Israël... Israëli's moeten ophoepelen. Of moeten... moeten vernietigd wordt of whatever. Ja, het verschil is wel dat je zeg maar, bij die pro-Israël-demonstratie... zie je niet dood aan de Palestijn. Tenminste, ik heb dat nooit... Ja, je hebt me net dat filmpje laten zien in New York... maar in Nederland je ja, dat maar, natuurlijk niet. Ja, ja, maar je moet kijken naar... Want het is een numbers game, hè? Kijk, als je in Nederland een hele grote bijeenkomst hebt... Laten we zeggen, in Nederland wonen fucking veel Joden. Er wonen een miljoen Joden in... Uh, hoeveel Joden wonen eigenlijk in Nederland? Ja, 40.000. Ik had gisteren opgezocht. Oh, dus laten we zeggen, er wonen een miljoen joden in, in uh, Nederland en ze gaan protesteren. Kan je garanderen dat je dat gaat horen? Waarom? Want je hoort dat in locaties waar een miljoen joden wonen. Zoals New York bijvoorbeeld. Dan kun je die mensen vinden. En als er, ja, als er maar 40.000 allochtonen, uh, niet-westerse, islamitische allochtonen woonden in Nederland... dan zou je die protesten ook nooit krijgen. Van dood aan de joden en uh, weet ik veel wat allemaal. Dan zou je dat ook niet krijgen. Dus het is een numbers game. Dus daarom is het belangrijk om die balans uh, uh, op te maken. En ja. da no daarom moet je overduidelijk gewoon op zoek naar beide kanten van het verhaal. Ik heb deze laatste paar dagen de hele tijd van de ene bubbel naar de andere bubbel gehopt. De ene kant naar de andere kant. En dan zie je gewoon dat ze dezelfde misinformatie delen. Maar dan claimt de ene dat de Joden het hebben gedaan... en de andere dat de, uh, de Palestijnen het yeah. hebben gedaan. En dan zeggen ze, maken ze elkaar uit voor beesten. En dan denk ik van, jullie zijn hetzelfde. Jullie zijn hetzelfde. De ene doet het misschien guerrilla warfare en wat bloederigere... en de andere doet het door knopjes in te drukken... en maakt maar dood nog steeds meer kinderen en weet ik veel wat allemaal. Maar jullie yeah. zijn exact hetzelfde. En de haat zit er aan beide partijen in. Daarom, haar hele betoog is dan ook van alsof er geen... Alsof in Israël niet het idee heerst van we moeten de Palestijnen wegroeien. Terwijl dat is gewoon een idee dat heel erg heerst. Dat heerst er gewoon. Maar het feit dat jij die protest niet hebt gezien in Nederland, dus dan is het her niet. Dat ja. is gewoon extreem naïef. Dat ik is denk gewoon... ook dat zij dat weet hoor. Dat, dat, want ja. zij is heel vaak in Israël. Ja, maar daarom. En dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Dan moet je dus ook zeggen: van ja, ze zeggen hier dood aan de Joden en weet ik veel wat. Maar in Israël leeft ook het sentiment van dood aan alle Palestijnen. Ja. Dus dat, dan moet je het. Want zij kiest dan gewoon een kant daarin. En ik vind dat ook Maar lastig. is het niet erg een soort van logisch dat Joden die trauma-reactie hebben? Ja, net zoals het logisch Ik ben nu even advocaat dat. van de duivel voordat er weer comments komen met... Ja, het voelale is weer... Uh. Ik heb echt scheid, maar goed. Uh, maar ik... jij zei voor de aflevering toch fuck de Palestijnen, of niet? <laughs> ja, precies. Dat zei ik. Um, kijk, weet je wat, is Joden die, die hebben een holocaust overleefd, nog niet zo heel lang geleden. Iedereen heeft wel opa en oma die een kamp heeft overleefd. Dus ik, ik, ik snap dat die mensen denken van, ja, godverdomme, we hebben een klein landje, we worden weer. Ja, maar afvallen. ze hebben een opa en een oma, maar alle Palestijnen. Die hebben een kind of. Alle ja, Palestijnen. Ja, er is ja, precies. Waarschijnlijk geen enkel Palestijn die niet een vermoorde familielid heeft. Waarschijnlijk geen enkel. Nee, ik zet het ook niet af tegen de Palestijnen. Wacht. Wat was mijn. Ja, maar punt? daarom. Je zegt dat het, dat dan begrijpelijk is dat ze door die trauma zo denken. En daarom is het of dat, dus dat ze overal antisemitisme zien, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat snap ik op zich wel, omdat je. Ja, als je een beetje je verdiept in je eigen Joodse geschiedenis, ja, dan tuurlijk, kom je maar erachter. Je antisemitisme is ook overal, dat 100 maar... Ja, zelfs bij FVD en zo, zeggen ja, ze. Ja, ja, alles ja, is in handen van probeer, de Joden. Ik probeer ook, niet, kijk, als, als de indruk is geweest dat ik antisemitisme probeer uh, wat te, te goed te praten, of whatever, er is fucking veel antisemitisme in de wereld. Echt fucking veel in de islamitische kringen ook. Ook op, op die 4chan en zo zagen ja, we heel maar, veel antisemitisme. Moet je moet oppassen met kritiek wegzetten als kritiek probeert klopt. te koppelen aan antisemitisme. Dat Daar moet je dat echt klopt mee oppassen. Want nee. dat is gewoon... Dat is en een verdedigingsmechanisme... die een extreemrechtse regering gewoon al te graag gebruikt in, in Israël. En ja. het doet gewoon af aan de echte antisemitisme. Weet ja. je? Er is gewoon meer dan genoeg volkomen rationeel kritiek op Israël... die totaal niks met antisemitisme te maken heeft. Ja. Dus uh, ja... Ja, ik vind het ergens ook een soort van interessant dat antisemitisme in de geschiedenis juist altijd van christelijke kant is gekomen. En van ja. naties, wat ook weer een christelijke basis heeft en zo. Ja. En eigenlijk nooit van islamitische kant in de geschiedenis. Ja. Volgens mij hebben joden vrij vredevol geleefd overal. Dat kwam pas uh, toen uh, al de joden werden geïmporteerd zo, naar Israël. Gewoon weg. Ja, en toen is Israël ontstaan en nu is juist ja. heel die islamitische wereld antisemitisch. Terwijl ze dat nooit in de geschiedenis zijn geweest. Ja. En nu wordt die antisemitisme kaart, dus de hele tijd getrokken bij die islamitische wereld, terwijl die islamitische wereld heeft geen genocide op jou gepleegd. Dat was hier gebeurd, niet daar. Ja. Dus dat ja, dat is ook niet erg logisch. Nee, maar ik bedoel, uh, ik bedoel, moslims geven Joden meer dan genoeg jo uh, uh, Joden, meer dan genoeg brandstof om te vrezen voor een volgende genocide. Ja, daar daarin ook geen zijn moslims over mogelijk, ook gewoon... Als, als Hamas ja. achter de knoppen stond van de, de regering, van de israëlische regering, dan hadden ze veel, veel barbaarser opgetreden. Als ze een kon konden gooien op Israël, dan hadden ze dat gewoon gedaan. Daar is echt letterlijk geen twijfel over mogelijk. Um, het verschil is ook dat Israël... Kijk, Israël kan veel flikken, maar ze... Ik denk ook dat Israël niks te verliezen had. Dat er ook genoeg mensen zijn in de extreemrechtse uh, overheid. die ook gewoon graag uh, Gaza hadden gecarpetbombed, zeg maar. Uh, maar ja, je moet gewoon. Uh, je kan niet al te barbarisch of onmenselijk zijn. Je kan wel een paar mensenrechten schenden, blijkbaar. maar je mag daar niet te ver in gaan. Zodat je je allies. Uh, Ik vraag me oprecht af, stel ze zouden gewoon inderdaad alles bombarderen. zou er dan ja, iets gebeuren met Israël? Ja, en, da en dat is dus een hele. Ra, het is echt een lijpe gedachte. Want ik heb daar ook aan gedacht. En het feit dat we dan in een wereld leven. waarbij het mogelijk zou kunnen zijn. dat we ze gewoon. dat we het door de vingers zien. vertelt echt heel veel over ons, eigenlijk. Maar ja, ik bedoel, weet je. het verleden heeft laten zien dat. Het, uh niet echt een probleem is. Ik bedoel, Amerika heeft ook gewoon atoombommen. Ja, je zegt gegooid wij, op, uh... maar bedoel je wij burgers of onze regeringen? Want ik heb niks te maken ja, met dat. Ik bedoel, dat mijn ik bedoel regering gewoon doet. de mensheid, weet je? Het feit dat dat. Ja, maar je kan wel als burgers soort van dat willen, maar als jouw regeringen dat niet doen, ja. Ik weet niet, wat kun je dan doen? Ja, niks. Want ja, kijk, Amerika heeft ook atoombommen gegooid op. Uh... Ja, en op, dat op, wilde op, ook op niet de handen. Amerikanen. Ja, maar daarom. Maar, en is er iets gebeurd? Nee, het is nog steeds grootmacht van de wereld. Dus dan. Uh... Ja, laat het wel zien. Ja, maar dat... ik vind ook, zeg maar, je, vind, je moet altijd volk een beetje loskoppelen met wat een regering doet, vind mm. ik. Sommigen vinden dat een hele onlogische gedachte. Ik vind het echt niet mm. meer dan logisch. Want je hebt daar niet zoveel macht op als volk. Ja, je hebt verkiezingen om de vier jaar. Je, je kiest op een paar punten. Mm. Je kijkt niet naar wat ze van Israël vinden of zo. Maar het toont wel aan dat al die regels en wetten... Mensenrechten, universele rechten van de mensen, weet ik veel wat. Die ja, hebben die worden zo makkelijk aan de laars gelapt. Dat ze uh... eigenlijk niks betekenen. Het zijn nee. gewoon van die verzonnen concepten die we gewoon hebben neergezet. die ons een goed gevoel geven over onszelf. Van hé, hey, kijk hoe goed we bezig zijn. Maar dat wanneer wij dat willen en wanneer je machtig genoeg bent, je ze gewoon uh, kunt negeren. Ja, je kunt ze gewoon negeren. Ik had een keer gelezen toen die ophef was over die uh, regelboogband bij voetballers, weet je wel? Moslims. Oh, yeah. Ja, moslims voetballer, moslim voetballers wilden dat niet dragen. Uh, daar was toen hele ophef over. Ja, moslims zijn uh, anti-homo, dit en dat. werd gezegd. En toen had iemand gekomment van als zij echt zoveel om mensenrechten zouden geven en om gelijke rechten en zo, dan zouden ze ook uh, tegen Israël zijn. Mm. En op zich. Is dat wel, een soort van ergens is dat wel te begrijpen. Want als jij claimt de moral, uh, hoe noem je dat, moral high ground te zijn, ja. dan uh, moet je natuurlijk wel consequent zijn. Als je niet consequent bent, dan ben je niet geloofwaardig. Mm -hmm. Dus ergens ja. is die gedachte ook wel logisch. Van ja, je wilt ons berispen omdat wij anti-homo zouden zijn, maar je bent zelf ook niet altijd uh, aan de juiste kant. Dus ja. hoe verklaar je dat? ja precies en waarom is er dan geen Palestina band zeiden ook sommigen ja ik denk dat het uiteindelijk gewoon duidelijk is dat um, in deze wereld um, geld meer telt dan um, ja ethiek of uh, moraliteit ja maar op zich is dat nothing nieuw toch <laughs> ik weet niet nee maar het is gewoon wel een moeilijke ja een moeilijke conclusie ja het is een moeilijke het is een deprimerende realisatie weet ja. je want als burgers dus ik weet ook niet of dat waar is. Ik wilde zeggen, als burgers zijn we wel zo. Als burgers geven we wel meer om onmenselijkzaam geld, maar ik denk ook niet dat dat waar is. Nee, kijk, sommige burgers die volgen geen eens nieuws. Dus ja, die, uh, sommigen doen dat wel. Die zijn ja. dan uh, voor de ene partij of voor de andere partij betrokken ermee. Maar wat kun je doen als burger? Ik, in mijn bubbel is iedereen pro-Palestina trouwens. Nou, blijkbaar is het enige wat je kan doen... is Hamas joinen. Ja, dat is blijkbaar het enige wat je kan doen. Uh, ja, of, of, of je moet soort van... ja, lob lobby's oprichten of zo. Weet ik veel. Maar uh, ja, daarom, er is niemand die... Uh, die daar moeite voor ja. wil doen. En de Joden zijn echt... extreem goed georganiseerd. Echt ja. extreem goed georganiseerd. En gelukkig zijn er ook heel veel Joodse organisaties, echt veel Joodse organisaties in Israël zelf, mensenrechtenorganisaties die enorm veel opkomen voor de, uh, voor de Palestijnen en voor de mensenrechten schendingen en die alles op papier zetten en met de media delen en rapporten uitbrengen dus daar mogen uh, al die uh, idioten, pro uh, hamas mensen die uh, ik in de groep heb meegemaakt uh, die mogen die mensen hun voeten kussen graag want die leveren meer werk voor de Palestijnse strijd dan dat deze idioten ooit zullen gaan doen. Mm -hmm. um. Ja, dat is trouwens waar. Je hebt ook zo'n website, een ander Joods geluid, heet dat. En die is zo extreem pro-Palestina. Ja, er zijn heel veel niet-Zionistische Joden die, echt, extre, achter, die niet achter de Israëlische uh, dingen staan. Ja, zijn er, je hebt er, zijn er er Joden met van. keppeltjes en zo, alles erop en eraan, ja, ja. die gewoon uh, ja. Palestina vlag hebben tijdens ja. demonstraties. Ja, ja 100%. En zo. Daar heb je er heel veel van. Je hebt uh, ja, je hebt twee organisaties. Uh, maar die komen in feite meer op voor de Palestijnen dan, uh, uh, dan anderen, zeg maar. Bethlehem of the, no who hates soccer weer? Israeli human rights organizations. Ja, Bethlehem. Bethlehem. B-T-S-E-L-E-M.org Ja. the nieuwsgierig. Oh, hun motto is abandoning the basic moral principle that all human beings were created equal. Bethlehem Elohim is a loss of humanity. Dat is mooi gezegd. Mm -hmm. Maar um, ja, die waren dus. Um, ja, kijk, bijvoorbeeld Israel committing war crimes in Ghana. Um, Israeli okay. settlers enter bur, uh, Burka village lands during clashes with residents, trying to drive them away. One of the settlers shoots and kills a villager. Dus ja. Uh, yeah. Israëlische soldiers detain Palestinians, including a 16-year-old boy at a checkpoint, mistreat them and steal their money. Mm. Dus ja, dus ze, ze rapporteren wel op dat soort dingen. Dus uh, daar mogen heel veel, uh, veel pro-Hamas-mensen echt blij mee zijn. Ja. Um, dat deze mensen nog. Niet dat dit wat uithaalt, trouwens. Ja, maar het haalt wel veel meer op. Want het zijn uiteindelijk ook gewoon mensen die. Uh, die oh ja, dat vond ik ook jammer. Hè? Dus er was. Dat is, in, dat is in Amerika gebeurd. Dus de Harvard Student Association. Um, die had dus een brief geschreven. Die had een brief geschreven waarbij ze dus... Uh, die niet pro-Hamas is, maar wel pro-Palestijnen. En dat ze eigenlijk de, de daden van Israël afkeuren. Ook die van Hamas, maar vooral die van Israël. Omdat dat de oorzaak is geweest die tot al deze dingen heeft geleid. Het uh, creëren van een openluchtgevangenis, zeg maar. En vervolgens hebben Joodse organisaties... die fucking groot zijn in Amerika... hebben al die studenten gedokst, dus hun... Identiteit achterhaald, die op het internet gezet en aan alle Joodse bedrijven en organisaties doorgegeven van neem deze mensen niet aan en boycott ze, want uh, ze zijn pro-Palestina, als het ware. Nee, ik vond dat zo gestoord. Ik vond ja. dat zo gestoord. Ik dacht, als het een moslimorganisatie was die dat had gedaan. Wayo. dan zouden we kamervragen stellen over de islamitische invloeden... die, uh, die er zijn in het bedrijfsleven en die ervoor zorgen... dat de werknemers worden gediscrimineerd en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dan kan het gewoon. Want de, de pro-Israëlische idee, en opnieuw, dat is een compleet religieus idee... van we moeten zoveel mogelijk Israëliërs halen naar Israël... en we moeten zoveel mogelijk land innemen doordat Israël helemaal van ons is. En zoals dat beloofd is in het boek... Het is gewoon gestoord. En het feit dat de politiek daar niks tegen doet. En dat het ook niet echt in het nieuws komt. Enzo. Ik wil meer religieus gestoorde joden zien in het nieuws. Want het moet voor mensen duidelijk zijn dat deze hele oorlog aan beide kanten een gestoorde religieuze kwestie is. Het zijn aan beide kanten gestoorde religieuze mensen. Die dan over ja, de, de lijken van burgerslachtoffers aan beide kanten gaan om hun religieuze belangen te dienen. Het is gewoon gestoord. Omdat ze allebei gewoon geloven in een mannetje in de lucht... die hun shit heeft beloofd of whatever. Ja, ja. krijg je gewoon al deze, al deze doden aan, aan, aan beide kanten. Ja. Um, ja, wat kan ik hier nog verder over zeggen? Er is extreem veel nepnieuws geweest. Echt extreem veel. Het was echt gestoord ja. hoeveel nepnieuws nep er was. Want onthoofde baby's, dat was nep. Ja, dat bleek uiteindelijk nep te zijn. Maar wat heeft Hamas nou echt gedaan en wat is nou nep? Want ze hebben wel die festival gehad. Oh ja, 100%. Vermoord. Kijk, Hamas. Kijk, dit, ik heb dus. Oh, dit was echt zo erg. Er waren meerdere mensen die dan Hamas probeerden goed te praten in uh, de groep. Eén zo'n keih vooral. Ik heb hem eruit gekikt. Wie dan? Maar die kwam dus Rams of zo hij, ja, ik weet niet. Hé, hey, je hebt je naam genoemd in de podcast. Yeah, je hebt het gehaald. <laughs> ze zijn waarschijnlijk altijd blij. Maar van. volgens mij was. Mm, ja, ik heb het niet helemaal gelezen. Maar Nihad is toch. Die zei toch ook: ik heb niks tegen Hamas of zo? Ja, ja, nee. ja, ja, ik weet het niet. Maar uh, wat wilde ik zeggen? Uh, ja, hun deelde dus videobeelden. Kijk, er zijn gewoon videobeelden die hebben... Nee, dat hebben we waarschijnlijk nooit gezien. Er zijn gewoon videobeelden van... Uh, uh, dat er bijvoorbeeld een vrouw wordt ontvoerd. Of dat er een vrouw wordt gevonden, een Israëlische vrouw met kinderen. En dat Hamas dan zegt van... Dit is een vrouw, dit is geen soldaat. Uh, laat haar met rust, doe haar niks. En weet ik veel wat allemaal. Dus dat ze ze in bescherming nemen en zo. Dat soort dingen, dat soort video's zijn er ook. Uh, en dat soort video's delen moslims dan om duidelijk te maken dat, dat Hamas vrede liefend is. Hamas vrede is. En dan denk ik van, kijk, dit is geen georganiseerde leger of zo. Dit zijn individuele mensen. Kijk, IDF, Israëlisch leger, IDF heeft uh, je hebt conscription, je hebt dienstplicht. Mm -hmm. Dus alle Israëlische jongeren die moeten het dienstplicht in. IDF heeft verschrikkelijke dingen gedaan, maar het zijn individuen die het doen. Er zijn ook heel veel IDF soldaten die gewoon geen burgers vermoorden. Ja, en dat zal met je hebt in ha elk leger, denk ik, psychopaten. Pre precies. En dat zal met Hamas net zo zijn. Alleen bij Hamas zou er. er, is geen contro er is geen, je gaat niet op je vingers getikt worden. Nee. omdat je een burger hebt vermoord. Dus dan gaat dat soort uh, kwellingen, dat soort acties. Gaat veel meer voorkomen. Ook, want er zijn ook gewoon mensen die ik getraumatiseerd heb, uh, zijn. Ik heb dus gelezen dat Hamas afstand neemt van uh, alles wat er gebeurd is. Ja, ze zeiden we hebben geen burgers vermoord. We hebben geen vrouwen vermoord. dat, ik dat is wat ze zeiden. Maar er zijn 100% burgers vermoord. Er zijn gewoon videobeelden waarbij iemand, een burger op de grond, doet alsof hij dood is. En dan schiet ze hem door zijn hoofd. Ze hebben zelfs gezegd dat het niet door Hamas, maar door gewone Palestijnse burgers is uitgevoerd. Hmm, ja. ja. Kijk, er zijn sowieso meerdere militia's aanwezig. Hè? Want nee. het is niet alleen Hamas. Er zijn meerdere militaire groepen die ja. gewoon nu hun kans pakken. Dat sowieso. Maar voor de westerse wereld is het gewoon allemaal Hamas. Uh, dat sowieso. Maar ik geloof sowieso niet dat, er helem dat Hamas helemaal geen burgerslachtoffers heeft gemaakt. Kijk al die jij gaat het leger in of ja niet het leger in jij gaat Hamas joinen omdat je getraumatiseerd bent. Ja, Dat precies. is de reden waarom je gaat joinen. joinen. Je vrouw en je kinderen zijn vermoord in een laatste raketaanval, dus daarom ga je het joinen. Dus jouw voornaamste doel is ook eigenlijk wraak, weet je? Ja. Dan, dus, dus dan begrijp ik volkomen dat er burgers zijn vermoord. Dus dat proberen goed te praten. Omdat je een andere video hebt waarbij een burger wel goed wordt behandeld, is dom. Het is echt extreem dom. Dan doe je echt alsof, je, alsof die mensen op en top goed zijn. En er een heel complot heerst en weet ik veel wat allemaal. Dat is niet waar. Er zijn gewoon burgers vermoord. Het is verschrikkelijk wat de fuck ze hebben gedaan. Er zijn verbrande baby's aangetroffen. Letterlijk verbrande baby's. Want oh, dat is dus wel echt. Oh ja, er zijn verbrande baby's. Er zijn nee. geen kinderen onthoofd. Dus er was een fake news van Werd er verteld dat er 40 baby's zijn vermoord in een kibbutz? Een kibbutz is zeg maar een commune waar mensen bij elkaar komen. En kibboutsen zijn over het algemeen ook, ja, hoe zal ik het zeggen? Vredelievend. Het zijn linkse mensen, vredelievende mensen. Mensen die voornamelijk pro-Palestina zijn. Het zijn geen settlers, zeg maar. Settlers zijn. De mensen die dan land innemen. Dat zijn totaal andere groepen. Ja, er was dus nieuws over dat er 40 baby's onthoofd was. En toen ja. was er weer heel veel mensen die zeiden, nee maar dat is helemaal niet waar. En het is ja. helemaal niet confirmed en ja. zo. Maar toen waren er weer mensen die zeiden, ja maar er is wel die kiboets is gewoon uitgemoord. En daar ja. zaten ook baby's bij. Dus wat maakt het uit of ze nou onthoofd zijn of vermoord zijn? Of nou, 40 maakt, of het, 50. Het maakt, dat maakt voor mij maakt het heel veel uit. Want kijk, zodra je zegt, uh, er werd gezegd 40 baby's onthoofd. 40 baby's onthoofd, dat houdt eigenlijk bij dat iemand gewoon één voor één 40 baby... Nek heeft doorgesneden. Ja. Dat is best gestoord. Hamas is gestoord, maar dit is nog gestoorder dan dat Hamas gestoord is eigenlijk. Dus dan ja. zet je mensen weg als beesten. Ten tweede was het voor mij heel erg onlogisch, want de kans is heel klein, echt extreem klein, dat er ergens 40 baby's aanwezig zijn. Vooral in een kibboets, wat gewoon een klein dorpje is. Nou, we kan we... bij een kinderopvang of zo? Ja, maar dat kan alleen in een grote stad bij een kinderopvang. Een kibboets ja. is echt een klein dorpje. Als je in een klein dorpje 40. Kind, baby's moet hebben, dan moet echt elke paar in dat dorpje tegelijkertijd een kind gebaard hebben. Anders ja. kan dat niet. Dat is ook gewoon 40. Dat klinkt ook gewoon verzonnen, weet je. Dus dat van die uh, onthoofd was sowieso niet waar. Dat had iemand uiteindelijk, uh, een van de settlers, had dat verzonnen. De settlers die dan rol als soldaat, als het ware. Uh, en toen was het van, oké, okay, 40 baby's vermoord. Nou, er waren ook geen 40 baby's vermoord. Of maar er of, of, waren wel gewoon baby's in die keyboots. Kib en die keyboots was wel uitgemoord, toch? Pre precies, precies. Er zijn, uiteindelijk zijn er, zijn er wel baby's vermoord. Dus er zijn baby's vermoord. Dat, 100%, dat is 100% gebeurd. Ja. Alleen het hele idee dat ze dan een baby hebben gepakt en zijn keel hebben doorgesneden. En het was voor mij ook onlogisch, omdat. Ook al ben je extremistisch moslim, dat mag niet van, van de islam. Dat mag ja, dan, letterlijk niet. Ja, als we gaan discussiëren Elke, over wat wel en niet mag. Nee, maar, je neem niet maar los uit. daarvan. Kijk, als er veertig zijn, dan is het een systematisch proces. En ja. zelfs ISIS, wat het meest vrede is, wat er was op aarde qua islamitisch geweld, heeft niet kinderen onthoofd, Weet je? Nee. Dus dan is het duidelijk dat het iets verzonnen is om jou neer te zetten als compleet dier en dat is altijd gebeurd in, in oorlogen van oh ja ze snijden de buiken van zwangere vrouwen open en weet ik veel wat allemaal Ze in elke oorlog wel eens verteld omdat je de tegenstander probeert neer te zetten als complete dier en Hamas die mensen die onschuldige mensen hebben vermoord en kinderen hebben vermoord zijn dieren maar ze zijn niet zulke dieren en het is dus best wel disrespect tegenover de realiteit en de slachtoffers om ze weg te krijgen. En ik zetten vind het ook onnodig soort, uh, om te overdrijven, want de realiteit precies. is erg genoeg. Precies, inderdaad. Nou, maar, ja, maar daarom, je neemt kracht weg van de realiteit. Want dan moeten we gaan discussiëren of baby's onthoofd zijn of vermoord zijn. Terwijl ja. het maakt niet uit voor, voor... Ja, de baby's zijn gewoon dood. Maar als jij dan wilt de wereld in wilt helpen dat de baby's onthoofd zijn, dan probeer je een slechte situatie nog veel slechter te maken voor... Een soort van politiek gewin eigenlijk bijna. Weet ja. je? Uiteindelijk heeft zelfs Biden het herhaald. Dat die foto's heeft gezien van de onthoofde baby's. Uiteindelijk heeft. Ja, ik heb het ook in mijn column geschreven. Godverdomme. Ik kom morgen online. Maar ja. uh, ik wist ook niet dat het fake nieuws was. Ja, en uiteindelijk heeft de Jeruzalem. Uh, of niet, niet Jeruzalem. Heeft de prime minister. Uh, even kijken. Kan je wel de foto's laten zien? Hebben ze uiteindelijk de foto's gepubliceerd? En het, waren, het was één foto van een uh, dood kind. En uh, één foto van een. Um, een brandkind. Nee, ik hoef het niet te zien. Nou. Uh, Mijn maag draait <laughs> zich al om. Ja, precies. Nou, dat oh. Twee uh, verbrande kinderen en één uh, dood kind. En ja, dat is uh, extreem erg. Maar uh, dat is ook wat ik uh, wilde zeggen is: kijken wat er hier uiteindelijk is gebeurd die uh, verbrande kinderen. Dus wat ze doen is heel veel Israëlische mensen hebben een safe house in hun huis. Dan wanneer er iets gebeurt. Dan sluit je zo zelf op in de safe room, zeg maar. Sluit jezelf daarop. Dat heeft dan beveiligde muren en weet ik veel wat. Zodat je daar veilig bent tijdens een raket. Alleen al dat ze dat whatever. hebben zegt echt wat voor getraumatisme. Ja, maar natuurlijk. Want je zit, je zit je let, er worden over en heen worden raketten ge, uh, afgevuurd. Ja. Dus uh, wanneer mensen dan daarin zichzelf opsluiten, uh, ja, de, ja, dan zit je daar en dan wacht je tot je wordt gered. Maar Hamas die steekt gewoon alle huizen in de fik. Dus uh, hm. ja, als je je daarin hebt opgesloten, dan ga je gewoon leven te verbranden en uh, oh er zijn gewoon er zijn gewoon baby's levend verbrand man ja dat is echt ja uh, oh, dat is echt heel erg maar uh, oh moet je je voorstellen hoe die ouders uh, gaan zijn moet je je voorstellen hoe je zou zijn als jouw uh, kind als jouw baby levend verbrand was kijk ik kan gewoon hier zeggen, als ik een Palestijn was en mijn baby is vermoord of mijn familieleden zijn vermoord, zou ik ook Hamas joinen of ja, steunen? En als ja. ik een Israëlier was, ja, dan zou ik uh, ook... Ik heb dat ook in de groep de... gezet, als ik Joods was en ik krijg godverdomme heel mijn leven al te horen dat er raketten over ons vliegen en weet ik veel wat. Of dat, ja. dat een vrouw naakt door de straten gesleurd wordt of zo. En heel mijn leven is al die, is, is er gewoon gevaar op aanslag, dit en dat. Iran is bezig met kernwapens, alle landen om ons heen zijn tegen ons. Ja, ja dan zou ik ook uh, harteloos zijn tegenover, uh, ja, misschien Palestijnen of zo. Ja. Of dan zou ik ook het leger joinen, want volgens mij moeten ook elke Israëliër het leger mm -hmm. joinen en zo. Ja. Ja, het is echt lijp, maar de hoeveelheid mensen... Er was ook diezelfde guy die ik aan de groep heb gegooid, die uh, viel dan voor... Dan had iemand die foto van die kinderen door zo'n AI-ding gehaald. Van, is het AI gegenereerd of niet? En dan zei die website dat het AI gegenereerd was. En dan, maar die website was gewoon onzin. Ik had mijn eigen foto erop gegooid en daar, daarvan zei die ook dat het AI ge gegenereerd was. Maar dan denk ik van... Um, ja, je wilt gewoon niet geloven dat er kinderslachtoffers zijn gevallen... Aan jou, door jouw kant, zeg maar. Maar waarom? Waarom wil je dat niet geloven? Denk je echt dat er een mogelijkheid bestaat dat jij urban warfare gaat uitvoeren? Letterlijk oorlog in stadsgebied, in dichtbevolkt gebied. En dat er geen onschuldige slachtoffers gaan vallen? Denk je dat ja. echt mogelijk is? Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan letterlijk niet. Als je barbaarse shit gaat doen, zoals het binnenvallen van een dorp, dan gaan er barbaarse... Praktijken. En het is ook gewoon zwak om het te ontkennen. Ontkennen Precies. is het zwakste wat je kunt doen. Precies. Of own het, of uh, ja. distancieer je ervan. Precies, want het, is ook, het, het laat ook zien dat je echt in zo'n kinderachtige manier van denken zit, dat je daadwerkelijk gelooft van wij zijn een en al goed en zij zijn een en al slecht. En het is zo'n vertekend beeld van de realiteit. Zo'n vertekend beeld. Weet je, en daarom haat ik dat hele kant kiezen of pro-Israël zijn of pro-Palestina -pro zijn. Er zijn kinderen dood, man. Aan beide ik, Elke keer moet ik bijna janken wanneer ik het zeg. Het zeg kut, ik wil echt niet janken voor camera. Maar er zijn fucking kinderen dood, man. Aan beide kanten. En het ja. feit dat er dan zo disrespectvol mee wordt omgegaan is gewoon hartverscheurend, vind ik. Want we, dan zitten we hier heen en weer allemaal dingen te bespreken van... oh ja, nee, Palestina is schuld, nee, Israël is schuld. Terwijl ja. er gewoon ouders zijn op dit moment die compleet van de kaart zijn... omdat hun kinderen gewoon weg zijn. Hun, hun baby's zijn gewoon weg. Ja. Weet je? Dus uh, nou, uh, ja, nou, ik ga niet meer over dode baby's praten... want ik ga echt keihard janken straks... Maar uh, ja, dus dat doet mij gewoon pijn. Dus elke keer wanneer iemand dan uh, pro-Palestina of pro-Israël probeert te zijn. en komt met, uh, met redenen waarom we de een of de andere moeten steunen. dan denk ik gewoon van: hou je fucking bek dicht. en zie gewoon in dat er gewoon leed is. extreem veel leed aan beide kanten. en dat deze situatie niet verder door kan. en dat wij niet meer moeten wegkijken. wanneer het weer eventjes stil is. maar iedereen zit te borrelen in hun, in hun pijn en hun trauma. Totdat de bom de volgende keer weer barst. En daarom vind ik dat de internationale gemeenschap ook hier iets tegenaan moet doen. Er moet gewoon hier iets tegenaan gedaan worden, want het kan niet zo verder. We weten dat ja. de huidige regering van Israël niet oplossingsgezind is. We weten dat de huidige regering van Palestina niet uh, oplossingsgezind is. Dus weg ermee. Het is gewoon weg ermee. We weten dat beide, beide kanten, dat de meeste van de burgers dit niet willen. Ze willen dit niet aan beide kanten. Dus ja, voor wat zijn we nog bezig? Gaan we, gaan we weer afwachten tot dit is afgelopen? En dan over twee jaar is het weer raak. Weet je, het staat echt helemaal nergens op, man. Ja, en weet je wat ook het vermoeiende is? Ik heb letterlijk al heel mijn jeugd moeten horen in de moskee dat er mm. kinderen doodgaan in Gaza, dat mm. er zakken rondgaan. Ik weet nog dat mijn moeder van die aanzichtkaarten kocht met uh, huilende moeders erop getekend. Mm -hmm. En dat, dat ze zo die baby op een graf legt. Ik weet het nog heel goed. Dat werd in de ramadan en zo verkocht. Uh, en dat er aangebeld werd om geld op te halen voor Gaza. Want uh, die oorlogen zijn volgens mij al zo vaak geweest. Ja, het is al 75 jaar gaande. En ja. alle, Turk, alle Turks, alle islamitische jongeren... zijn ook opgegroeid op social media door filmpjes. Al 15 jaar van ja. ouders die hun dode kinderen uit het puin halen en zo. Ja, precies. Weet je? Dus de schade die je daarmee doet. Want daarmee zeg je ook als wereld tegen de moslimjeugd. van. ja, het boeit niet. Het boeit niet. De levens van die mensen boeit niet. En dat is gewoon heel verschrikkelijk. Dat is allemaal schade die je aan gaat doen. in bepaalde communities. die gewoon moeilijk weer recht gaat kunnen trekken. Waarbij al die mensen gewoon denken: van ja, de wereld, overheden. die geven niet om moslimlevens of zo. Weet je, want heel vaak. er is ook heel veel kritiek geweest van. oh ja. De Oekraïners dit, maar bij de Palestijnen. En weet ik wat. en ik geef ze voor een deel gelijk. Ik geef ze voor een deel gelijk dat wij echt veel meer hebben gedaan voor Oekraïners dan voor uh, dan dat we ooit hebben gedaan voor Palestijnen, zeg maar. Natuurlijk, ja, het is dichterbij, want het zijn in eigen belangen zo. Ja, het is ook 100%. niet per se dat ze denken aan Oekraïners. Het is gewoon van Rusland kunnen ze missen. Ja, ja, 100 Maar en daarom, Israël al niet. die dingen hebben wel zeg maar neveneffecten in de zin van. Want het is niet meer zo dat de, dat, dat de wereld bestaat uit landen die uit homogene groepen en homogene ideeën en homogene meningen bestaan. Alle landen bestaan nu uit verschillende groepen met verschillende meningen. En zodra jij de een of de andere voorttrekt en daar niet. Ja, eerlijk in bent, dan ga je onevenwichtige uh, landen krijgen met onevenwichtige uh, ja, ideeën in de populaties van hoeveel de overheid om zich geeft of niet geeft, ofveel, of hoeveel de wereld om zich geeft of niet geeft. En dat gaat uh, leiden tot heel veel chaos. Ja. En dat allemaal omdat we, ja, omdat we, omdat mensen hun heilige land willen of weet ik veel wat allemaal. Het is echt gestoord, man. Ja, ik vraag me af. Uh, sommigen zeggen ook dat dit de derde wereldoorlog wordt en zo. Ja, denk ik vraag ik me ja. af hoe het verder gaat. Wat de invloed is op de verkiezingen. Ik, ik ben echt down om een atoombom te droppen op Israël. Samen met de Palestijnen en zo. Geef iedereen gewoon uh, een week om weg te gaan. Drop een atoombom op die plek alsjeblieft. Wat, wat lost dat nou weer op? Nou, dat uh, ze gewoon van nul moeten beginnen en samen moeten opbouwen en zo. Alsof ze dat gaan doen. Ja, nou, dan moeten ze dat doen. Dan... Uh, ...pistool tegen hun kop en dan moeten ze dat doen. Ja, sorry, ik vind het echt... Uh, ik Misschien vind zijn het, er andere oplossingen dan een atoombom. Ik, ik vind het echt... <laughs> ja, vast <laughs> wel. Ik, <coughs> ik zeg het ook al, al, alleen maar als grap. Als semi-grap. <clears throat> maar, uh, ja kijk, het is duidelijk... ...dat we niet onze handen ervan af kunnen houden... ...en denken van, oh ja... We laten het gewoon en kijken waar ze uitkomen of zo. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Plus, als je een atoombom gooit, dan uh, heb je toch ook onschuldige kinderen, baby's. Hè? Nee, je geeft ze gewoon is... een week tijd om weg te gaan. Ja, waar moeten ze weggaan? Die gazanen kun je nog niet eens naar Egypte gaan. Ja, gewoon uh, ergens uh, de woestijn in, in, het, in, het, in het. Ja, zuiden. dan uitsterven. <coughs> <coughs> uh, ja. <coughs> ja, ik zou, kijk, als ik Amerika was, dan zou ik gewoon Israël binnenvallen, de regering uitmoorden, Palestina binnenvallen. De regering uitmoorden en vervolgens gewoon. Uh, is het niet ergens, dat dacht ik laatst ook, is het niet de taak van de Britten om het op te lossen? De Britten te... hebben dit voor... Fucking ja. Britten jongen, het zijn <laughs> altijd de fucking Britten. Ja, en nu hebben ze helemaal geen mening erover. Of Dus Christus, ik weet man. het niet, maar. Fucking Britten. Toen Palestina moet... van, van ons was, toen het van de Turken was... Ging was het, was het best het, goed. Ja, ging het echt goed. Gewoon 400 jaar uh, best wel veel vrede daar. Maar uh, ja. En dan komen de Britten, Britten, Britten hebben het aan beide kanten beloofd en dit en dat. En, er, en toen ja. hebben ze hun handen ervan afgetrokken. Ja. Maar ja, dat, dat, ik vind wel dat ze nu hun shit mogen opruimen. Ja, maar kijk, dat laat het dus ook zien: het feit dat dit allemaal afkomstig is van zo'n domme zet van de Britten. Dat laat zien wat voor grote impacts dat soort domme zetten kunnen hebben. Ja, dus daarom. Want die jarenlang, wat zoveel levens kost ja, nog steeds. We die tijd gewoon genegeerd van ja, nee, we gaan niet meer En dat los, bloed ligt letterlijk aan hun handen, van ja. de Britten. Ja. Niet, niet van het volk okay, nu Oké, nieuw leeft, plan. We maar... gooien een atoombom op het Verenigd Koninkrijk. Nee, op Engeland, sorry. Ierland en Schotland die zijn wel lief. Fuck de, de Engelsen. En, en dan doen we gewoon kop of munt. En dan gaan of de Palestijnen naar het Verenigd Koninkrijk of de Joden. Ja, vind ik wel. <laughs> ik vind echt dat Britten gewoon <laughs> ja, dit moeten oplossen. Britten moeten gewoon één van hun eilanden opofferen... en dan uh, aan de Palestijnen Want We hebben het geven. toch nu, Anno, nu, ook altijd over... wat is de schade van de kolonisatie geweest? Hmm. Herstelbetalingen, nou, dit? Suriname, <laughs> ja. dit en dat. Dit is de grootste schade van de kolonisatie ja. geweest. Dus ja. ze mogen wel herstelbetalingen geven of iets. Of ik weet niet wat ze willen doen. Maar ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Maar ik vind dat... De VN of iets, een organisatie ze daarop mag ja, aanspreken eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb ook geen oplossing. Soms lijkt het alsof we een soort van een, uh, een wereldregering nodig hebben. Ja, maar dat is toch zo vaak geprobeerd in de geschiedenis. Ja, want zodra Amerika iets fucked-ups doet... is er niemand die Amerika op de vingers kan tikken, bijvoorbeeld. Nee, ja, klopt. Maar dat geldt of ook bijvoorbeeld hel. voor, uh, weet ik veel... klimaatverandering aanpakken. Dat moet je ook wereldwijd doen. Maar dan trekt Amerika zich weer terug. En dan, ja. en dan gaat Br uh, Britten gaan Britten weer uit de EU. En, dit en, ja. en de Paris Accords worden weer niet gehaald. Wie, wie kan daar iets op zeggen, zeg maar? Ja, daar zijn we een beetje... dat moesten we dus doen ten tijde van toen de atoombom werd uitgevonden. Weet je? Dan hadden we gewoon één wereldregering... en dan had alleen die atoombommen... En dan werd je gewoon geforceerd om je aan te sluiten. En als je dat niet deed, kreeg je een atoombom op je kop. En verder had niemand atoombom. Dus ja, weet je, soms heb je een, um, een leider nodig, die, een, een leidend orgaan nodig, die krachtiger is dan de rest. Ja, dat is toch het hele idee van een regering? We ja. hebben ooit in de geschiedenis bedacht, oké, okay, dit gaat niet. Laten we een soort van centraal orgaan hebben, ja. die, uh, hoe noem je dat, wat zegt ISI altijd? Verzameling wapens, wapens ja. monopolie op geweld. Ja, maar daarom, en, en wat doe je daarna als die het niet redt? Dan heb je een nog grotere organisatie nodig als de EU ja. en zo. Ja, precies. Maar blijkbaar vinger... is niemand op het idee gekomen, of het is in ieder geval niet gelukt. Van hé, uh, hey, wat doen we als uh, de ene tegen de ander gaat of uh, niet ja. eerlijk behandeld wordt? Dan hebben we nog een centraler orgaan nodig, zeg ja. maar. Nou, ik denk. Ja, dat het probleem is dus altijd mensen. Het is altijd mensen. Ja, precies. Ja, en ja, weet je wat, dus ik, ik, ik blame mensen niet omdat ze partijdig zijn. Ik bedoel, als je Arabier of Moslim bent, snap ik helemaal dat je pro-Palestina bent. Als je Jood bent, snap ik ook helemaal dat je pro-Israël bent. Um, omdat je nieuwsvoorziening en zo is allemaal super gekleurd. De verhalen die je hoort, je emoties spelen, je wraakgevoelens. Dus uh, ja, ik vind het ook moeilijk om. Uh... Ja, maar goed, je hebt, je hebt eigenlijk net uitgelegd dat Israël vooral de boeman is. Ja. Nou. Ja, kijk, beide partijen zijn sowieso schuldig. Nu klinkt het weer alsof ik een pro-Palestina... Eigenlijk ben ik wel meer pro-Palestina. Ik, ik gewoon... Wat maakt jou niet pro-Palestina? Alleen de veroordeling van Hamas. Maar dan kan je nog steeds wel pro-Palestina zijn. Ja, maar tegelijkertijd is het, is het ook zo dat... Uh, Jij bent toch niet palestina... pro-Israël? Nee, ik ben niet pro-Israël. Maar ik ben, niet heel, ik ben ook niet heel erg pro-Palestina hoor. Vind uh, je wel dat, de is, uh, dat Israël mag bestaan? Oh ja, 100 procent. Maar Israël ze moeten heeft... alleen zeg maar, het bezette gebied. Uh... Dat, ja, Israël heeft alle recht om te bestaan. Alle grond die ze hebben overgekocht waar ze rechtmatig eigenaar zijn, dat is gewoon hun grond. Dat is gewoon hun grond. Dat kan niet. Dat is ook zo'n ding. Er wordt altijd geroepen: From the river to the sea, uh, bla bla. Dus dat betekent dat Israël gewoon van de kaart moet. Nee, dat betekent dat niet. Dat, hebben, dat heeft echt iemand verzonnen. Je van gaat... de rivier naar de zee toch? Ja, maar wat, wat is de rest van die zin? Palestine will be free. Wat nou dan. Hoe de fuck betekent dat dat Israël... Nou is, volgens mij... Zijn Palestijnen nu vrij in Israël? Nee. nee. Dus als ze, als ze vrij zijn in Israël, dan zijn ze vrij toch. Dan hoeft Israël toch niet meer... Als er geen apartheid meer is in Israël, mm -hmm. dan zijn ze vrij van de river to the sea toch? Ja, maar volgens mij interpreteert men het wel als dat Israël... Dan? Ja, dus mensen die het proberen te, te spinnen naar een soort van antisemitische, terroristische uitspraak, die roepen dan dat betekent dat... Want kijk, altijd wanneer je het hebt over dat Israël uh, Palestijnen even uh, uh, met hetzelfde rechten moet behandelen... ...of dat ze een gestolen land terug moeten geven, wordt het gespind. En daarom zei ik ook van, ze moeten antisemitisme niet delen dat als troefkaart gebruiken. Dan wordt het gespind naar, oh dus de Joden moeten vernietigd worden. Nee, nee. Het is ook echt alsof, alsof je zo'n getraumatiseerd kind hebt die elke keer wanneer je het een beetje kritiek zegt van... ...oh dus jij wilt mij doodmaken. Nee, nee, je krijgt gewoon kritiek. Je bent gewoon fout bezig, dus je krijgt kritiek. Want deze mensen leven niet vrij. En die mensen willen vrij leven. Maar dat betekent niet dat je dood moet. Dat is niet wat het betekent. Nee, maar volgens mij wordt Israël toch door veel Arabische landen niet erkend of zo. Of het bestaan wordt niet erkend. En volgens mij zijn best wel veel pro-Palestina mensen van mening... dat Israël gewoon helemaal niet mag bestaan. Dat het überhaupt gewoon bezet land... dat heel het land terug van de Palestijnen moet nee, zijn. Nee, heel dat toch? land is... Kijk, er zijn delen van het land dat, dat gewoon gekocht is... Daar hebben, ze ja. gewoon de, daar hebben ze gewoon recht op. Maar het bezette land, dat. Maar is er wel teruggeven. een soort orgaan die dit zegt? Behalve dan die uh, Palestijns... Wie maar, maar denk jij dat Palestijnen denken dat Joden weggevaagd moeten worden uit Israël of zo? Ik denk wel dat de meeste Palestijnen dat willen, ja. Echt? Denk je dat echt? Niet Joden, maar gewoon dat Israël weggaat en dat ze weer Palestina hebben, gewoon als heel het land. Want zij vinden toch dat, dat hun land bezet wordt? Ja, omdat een deel van hun land ook bezet wordt. Ja, een deel, maar ja, ik weet niet of het dan alleen om dat deel gaat. Kijk, de mensen die uit hun huis zijn gezet en hun huizen en land zijn kwijtgeraakt, dat zijn de mensen waar de bezetter is gekomen en hun land heeft afgepakt. Ja. Verder heb je nog mensen die hun land hebben verkocht, die er overigens best wel veel geld voor hebben gekregen. Die mensen klagen daar niet om. Die hebben gewoon hun land verkocht. Maar een heel groot deel van de Palestijnen, die zijn... Letterlijk bezet. Er zijn letterlijk settlers gekomen, bezetters gekomen. Die hebben hun uit hun huis gejaagd. Die hebben ja. hun huis met de grond gelijk gemaakt. En die hebben hun e eigen huis erop gebouwd. Maar hoe dus groot is dat tegen? gebied dan? Best wel groot. <coughs> Want Israël zelf is zo groot als Noord-Holland en Zuid-Holland. Wat mm -hmm. niet zo groot is. Dus welk gebied van Israël is dan onrechtmatig bezet? Vraag ik me af. Je zei dat sommige mensen heel erg pro-Palestina uh, waren in de groep. Vinden die ook dat deel nee, ja, maar... van... Twee mensen. Maar mij vinden wel. die ook dat een deel van Israël nog steeds mag bestaan? En... Oh nee, die mensen zijn compleet uh, anti uh, Want dat dinsentuur. is wel mijn ervaring ook op de moskee en zo. <coughs> ik heb nooit gehoord van ja, een deel van Israël mag bestaan of zo. Ik heb altijd juist het verhaal. Ja, gehoord. maar ik denk dat het dan puur echt om de naam gaat. Want heel veel van de Joden die in Israël. Ja, niet heel veel. Een groot deel komt gewoon uit fucking Europa en Amerika. Maar uh, een deel van de Joden die daar woont, die woont daar altijd al. Want je hebt gewoon de Midden-Oosterse, Noord-Afrikaanse Joden. Mm. Die daar gewoon woonden, die gewoon precies op Arabieren lijken. Nee, de Joden wel, maar de regering Israël gewoon. Ja, dus de regering zelf. Dus bijvoorbeeld die prime minister die gekild werd. Hij was uh, geboren in Israël. En al die andere mensen uit uh, de politiek, die komen gewoon allemaal uit uh, andere landen. Zijn ze gewoon geëmigreerd naar. Uh, ja. Naar, uh, want als je kijkt naar. Uh, wacht, hoe heet hij ook alweer? Als je kijkt naar die guy die uh, bijvoorbeeld Ding had vermoord. Die Rabin had vermoord. Hoe heet hij ja. nou? Jigal uh, Amir. Nou, dit, dit, dit lijkt gewoon op een uh, Arabier, toch? Oh ja, dus dit precies. Het lijkt gewoon op een Arabier, maar dit is dan gewoon een, 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 een Israëlische... Uh, een, uh, ja, een, eigenlijk een Palestijnse Jood of een Israëlische Jood, of hoe je het ook wilt zeggen. En ze noemen ze... <laughs> toen, uh, <laughs> toen hij de prime minister had vermoord, Hij heeft ook een Arabisch klinkende naam, Amir. Ja, toen hij de... Uh, 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 ding had vermoord. De, maar ja, Yigal, Yigal is niet echt... Uh, maar amir betekent is gewoon emir. Het betekent gewoon... Uh, hmm. betekent gewoon heer of zo. Maar um, toen hij de prime minister had vermoord, zei de Israëlische regering van het was een Jordaneese guy met krullen. <laughs> Om het op een Arabier te laten lijken. Oh ja. Dat <laughs> gewoon een Israëlier. Maar zit hij nu wel vast of zo? Of wat? Ja, hij, zit, hij heeft levenslang. Zijn broers die hadden meegewerkt, die zijn in 2020 vrijgekomen of zo. Maar gewoon, Wel uh, raar dat hij niet als held wordt gezien door rechts. Uh, hij wordt uh, door uh, rechts. Dan zou je denken gezien. dat Netanjahu hem vrijlaat, toch? Ja, kunnen ze niet. Want in 2001 hebben ze dus uh, een wet uh, doorgevoerd: uh, waarbij een, een pardon onmogelijk is voor moordenaars van uh, prime ministers. Oh ja. Dus okay. uh, dat eigenlijk. Ze hebben nog een beetje democratie. Mm, ja. Maar ja, ja, de settlements een groot deel zijn. Uh, dus de settlers population. Maar dus als je. Uh, kijk, ik maar heb het is dus vooral begrepen. de Westbank hier zeg maar. Dus kijk, hier heb je dit deel van Israël. Ja. Hier heb je niet echt settlements en zo. Hier heb je niet heel veel gestolen land. Ja. Maar het is vooral hier, de Westbank, waar uh, land wordt ingepikt. Dus Israël zelf is net als Noord- en Zuid-Holland? Dat mm. heb ik begrepen. En dan is dat niet genoeg voor ze of zo? Waardoor ze dus naar de Westbank. Nee, want ze moeten, dit, ze moeten vooral dit deel innemen. Dit deel rondom Jeruzalem, dit is, oh, de, is de heilige. Heilig. Ja, de Westbank en zo, en zo dat, is de heilige, uh, dat zijn de heilige gronden. En, en dat daarom... hebben ze dus nooit gekocht, maar dat, daar zijn ze gewoon gaan settelen. Ja. Um, nou, als je het hier even kijkt hoor. Westelijke Jordaan-oever. Kijk, hier zijn gewoon de grote steden. Dus Tel Aviv, Olon, dit zijn gewoon de grote steden. Dit, zijn, dit is gewoon gekocht land als het ware. Ja. En hier, dit is waar al die settlements komen. Hebron, ja. Ramallah, uh, Nablus, Jericho. Dat zijn ook allemaal uh, uh, bijbelse namen. Bethlehem. Maar dit, dit, is, de, dit is het, het heilige deel, als het ware. Ja, en dat precies. is uh, het deel waar ze... Dus dat, doet, dat is wat Israël ook doet. Dan proberen ze gewoon Israëlische jongeren uit Amerika, uit Europa, naar Israël te lokken. Ja. En dan word jij een settler. En dan ga je gewoon ergens een mm. landje pik spelen. En Ik dan... vraag me wel af, want die plek is toch ook heilig voor moslims, of niet? Mm -hmm. Of is ja, het dat... niet zoals Mecca? Nee, of het is zo? net zo heilig voor moslims. Waarom uh, ontfermt. Uh, ja. ja, kom ik weer bij dezelfde vraag. Dan zouden toch moslimlanden zich echt daarover druk moeten maken, zeg maar? Ja, ik denk dat het duidelijk is dat de meeste moslimlanden. achter gesloten deuren niet heel erg moslim zijn. En dat het ze niet echt boeit. Ja, Levenin blijkbaar niet. Het kapitalistische wereld. Het gaat iedereen alleen maar om geld. Het gaat verder om precies niks. Het gaat gewoon om geld. En als er geen geld te halen valt, dan uh, ja. De enige manier hoe Gaza nog hulp kan krijgen van Saudi-Arabië is. als er een uh, fucking olieveld wordt gevonden eronder. Dat is de enige manier. Ja. Voor de rest uh, zie ik dat niet echt gebeuren. Nou, we hebben toch allemaal mensenrechtenorganisaties? Waarom? Ja, en die, en die keuren het allemaal af. En die kunnen niks. niks doen. Ja, want kijk, normaal is het van, oh, dan zegt Amnesty van, joh, in uh, Irak gebeuren dit en dit. Of in uh, Saddam Hussein is uh, Koerden aan het vergassen en weet ik veel wat. En, we van. en dan komt Amerika van, oh ja, dat mag niet. Dus wij gaan naar Irak en wij gaan Saddam Hussein aanvallen of weet ik veel wat. Maar ja, als je al 300 keer allemaal dingen hebt geroepen over Netanyahu en alle, alle afschuwelijke dingen die hij heeft gedaan en gezegd. Dan, en alle corruptie en whatever, alle oorlogsmisdaden. Dan is van ja, als niemand iets doet, ja, dan uh, is er niemand die iets doet. Het is gewoon als duizend keer aangifte doen bij de politie. Maar de politie doet niks. Want het is een beste vriend waar je aangifte tegen doet. Dus uh, dan krijg je dat. Ik vraag me af of Amerika, zeg maar, stel ze willen gewoon de mensenrechten volgen en zo. En ze willen gewoon Israël uh, cancelen. Mm -hmm. Hoeveel last hebben ze daarvan? Israël is. Uh, ja want wat hebben ze precies aan Israël? Israël is heel belangrijk. Israël staat op de top op het gebied van cybersecurity. Um, zij kunnen. Dus zij kunnen Amerika helpen op dat gebied. Ja, ze helpen Saudi-Arabië ook heel erg op dat gebied. Um, en ze willen die kennis niet verkopen als je ze kent. Nee, de prins van um, Saudi-Arabië die had bijvoorbeeld de telefoon gehackt van Jeff Bezos. Mm -hmm. Jeff Bezos ging scheiden omdat um, zijn vrouw erachter kwam dat hij vreemd ging en zijn vrouw kwam erachter dat hij vreemd ging omdat de prins van Saudi-Arabië zijn telefoon had gehackt. Met software uit Israëli Israël. Dus, uh... nu, waarom houdt de prins zich daarmee bezig? Ja, omdat hij een van de machtigste mannen op aarde is. Dus je kan hem daarmee uh, blackmailen. Oh ja. Je kan hem daarmee gewoon chanteren. Dus als uh... Jeff Bezos vreemd gaat, dat zou niemand verwachten. <laughs> een van de rijkste mannen ter <laughs> ik vind wereld. Dat is ook raar dat je gewoon getrouwd bent tot, tot zo'n persoon. Dan denk je van nee, hij is vreemd gaan. ik ga scheiden. Maar ja, misschien is het juist als vrouw dan wel van. Oh, ik heb bewijs dat hij is vreemd gegaan. Dus ik kan nu de helft van zijn vermogen meenemen oh, ja. bij, uh, <laughs> bij de scheiding. Want zij werd daarna ook de rijkste vrouw op aarde. <laughs> maar uh, ja, dat, daar zijn ze goed in. Cybersecurity zijn ze goed in. Genetic Engineering zijn ze heel erg goed in. Uh, wat nog meer? Ja, dat eigenlijk. Een techsector. Dus je, is je kunt vrij ze niet cancelen, want schrijven. dan heb je geen uh, cybersecurity. Ja, onder andere. En als je ze als vijand zou hebben, ze, zijn, ze staan wel aan de top qua cybersecurity. Dus ze zouden zo. Uh, alles dus, uh, van jou kunnen ja, hacken enzo. Ja, ze hebben Iran's, uh, Toen Iran bezig was met uh, kerncentrales, uh, hebben ze zelfs die gehackt. Terwijl ze ja. niet eens aangesloten stonden op het inter aan het internet. Dus, uh, Misschien dus is het een goed. idee dat Amerika zoveel investeert in universiteiten dat ze beter worden dan Israël. Ja. Ja, en moet, dan kunnen ze Israël cancelen. Er moet uiteindelijk gewoon een regime change komen. Er moet een regime change komen van een wat uh, minder rechtse overheid. Een seculiere overheid. Uh, alleen het volgende probleem dat je dan gaat krijgen... is dat het, het, het deel van religieuzen in je land is heel groot... en die hebben heel veel macht. Yeah. Uh, want het ex is exact hetzelfde als in uh, islamitische landen, weet je. Net zoals ik vertelde dat de rabbi gewoon orders geeft aan het leger... van de prime minister moet dood of weet ik veel wat allemaal. Uh, uh, merk je gewoon dat die macht heel erg af aanwezig is. Dus ja, hoe zorg je ervoor dat die macht weggaat? Dat kan niet echt. Tenzij je fucking rabbis gaat afknallen of zo is Dat uh, meer een kwestie van uh, een, een populatie die gewoon moet, uh, wat meer moet seculariseren met de tijd of zo. Maar ja, maar uh, gaat dat wel gebeuren? Ja, Ik precies. heb een podcast gehoord waarin ze zelfs een provider hebben waarmee je niet op elke website kan ja, en weet ja. voor wat. En je mag alleen de coaching ja. nummers bellen ja. en weet ja. voor wat er zijn eigenlijk gewoon straten waar als je gewoon loopt en je bent gewoon een beetje je hebt beetje wat uh, 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 open kleding, dan gooien ze gewoon uh, stenen op je hoofd oh. dus, uh, ja, ze, 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 er zijn heel veel... Weet je hoe ik daarachter kwam? Zeg maar, vroeger had ik een, um, had ik een uh, Facebookpagina, de Dutch Atheist. En toen ging ik altijd zo islam zo van die domme islamfilmpjes, weet je, van afschuwelijke dingen die ze in Irak Iran doen en zo. En toen op een dag DM'de ik zo met een moslim die zo boos was. En ik ging hem gewoon trollen van, ah, weer een moslim die boos is en weet ik veel wat allemaal. En toen zei hij van, ja, maar als je atheist bent, waarom, waarom kritiseer je alleen de islam? En toen dacht ik van, oh ja. <laughs> van ja, je hebt eigenlijk gelijk. Warm kritiseer ik eigenlijk alleen de islam. En toen ging ik ook christelijke filmpjes zoeken. Die vraag dat krijg ik ook altijd. Ja, maar dan ja, maar, denk ik, ja, maar, ja, maar omdat ik, het, ik weet niks van het Jodendom. Ja, maar precies. Maar kijk, op persoonlijk vlak, als ik gewoon persoonlijk uh, daarop antwoord zou geven, zou ik zeggen: van ja, kijk, dat is de geschiedenis die ik heb ermee, en dat is wat ik ken. Dus dat is wat ik bekritiseer. Ik bekritiseer wat ik ja, ken. Ja, en je hebt genoeg Joden die uit het Jodendom stallen. Ik ja. heb daar een fucking podcast over gemaakt. Ja, en je hebt daar boeken, orthodox, bla bla bla. Maar als je zeg maar een, een atheïstische Facebook-pagina maakt, dat is wat algemener. Dus dan wil je het wel zo breed mogelijk pakken, weet je? Ja. Dus toen ging ik echt op zoek naar christelijke dommigheden op het internet en zo. En toen de Joden, Joden dommigheden. En er zijn gewoon filmpjes van Joden die dan in een vliegtuig zitten. En dan hebben ze gewoon een zak over hun hoofd gedaan. Omdat er op het telefoon, het, het, het tv-scherm voor hun, een film is waar ze zoenen of zo. Dus dan ja. gaan ze allemaal een zak over hun hoofd dragen. Of op, in Israël, dat de, de Joden gewoon, uh, dat is een reclame van een shampoo-merk of zo. En dan mag dat blijkbaar niet, want het is een mooie vrouw of zo. Ik ja, weet je hebt niet. echt veel Joodse madness. Ik kwam daar ook in die podcast achter. En ik heb ja. allemaal podcasts uh, erover geluisterd en boeken over gelezen. Dat ze uh, met een laken ertussen met een gat erin hun vrouw neuken of zo. Ja, ja, en, uh, ja. ja gewoon geen ja. elektriciteit gebruiken ja. uh, op zaterdag. En, uh, ja. en die communities hebben je in New York zijn bijvoorbeeld heel groot. En er zijn heel veel. Kijk, net zoals je in. in in de islam heel veel rare sectes hebben met rare gebruiken. En zo heb je dat in de jooddom ook. Bijvoorbeeld in een van de sectes, um, wanneer ze het kindje besnijden, want dat doet de rabbi dan gewoon, dan zuigen ze de bloed uit de penis. Dan zuigt de, de rabbi aan de penis van je kindje, wie zijn voorhuid hij net heeft losgesneden, dan zuigt hij het bloed eruit, dat het schoner is. En dat heeft in New York uh, gezorgd tot een herpes epidemie omdat de baby's herpes kregen van de mond van de rabbi die aan de lulletje van het kind dat, te <laughs> dat zijn. een rabbi herpes heeft <laughs> ja, ja zeg maar dus dat soort dingen gebeuren dan ook en dat vind ik dan jammer want omdat we dan kijk en, en dan gaat het op de een of andere manier dan gaan er weer mensen zijn, dan is er een jood die kijkt En denkt van: Oh, dat klinkt een beetje als antisemitisme en zo. Want dan ben je gewoon feiten aan het, aan het dingen zijn, Net zoals ik dat Maar ook dan kun je alles islam. als antisemitisme. Ja, precies. En dat vind ik dan heel erg jammer, want het wordt heel snel in het hoek gezet van kritiek op, 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 op Jodenhaat of zo. Maar dat is het niet. Ik probeer juist duidelijk te maken dat hoe fucking gestoord islam is. En hoe gestoord het christendom is. Net zo gestoord is het Jodendom. Mm. Dus het, en wij hebben heel vaak in ons idee, in ons hoofd, het idee dat Israël. Dan bestaat uit allemaal seculiere, moderne mensen en Palestina dan uit allemaal barbaren en zo. Maar in de realiteit is dat niet zo. Dat de is ook een beetje omdat die religieuze gemeenschappen niet zo zichtbaar zijn. Dus Precies. iedereen die als toerist Precies. naar tel is gaan, ja, die zit alleen maar uitgaan. Ja. Clubs. Weet en ik denk dan ja, Israël is gewoon zo en Israëliërs zijn zo. Maar ik heb heel veel Israëlische vrienden. En die vertellen we allemaal van de meest fucking beruchte buurten. Waar je zelfs de normale Israëliër niet langs wilt komen. Omdat je er letterlijk een baksteen langs je hoofd vliegt. Omdat ja. je enkel zichtbaar is, zeg maar. Maar ik irriteer me sowieso aan mensen die zeggen... Oh, maar ik ben in een geweest en ik zag geen <laughs> enkele hoofddoek. Ja. En dan denk ik van, wat wil je dat ik zeg? Ja, het het ik, dit soort domme dingen heb ik altijd bij lezingen. Ja, het lijkt daarop. Zo van... Eer in Turkije, maar in Antalya heb ik nooit zoiets gezien hoor. Ja. Dus het is gewoon echt uh, ze gaan dan naar een gigantisch groot land en dan gaan ze naar één gebied of naar een paar gebieden Antalya, ja. Bodrum, bla bla letterlijk de meest toeristische kusten en zo. En ja, Turkije, Turkije is toch hartstikke modern dit en dat, heel anders dan de Marokko en weet ik veel wat. En dan denk ik echt van ja, is goed, is goed uh, Anita is goed. Ja, precies. Ja. Dat ze ook gewoon niet beseffen dat, dat zo'n ja, land echt hetzelfde. heel veel diversiteit heeft en het is maar net in welke wijk je komt en blablabla. Bla bla. Ook in Istanbul. Ja, maar daarom en om zeg maar eerlijke meningen te vormen over al deze dingen moet je dus een zo breed mogelijk informatie hebben van al deze aspecten. Weet je, want iedereen heeft een andere view door naar de dingen te kijken en ja, hoe breder de informatie is die je binnenkrijgt, dus des dus te de realistischer je view wordt. En voor wat, van wat ik nu zie, op media en op het internet, zit iedereen echt gewoon weer. Je hebt, dan heb je weer echt zo'n lijn. Uh, iedereen aan deze kant of aan deze kant, maar in het midden kan je gewoon bijna niemand vinden. Kan je gewoon letterlijk ja. bijna niemand vinden. En ja, dat is gewoon uh, ja, Vind op, ook uh, het tribalisme weer. Ja, op de Dam heb je dan aan de ene kant protest voor Israël met alleen maar Israëlische vlaggen. En aan de andere kant heb je Palestijnse vlaggen. Ja, en dan vind ik, de, de, ik vind het ook jammer dat bijvoorbeeld de politie had gezegd van berg je Israëlische vlag op. Ja, omdat het een kleinere groep Onderweg naar huis bent of zo. Ja, maar dan denk ik van... Ik vind dat echt ook dat van die Joodse scholen die beveiligd moeten worden. Heel gemeen hoor, wat ik nu ga zeggen. Maar ik vind dat het gewoon, dat gewoon... Ja, voor mij is dat gewoon marketing. Voor mij is dat gewoon marketing, omdat het gewoon goed uitkomt om... Ja, ik heb al... Dus wel jij denkt dat ze niet echt beveiligd moeten worden? Dat de scholen vrij moeten zijn. omdat Hamas heeft gezegd. dat je solidariteit moet hebben met de Palestijnen. Ja, ik vind dat een compleet geschifte claim. Ik weet compleet niet in hoeverre er mensen dat soort scholen aanvallen. Ik weet niet. Nooit. Ja, misschien. In Londen was er wel zo'n restaurant aangevallen. Ja, maar er is nog nooit een Joodse school aangevallen in Nederland. Ik weet nog niet. nooit. Dus, en, en het rare is ook: het rare wat ik ook vind. is dat al die scholen. zijn beveiligd. Al die scholen zijn beveiligd, want joodse gemeenschap is fucking goed georganiseerd. Cilie is fucking maar goed georganiseerd. Waarom zijn ze beveiligd? Omdat... Dan is er toch gevaar of niet? Ja, ja. Of jij denkt echt dat er nul gevaar is? Nee, er is. Nooit... Ik denk echt niet dat mensen voor de lol beveiligen. Er is, er is nooit nul gevaar. Dat 100% niet. Kijk, ik. Uh, ja, ik ga nu te veel details weggeven. Ik heb ooit, uh, tenminste een vriend van mij heeft ooit moeten inbreken in een uh, synagoge uh, door onze joodse vrienden die dus gaan over. De beveiliging van de synagoge. Ze wilden zien of de, synago of de, of de beveiliging van de synagoge wel op het niveau was. Waardoor een vriend van mij moest proberen in te breken in de synagoge en zo. En dat soort dingen. Maar ik ken de mensen die, ach of, of, die, die uh, achter die dingen aangaan. Van oh, dit moet beveiligd worden en dat moet beveiligd worden. En over het algemeen is het gewoon een garantie. Het is gewoon een garantie om zeker te weten dat dingen niet gebeuren. Want Joden zijn fucking goed georganiseerd. Maar het hele idee. Dat er dan een daadwerkelijk. Kijk, er is natuurlijk een risico, maar er is altijd een risico op elke fucking school, op heel de aarde, dat er iets kan gebeuren. Maar het hele idee dat omdat Hamas dat heeft gezegd, er een reëel risico bestaat dat zoiets gaat gebeuren, vind ik echt zwaar overdreven. En ik geloof ook best wel dat het extra wordt overdreven om een beetje in te spelen aan die kant, zeg maar. Mm. En tegelijkertijd worden al die scholen ook beveiligd. En het feit dat jij dan een, een school die beveiligd wordt, waar dan een politiepost aan voor de deur staat. Gaat sluiten uh, voor een paar dagen. Dat klinkt voor mij nog ongeloofwaardiger. Want je school is al beveiligd. Dus nu wil je claimen dat het de, dat de risico zelfs zo hoog is. dat zelfs je beveiligde school een gevaar loopt. Of misschien zeg maar. willen die ouders dat of zo. Omdat ze denken. Nee, dat er uh, is letterlijk. Immer, kijk, wat, zijn er aanvallen op Joden geweest in Nederland? Nee. Er is niks op Joden geweest Volk in Nederland. Volgens mij wel. Ik zag in parool dat Joodse restaurants uh, steeds aangevallen werden. Nu? Echt? niet nu maar een tijdje oh ja, een geleden. Tijntje, nee, maar dat was niet een Jood, Dat was één Joodse restaurant in Amsterdam, dat was het oost of zo, waar die verwarde man steeds de ruit insloeg. Die Marokkaanse man, die steeds oh, Palestina, en weet ik veel wat goed. Dat ja. was één joods restaurant in Amsterdam. Ja. Dus, ja, maar nou dan, dus daar vandaan, daar vandaan. Uh, ik ken zelf ja, geen andere voorbeelden nee. Ja, Hakarmel ha ha heette het inderdaad. Nee, ja, hij heeft die is, uh, zaak dus gesloten. Maar um, dat was dus de guy die... Uh, ja, hij heeft zijn zaak moeten sluiten daardoor. Ja, maar het was dus de guy die... Uh, later is die man opgepakt en uh, bleek hij dus... Uh, ja, maar denk je niet dat er meer zulke mensen zijn? Bega nee, maar waar? Ik weet niet. Als er meer van die mensen zijn, dan doen ze die dingen, toch? Dus waar zijn al die dingen? Ja, nee, ik uh, heb ze ook niet gezien. Nee, maar daarom? Dus dan, dan, maar dan wordt er uit... uit er wordt gedaan... Kijk, aan de ene kant... Oké, okay, misschien is het ook niet dat ze het doen voor de marketing of zo, hoor. Misschien doen ze het omdat ze daadwerkelijk een heel erg getraumatiseerd volk zijn. Die de beste van de beste garantie willen dat er niks gebeurt. Maar het hele idee dat je je school... En ik vind het ook... Het is ook zo gestoord. Want is het dan van... Hoe lang gaan ze die scholen sluiten? Eén, Eén dag? dag? Ja, vrijdag. Moet ik het verder vertellen? Hoe... hoe dom dat is, moet ik verder vertellen hoe... Dus maandag zijn ze weer open, bedoel Ja. 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 Dus het is voor mij, voelt het heel erg als een soort van... PR-stunt, weet je. En het voelt bijna kwaadaardig... om dat te zeggen, maar zo voelt het wel. Want er... Het lijkt gewoon nul reëel risico te zijn. Er is nog, nog nooit een Joodse school of zo aangevallen. Of pin me daarom ook niet op vast. Dus het zal misschien wel gebeurd zijn of zo. Maar uh, en dan is het van, oh, we gaan één dag dicht blijven. Want er is een risico op onze scholen die al beveiligd worden. Maar maandag zijn we weer open. Want dan is het risico opeens verdwenen of zo. Ja. Weet je, het is dus voor mij. Dit klinkt gewoon voor mij echt heel extreem ongeloofwaardig. En ik heb dat wel vaker meegemaakt van CD's. Ze doen hele goede dingen. Maar tegelijkertijd roepen ze ook bij elke scheet antisemitisme. Wat dan weer we uh, ja, kracht wegneemt van de daadwerkelijke antisemitisme. En bij elke scheet roepen ze weer van... Oh, onze leven staat in gevaar. Wat dan ook ervoor zorgt dat we het minder serieus gaan nemen... wanneer hun leven echt gevaar loopt. Dus uh, voor mij voelt het als een hele PR-stunt, als het ware. Ja, ik weet het niet. Ik ga daar geen uitspraken over doen. Waarom ben je bang van de backlash van de joden aan de, aan, in de elite? Een grapje. Dat klinkt echt als een complot. Ik vraag me wel of uh, ik zag net Antwerpen staan. Daar zijn natuurlijk heel veel. Waarom die dan niet meer maandelijks uitbetalen de joden? Heb jij heb je jij check van deze maand nog gekregen? Kijk, mij hebben ze niet betaald. Dus daarom zit ik nu allemaal deze, deze kritiek op. Te ja, klopt. Leveren. Ik werk voor een krant die van uh, Reuters is. En Reuters is van de joden. Uh, even kijken of er joodse scholen zijn aangevallen hoor. Nee, het is alleen ze blijven vrijdag dicht. Hoeveel Joden ken ik? Ik ken die cartoonist, Ruben Oppenheimer. Ik ken Roniet. Ik ken niet verder, zoveel Joden en een paar schrijvers. Nou, gaan dus, Die drie scholen gaan dus dicht. Ze gaan gewoon één dag dicht. Want op, jullie weten het jongens, op vrijdag is er een reëel gevaar op aanslagen op. Misschien wel dat zo'n islamitische dag is. Hebben ja, dat maar volgende, volgende week zo. vrijdag dan is het verloren. Want je weet, die, die islamitische terroristen zijn zo dom. Die denken van als het deze vrijdag niet kan, dan ga ik het nooit doen. Natuurlijk. Ja, sorry. Het is echt een domme PR-stunt. Ze zeggen het zo overduidelijk. En dan denk ik van, ja... Kom nou niet weer aanlopen. Kijk, ik vind, het heel erg, uh, ik vind het heel erg kut voor iedereen in Israël. En ik vind het heel erg kut voor iedereen in, in Palestina. Maar don't make this about you. Alsjeblieft. Alsjeblieft don't make this about you. Ja... Ik denk dat we deze aflevering wel kunnen afsluiten. Maar wacht, wat is onze conclusie? Ik wil even een conclusie. De Atoombom oplossing is... Op Engeland? Nee, nou. nee, nee. nee. <laughs> ja. Ik vind dat of de Britten het moeten oplossen... dat gaan ze niet doen. Of um, VN, mensenrechtenorganisaties, et cetera... die moeten ingrijpen, maar ja... die kunnen niet zoveel. Ja, er moet gewoon een reset komen. We weten dat het huidig niet werkt. We weten dat beide regeringen aan beide kanten niet werken. Dus uh, die moeten gewoon geforceerd worden om aan beide kanten af te stappen. En dan uh, gaan we democratische verkiezingen houden uh, waar alle, alle inwoners van Israël aan mee kunnen stemmen. En dan, ja. Maar als we even een That's kant it. moeten kiezen, dat vinden mensen heel fijn om dat te horen, mm -hmm. voordat ik allemaal comments krijg met... Uh... Ik sta aan iedereen's kant die tegen burgerslachtoffers is en geen burgerslachtoffers goed praat. Dat is de kant waar ik aan sta. Elke, ik sta achter Palestijnen, maar elke Palestijn die burgerslachtoffers goed praat mag van mij creperen. En ik sta achter elke Israëliër die, uh, die, uh, uh, die het kwaad dat zijn uh, regering doet uh, ook uh, afkeurt. Ja. Zoals ik achter elke Palestijn sta die het kwaad dat Hamas doet afkeurt. Maar als die grenzen er niet waren, dan waren deze mensen gewoon allemaal inwoners van hetzelfde land. En dan waren deze mensen ook hetzelfde volk en dan hoefden we achter niemand te staan, behalve achter uh, de inwoners van uh, whatever je dat land dan ook wilt noemen. Maar dan als noem... we even een resume moeten geven, eigenlijk is het zo gegaan dat Israël jarenlang Palestijnen in een openluchtgevangenis heeft gezet en steeds ja. meer, steeds meer hun huizen, hun grond, et cetera, heeft ingepikt, steeds ja. meer mensen weggestuurd, uh, steeds meer uh, die mensen wanhopig heeft gemaakt. Met raketaanvallen die mensen heeft getraumatiseerd, die familie verloren. Ze hebben de journalist vermoord, wat we hadden besproken. Ze hebben tijdens haar begrafenis mensen geslagen. Tenminste, het Israëlische leger. Dus, naturally, zeg ik dan, is er een terreurgroepering ontstaan. Want dat uh, gebeurt bij getraumatiseerde mensen. Ja, die ontstond ja, huis... stond er wel echt veel ver van tevoren hoor. Maar de terreur is gewoon geëxtremiseerd. Ja, of tenminste, dat er, er meer... zijn mensen geweest die hoe meer zich aansluiten, de druging, Hoe meer bij terreur. Ja, precies. Er zijn natuurlijk, je hebt, je hebt altijd nieuwe mensen nodig, anders besta je niet meer. Dus ja. mensen die getraumatiseerd zijn door Israël sluiten zich aan bij Hamas. Want ze weten niet wat ze anders moeten. Want iedereen laat hun aan hun lot over. Inclusief Arabische moslims, broeders, zusters. Ja. Van mensenorganisaties hoeven ze het niet te hebben. Van Europa hoeven ze het niet te hebben. Van Amerika helemaal niet. Dus dan denken ze: ja, dan gaan we maar uh, ja, festivalgangers vermoorden of zo. Ja. Ik weet ook ja. niet waarom de keuze daarop is gevallen. Als nee, helemaal zijnde, maar. Nee, want ze zijn gewoon het land binnengevallen en ze kwamen gewoon. Kijk, je kan niet echt bepaald sturen met die parachutes. Kun je niet echt bepaald sturen, je komt gewoon ergens neer. En uh, ze kwamen gewoon ergens neer, wat eigenlijk de woestijn zou moeten zijn. Maar uh, ja, er was gewoon een festival aanwezig. Ik denk niet dat het hun doel was om festivalgangers af te schieten. Want Hamas weet ook wel dat dat niet in hun voordeel werkt. Waarom koos Hamas er niet voor om de Israëlse regering aan te vallen? Uh, omdat je niet vanuit de, vanuit Gaza ga je niet met zo'n parachute. Zeg maar Tel Aviv kunnen binnenvallen, als het ware. Waar je terecht komt, zijn de uh, buitenste. Uh, regio's als het ware dus, dus ze hebben gewoon puur gekeken naar oké okay, wat is bereikbaar en wat niet ja want ze moesten en... over de ze moesten over de muren heen uh, en dat hebben ze gedaan met de uh, parachutes met paragliders en dan hebben ze de grensposten neergeknald en ja. daarna hebben ze met een uh, bulldozer hebben ze de muren afgebroken en toen uh, is iedereen uh, ja is iedereen ontsnapt? Denk waar. je dat Palestijnen beter af waren zonder deze aanslag van Hamas? Of dat het eigenlijk niet uitmaakt? En dat bij oh, ze waren op korte termijn waren ze sowieso beter af zonder deze aanval. Want dan hadden ze de, de, de raketaanvallen deze drie dagen lang niet gehad met alles. Dan waren ze gewoon redelijk veilig. 450.000 mensen zitten nu gewoon zonder huis. Weet je, ze hebben al ja. die huizen afgeknald en zo. Dus ja, dat dus is het. Voor... Is het nou goed geweest dat Hamas uh, dit heeft? Nee, gedaan. op de korte termijn niet. Maar tegelijkertijd. Maar op de lange termijn ook niet. Ja, maar dat weet je dus niet. Want je weet niet of, of dit soort tegenstrubbelingen. of die ervoor zorgen dat er veranderingen komen. Weet tegelijkertijd... je, welke verandering gaat er komen? Ja, maar welke verandering gaat er komen als ze niks doen? Weet je? Dan ben je in ieder geval veilig. Ja, precies. Maar dan ben je gewoon veilig in je gevangenis als je niks doet. Weet je? Dat dus is dan... volgens mij wel beter dan doodgaan. Ja, ik denk, het, ik, denk het, ik denk voor de meeste mensen dus niet. Ik denk dat het voor de meeste mensen leven en. Ik denk dat voor de meeste mensen daar leven en dood niet eens heel veel meer uitmaakt. Ik denk dat het gewoon. Um een Hele ideologische kwestie is in hun hoofd en niet echt uitmaakt of, uh, of ze. Kijk, die mensen weten gewoon dat hun toekomst ergens naartoe gaat en ze zitten in de gevangenis vast. En het enige wat ze zouden vinden. Maar ze hebben toch wel iets van een leven? Uh, gewoon, ja, maar Ze hebben barely. in ieder geval eten, een gezin, kinderen. Je zegt zelf: helft van de bevolking is. Ja, maar, kind. Je, zit, ja, maar je, zit, je zit vast, zeg maar. Je zit vast. Je hebt bijna geen geld, want je kan gewoon bijna niet werken. Um, er, er is bijna geen geld dat binnenkomt in het land. Het land heeft niet echt bepaald een. Dus die ja, mensen land. waren eigenlijk al doodongelukkig, bedoel je? Uh, ongelukkig. Ja, ik weet niet of ze ongelukkig zijn. Ik weet niet of ze dat ooit meten. Maar ze hadden in ieder geval geen fijn leven. Dat uh, weten we wel. Ze, hebben in geval, ze zijn in ieder geval niet vrij, weet je. Dat is waar het uite uiteindelijk om draait. Ze waren niet want, vrij, maar nu gaan ze dood. Want de mensen. Ja, er zijn een paar duizend mensen dood gegaan inderdaad. Misschien gaat er, er meer geen... dood, we weten niet wat er is. Ja, maar daarom dus, dus wat is de logica dan dat je gewoon niks moet doen en je wordt gewoon onderdrukt, dus je moet onderdrukt blijven. Weet je? Kijk, het is hetzelfde met alle andere dingen. Laten we zeggen je bent slaaf, ja. Je bent slaaf en ja, je krijgt gewoon te eten. Je krijgt af en toe wel een zweepslag, maar je krijgt gewoon te eten. Je hebt onderdak, je hebt warm en weet ik veel, je kan binnen slapen, je moet een beetje werken en zo. En dan ja, ik zei een revolt, dan ga je met uh, 400 slaven ga je dan op in opstand komen en dan vermoord je, je je eigenaar en zijn familie en weet ik veel wat. Mm. En dan word je gepakt, want die eigenaar, uh, of de witte man, die is sterker dan jou, dan word je gepakt, word je gefolterd, worden je kinderen vermoord en weet ik veel wat allemaal. En dan is het van, oh ja, wat heb je nu bereikt? Is het goed? Is het nu beter geworden wat er is gebeurd, ja. weet je? Maar als al die slavenrevolten er niet waren, dan was de slavenbevrijding uh, 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 dan ook nooit gebeurd. Volgens mij dan is de bevrijding gewoon... niet gebeurd door de revoltes. In heel veel landen dus wel. In oh. heel veel landen dus wel. In, op heel veel eilanden vooral uh, hebben de slaven de slavenhouders uh, weggejaagd de, en een groot deel vermoord letterlijk, ja. zeg maar. Dus je kan niet altijd, ja, je kan, als je onder druk bent, kun je niet onder druk blijven. En altijd wanneer je in een onderdrukte positie zit en daaruit probeert te komen, zal het altijd gepaard gaan met geweld. Altijd mm. gepaard gaan met geweld. En wanneer jij geweld toepast op jouw aggressor, dan zal die vele malen grotere geweld op jou toepassen. Dat zal altijd gebeuren. Ze gaan nooit met gelijke munten. Ja, ik vraag me ook af wat Hamas zeg maar dacht. Dat, Niks. Ik bedoel, je valt Netanyahu ze aan. Ze weten dat ze niet kunnen winnen. Ze weten dat ze niet maar kunnen waarom winnen. De... Omdat je een overwinning nodig hebt. Je, hebt een, je moet je. Kijk, het is voor ons moeilijk om voor te stellen hoe het is om zo hulpeloos te zijn. Om zo hulpeloos en getra getraumatiseerd te zijn. Dus dan is het heel moeilijk om je daarbij neer te leggen. Dus dan heb jij gewoon af en toe een overwinning nodig. Waarom zijn al die, al die kinderen stenen aan het gooien op een gepantserde auto? Wat. wat wat bereiken ze ja, daarmee? Ja, dan doe je tenminste iets. Ja, ze, ze voelen het. Zorgt ervoor dat jij je niet meer zo zwak en zo hulpeloos en zo whatever voelt, dat jij ook kracht hebt, zeg maar. En in veel podcasts zeiden ze dat ze dat deden, zodat Saudi-Arabië niet meer de normalisering van, want er was iets gaande, dat Saudi-Arabië Israël zou erkennen mm -hmm. en dat de handels. Wat maakt het uit voor voor uh, Gaza? Nou, ze zeggen dus bijna in elke podcast dat Hamas dat absoluut niet wilde. Ik weet ook niet waarom, want ze doen nu toch ook niks. Ja, maar... het idee is nu dat, dat Iran ze heeft gesteund. En Iran en Saudi-Arabië zijn een hele zijn ja. grote vijand. Dus maar waarom steunt... Uh, ja, goeie. Waarom steunt... Iran heeft best wel veel geld. Ja. Ze hebben alles wat je wil. Ja, ze steunen, dus ze het, steunen het een klein beetje, maar ze steunen het niet genoeg om ja, te winnen. Het, het idee is ook... Ja, maar het is ook moeilijk om het openlijk te steunen, zeg maar. Weet je, want Iran, Iran heeft scheid aan de wereld. Voor, ja. wat, voor wat is het moeilijk? Omdat alles wat jij... Um, in Gaza wilt krijgen, moet door Israël. Zeg maar. Weet je? Je kan dingen niet in Gaza krijgen zonder dat Israël dat ook wil. Dat is vrij moeilijk. Dat, uh, ja, dat moet dan via de grens van Egypte en zo. En ja, Egypte en Iran, dat zijn ook niet hele goede ma maatjes. Maar omdat het gewoon een gebied is binnen Israël, um, ja. Dat is ook de reden waarom Gaza niet zijn eigen economie kan starten ofzo. Waarom het nooit iets gaat worden, omdat ze gewoon hermetisch zijn afgesloten. Het enige waar ze iets mee kunnen is uh, Egypte. En Egypte wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Want Egypte wil zaken doen met Israël. Maar die heeft geld. Gaza heeft geen, geen, geen reet. En ik zat ook te denken, zoveel mensen, zoveel mensen wonen er niet in Gaza. Het zijn maar 2,4 miljoen mensen. Mm -hmm. ja. Waarom... Doet niet een land wat niet zo dicht bevolkt is hun allemaal in hun land nemen. Eigenlijk. Ja, is, nou maar Israël zou dat kunnen doen. Israël is gewoon best wel niet bevolkt. Die zou dat zo kunnen doen, maar... Israël wil dat, dat niet, niet, want daar nee. zitten terroristen bij, dus dat snap ik wel. Maar... Nee, maar, ja, maar het zijn er 2 miljoen en hoeveel procent daarvan zijn terroristen, denk je? Want de helft ervan zijn kinderen. Hè? Israël had gewoon kunnen zeggen van, oh de helft is kinderen, letterlijk, 40 is onder de 14. 40% is onder de 14, 50% is ja, onder de Ja, maar Israël 18. wil een Joodse staat zijn. Dus ja, maar precies. Een... Dus als je niet eens 40% van die bevolking neemt, wat kinderen zijn, dat je zegt van... Kom, hier heb je tenminste een beter leven of whatever. Zelfs dat wil je niet doen. Dus het gaat niet om... Er zijn terroristen en weet ik veel wat. Israël heeft fucking terroristen onder zijn eigen bevolking. Nee, maar goed, kijk, Israël... Het hele idee dat Israël... Dat dat er, is er alleen nog Joden... een etnisch zuivere ja. staat. Ja, ja, daar zijn ze ook gewoon open over. Ja. Ja, maar ik vraag het. me af: 2,2 miljoen mensen is niet veel. Hè? Ja. Turkije heeft 5 miljoen Syriërs, geloof ik. Dus mm -hmm. uh, waar doet iedereen nou zo moeilijk over? Waarom, waarom kunnen die mensen niet ergens 4 onderdak 4 krijgen? Huh? 3,4 miljoen. Ja, ik weet niet. Uh, bij Fatih Altaylı zeiden ze 5 miljoen. <laughs> ja, dat is de Turkse Alternative Facts. <laughs> ik weet het echt niet meer. In ieder geval miljoenen Syriërs. Ja. Uh, 2,3 miljoen is toch niet zoveel? Trouwens, Turkije dacht ja, dat alle, uh, alle Gazanen naar Turkije zouden komen. niet ja, <laughs> waarom. Uh, het zijn ook Turkse alternatieve facts. Die denken, ja, die Gazanen die gaan gewoon even een vliegtuig pakken vanaf het vliegveld in Gaza natuurlijk. <laughs> Op zich zou echt gewoon een land als Saudi-Arabië of zo, zou ze gewoon allemaal. Ja, ja maar, maar waarom okay. moeten ze dat doen? Die mensen. Want die mensen anders doodgaan. Ja, maar het is hun land. Dat ja, dat land, snap ik wel, maar, maar ze zijn je... zwak en ze krijgen het niet meer terug. Ja, maar dan zeg je eigenlijk dat gewoon... Ja, maar je, je moet naar de realiteit kijken. Mm. Ja, maar dan zeg je eigenlijk dat gewoon Amerika, kan Nederland binnenvallen. En dan uh, ja, pikt het gewoon, dan, haalt het, dan trekt het ons uit onze huizen. En dan we ja. het onze huizen en dan bouwt het nieuwe huizen en weet ik veel wat. En dan vragen wij aan alle landen zo van... Jo, maar wat moeten we doen? Want deze grootmacht heeft uh, ons van onze. Uh, als, jij, grot... als jij aan je lot wordt overgelaten. en dan, dan zegt ze van. oh ja, dan... Slowakije, heb je dat wel geprobeerd? <laughs> ik hoor dat het uh, warm is deze tijd. Ik, nee, ik, dat... ik vind dat niet zo belachelijk. Want je hebt geen hulp. Wat wil je doen als piepklein Nederlandje? dat nou, iemand geholpen moet worden, eigenlijk. Ja, tuurlijk. De, ik wil ook dat iemand Palestijnen helpt. maar ik zie dat het niet gebeurt en niet gaat gebeuren. Ja, maar daarom, en dan moeten we eraan werken. Dat het wel gebeurt. Maar wie is we? Er is geen wereldregering. Ja, okay, wie is maar, we? Maar Amerika. Dat, ja, ik weet het, maar als dat niet kan, dan kan die mensen exporteren naar een ander land dan ook niet. Weet je? Dat is volgens mij best makkelijk. Nou, hoe? Hoe? Ja. Dan zegt bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, Iran: ik wil uh, alle gazanen naar ons. Dan, dan ja, maar waarom zouden ze dat zeggen? Want als Iran dat gewoon kan zeggen, dan kan Israël dat ook gewoon zeggen, zeg maar. Nee, Israël is een etnisch-joodse staat, dus die gaat dat niet hmm. zeggen. Maar... En Iran wil geen, wilt geen Palestijnen in hun land. Waarom zou iemand geen 2,3 miljoen Palestijnen met een Omdat jonge het bevolking het willen? Omdat er mensen zijn en Iran en shia Oké, okay, in Irans wil... geval snap ik het. Maar waarom zou Saudi-Arabië of een van die andere uh, landen dat niet doen? Omdat ze allemaal hetzelfde hebben. Of Turkije. Zelfs Turkije Arabi... kan dat doen. Hmm. En Turkije wil ook een etnisch-zuivere staat. <laughs> nee, want, want ze nemen al ook? zoveel Arabieren. Dan kan en... er die 2 miljoen ook wel en bij. Saudi-Arabië wil dat ook. De, al die landen hebben iets tegen. Nee, maar zij zijn Arabieren. Waar hebben ze iets tegen Arabieren? Palestijnen en Arabieren zijn niet hetzelfde. Volgens mij zijn het redelijk dezelfde. Ja, dan zijn Joden en Arabieren ook hetzelfde. Want Palestijnen en Joden zijn meer dan elkaar verwant. Palestijnen, Palestijnen zijn en... moslims, hebben dezelfde cultuur als sunni moslims. Ja, nou maar ze hebben verwante taal. Wat is precies het verschil? Ze zien er hetzelfde uit. Ja, maar Joden in Israël zien er ook hetzelfde uit. Als nee, die dragen toch geen. Uh, die hebben toch geen islamitische cultuur en die, uh, Nee? zelfs de keuken okay, van maar, de Palestijnen je, lijkt toch wat op bedoel de... je met dezelfde mensen? Want genetisch zijn de joden in Indonesië. Ik bedoel qua cultuur. Gewoon taal, religieuze gebruiken, moskee gaan, speciale feestdagen. dan lijken alle moslims op elkaar. Alle sunni moslims lijken toch op elkaar. Dan kun je Indonesiërs ook, dan je de Palestijnen naar Indonesië sturen. Ja, dat kan toch Nee, maar zo werkt dat toch niet. Indonesië is wel een beetje ver. Dat is echt een hele simpele kijk naar. Ja, jullie gaan naar de moskee. Wat is daar zo simpel aan? Die mensen passen toch bij elkaar? Nee, hoezo zouden die mensen bij elkaar passen? Ze zijn toch geen vijanden van ons? Letterlijk Irak en Iran het niet eens met elkaar kunnen vinden, of Afghanistan en Irak niet eens met Iran elkaar kunnen shiïti's. vinden. Iran is Shiitisch. Oké, okay, Afghanistan en Irak bijvoorbeeld. Als die het niet eens met elkaar kunnen vinden, Waarom als Saudi-Arabië die... en Qatar het niet eens met elkaar kunnen vinden. Als, als Kuwait en Qatar het niet met elkaar kunnen vinden. Als UAE en Saudi-Arabië het niet met elkaar kunnen vinden. De hoe de fuck gaat. Je kan niet zo simpel kijken van oh jullie lezen de Koran en spreken Arabisch en gaan naar de moskee. Dus jullie horen bij elkaar. Het is zo een Voor bekijken. de helft jonge bevolking. Ja. Het is gewoon. Je kan ze als working population zien. Ja, of In weet Israël ik wel. bijvoorbeeld, in het land waar in hun Ja, eigen maar Israël thuisland. is de vijand, die wil ze niet. <laughs> nee, maar het gaat er niet om dat Israël ze niet wil. Het gaat erom dat er een regering is op dit moment die ze niet wil. Dus die regering ja. zijn zin geven. Is gestoord. Want dan zeg je tegen alle regeringen in, op aarde: van ja, doe gewoon mensenrechten schendingen. En zo, zolang er niemand iets tegenaan kan doen, kun je dat gewoon blijven doen. Dat is een gestoorde reden. Ik vind het, het gestoord dat er nu raketten gaan vallen op Gaza. Ja, precies. Dus daar moet je dan iets tegen doen als international community. Je moet niet zeggen: van... Wie is oh, de ja, international community? Nou, Europa, Amerika, al deze landen. Dus als al deze landen. We hebben, keuzes... net, we hebben net vastgesteld dat zij hun security-beveiliging uit Israël halen. En dat dat letterlijk. Ja, geen prima. Nou, maar, nee, maar prima, maar niemand zegt dat ze dan Israël met de grond weg moeten vervagen. Of helemaal geen zaken meer moeten doen met Israël. Maar je kan wel internationaal Als je kritiek geeft, uh, krijg je toch geen handel meer van Israël? Oké, okay, prima, maar dan zetten wij daar toch ook gas achter. Dat is niet echt een probleem. Dan zet je fucking 14 vliegdekschepen voor uh, de, de kust en dan is het helemaal prima. Het hele idee dat je er niks aan kan veranderen is een gestoord idee. Ik maar vind dan, dat niet zo gestoord. Hoe, dus jij gelooft daadwerkelijk dat je er niks aan kan veranderen? Het nou, is hebt dit me net... een van de enige dingen in de hele wereld Tuurlijk, waar je niks aan kan nee, veranderen. Je <laughs> kan het wel. Het is niet dat je door een bliksem geraakt wordt. Je kan. Ja. Maar dan heb je geen. Uh, dan word je gecanceld door Israël. Dus dan heb je geen cybersecurity meer, Oké, okay, maar een dan voorbeeld. heeft Israël ook heel veel dingen niet. Snap je? Je betaalt die prijs aan beide kanten. Als wij dat gewoon kunnen doen... Kijk, als wij tegen uh, Rusland kunnen zeggen van... ja, fuck jou. En Rusland draait gewoon de gaskraan dicht. En oh nee, einde van de wereld. Oh nee, onze, hu onze gasprijzen in de winter zijn zo erg. Het gaat een tijdje kut voor jou zijn. Maar voor de rest maakt het helemaal geen reet uit. Dus toch? jij we denkt... Er, we zijn er onderuit gekomen, toch? We hebben uh, fucking... Uh, uh, we, hebben, we, hebben lopen, we, hebben, we hebben lopen kopstoten met een wereldmacht, met Rusland. We hebben ze een dikke middelvinger gegeven. Het is voor hen even kut geweest. En maar is Rusland geen stelt geen moer voor op de wereld. Nee, Rusland stelt juist... Stelt ze hebben juist, de economie van Nederland. De, Rusland stelt juist veel meer voor dan Israël. Want Rusland uh, uh, die levert veel meer kritische infrastructuur dan bijvoorbeeld een Israël. Ze leveren gas voor heel Europa. Ja, maar gas maar halen we nu gewoon uit Qatar. Ja, of precies, precies. Dus al die dingen kunnen veranderen. Dus het hele idee, want volgens dezezelfde logica wat jij nu zegt, hadden we dus Rusland nooit, dit is eigenlijk Baudet's argument voor Rusland destijds ook, dat we Rusland nooit moeten boycotten, want dat zou ten koste gaan van Europa. Nee, want wij kunnen economie. overleven zonder Rusland. Ja, en, en wij kunnen ook overleven zonder Israël. Dat kunnen we. Dat kunnen we. Je gaat er een prijs voor betalen, maar dat hoort erbij. Dan Onge vind ik dat we die prijs moeten betalen. Ongeschonden ervan afkomen is onmogelijk. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Maar het probleem is ook dat het niet aan Israël zelf ligt, maar het ligt gewoon aan de huidige regering. En die is niet zo, die is niet zo rigide als dat Poetin dat was, bijvoorbeeld. Dat is een veel makkelijker uh, 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 taak. Alleen het probleem is dat we al die tijd gewoon achterover hebben gelegen... En gewoon hebben gekeken, terwijl het hele uh, Israëlische volk de wereld aan het waarschuwen was dat Netanyahu alleen maar meer en meer macht naar zich toetrok. En wij keken gewoon en we bleven gewoon staan en we keken ernaar gewoon, alsof er gewoon helemaal niks aan de hand was. Dus hebben we ons gewaarschuwd ervoor, letterlijk. Dat het een, een extreem rechtse regering is die uh, autoritair probeert te worden. Ja. En ja, nu moeten we af maar... van die regering en op, uh, 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 ja, een regering in de plaats krijgen die vredelievend is, aan beide kanten. Kijk, ik ik volg Biden, hij is links. Mm -hmm. Ik denk dat hij in zijn hart pro-Palestina is. Um, maar hij kan het niet, want je hebt net uitgelegd, die evangelisten, blablabla. Mm -hmm. bla, bla. Dus hoe wil je als Amerikaanse president dan dat er doorheen krijgen? Kan dat gewoon? Ik weet het niet, ik ben geen Amerikaanse president, ik ben ook geen politicus, maar ik weet wel. Maar stel dat een president dat echt wil, mm -hmm. word je dan niet gewoon afgezet? Of nee, maar schiet je bedoel... dan niet jezelf in de voeten? Nee, ik bedoel. Uh... Afgezet worden is sowieso. Je vrij. zegt net, christenen hebben heel veel macht, want zij geloven in dat heilige land. Bla, ja, die bla. hebben heel veel macht natuurlijk, maar afgezet worden is toch wel, heel wat anders. Ik bedoel, wat de fuck heeft Trump allemaal gedaan? Is hij ooit afgezet of zo? Nee, toch? Ja, Trump heeft geen kritiek op Israël. Nee, maar dat is toch niet de, de, het ergste wat je kan doen op aarde. Er zijn veel ergere dingen die je kan doen op aarde waar helemaal geen problemen mee. Uh. Trump heeft niks gedaan waar de soort van de Senaat en zo niet mee eens is, toch? Of ik, ja, behalve nou. linkse mensen, maar. Nou, nou ja, best wel veel dingen gedaan. Maar, maar kijk, los daarvan hoort de conclusie niet te zijn dat, oh, Israël is gewoon zo. Dus dan moeten de Palestijnen maar weg. Nee, dat zeg ik land. niet. Maar ik vraag me af welke Amerikaanse president dat kan zeggen zonder gelijk afgezet te worden. Of zonder dat de Senaat. Je zegt nou, net van 80% toch van de Senaat? Of wat was het nou? Ja, nee, dat was de van de bevolking. Maar uh, allereerst. Hoort uh, Amerika te staan achter een seculier Israël? Uh, Amerika hoort onze westerse waardes van uh, separation between church and state, hoort het uh, daarachter te staan, ook in Israël, mm -hmm. ook voor onze bondgenoten. Yeah. En bij de uh, aankomende verkiezingen hoort Amerika, een seculiere leider, uh, die oplossingsgericht werkt, die vredelievend is, die hoort het te steunen daarin. Kijk, ik maak allemaal grapjes over Israël binnenvallen en weet ik veel wat allemaal. Ik denk niet dat dat echt heel erg positief is. Uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon politiek opgelost worden. En het kan opgelost worden, maar het kan alleen opgelost worden als de wereld daar een oogje in het zeil houdt en aan wilt meewerken. Want zoals ik al zei, we, we waren er gewoon. Het probleem dat nu onoplosbaar lijkt, was in de jaren negentig gewoon bijna opgelost. Ja. Het was gewoon bijna opgelost. Totdat er een politieke moord werd verricht. Waar op de een of andere manier niemand iets van af weet. We kennen allemaal. Uh, Theo van Goghem, Pim Fortuyn en weet ik veel wat. Maar een van de meest succesvolle politieke moorden die ervoor heeft gezorgd... dat we nog steeds in deze shitshow zitten, kent niemand op de een of andere manier. En dat de persoon die ervoor heeft gezorgd nu letterlijk aan de macht is van Israël... Kent ook niemand op de een of andere manier. Dus dat zijn wel delen van de geschiedenis die we in ons achterhoofd moeten houden. Zodat we weten dat het niet onmogelijk is om het op te lossen. Dat we eerder vlakbij de oplossing waren. Maar dat er gewoon heel veel partijen partij zijn die niet willen dat het opgelost wordt. Die gewoon het als heiligschennis zien. Dat, uh, dat land teruggeven aan de Joden. Uh, aan de Palestijnen als heiligschennis zien. En daar moet gewoon een stokje voor gestoken worden. Want als wij uh, naar, naar, de, naar de. Hoe heet het, Naar de laarzen dansen. Hoe, hoe is die spreekwoord? Hm. Naar, naar de, de pijpen dansen. Naar de van religieuze gestoorden. Of ze nou joods of christen zijn. Dan is het gedaan met ons. En uh, ja, daar moeten wij ons. Vooral als Europa, vind ik. Uh, want wij hebben een veel sterkere seculiere cultuur dan Amerika. Uh, Amerika, als zij daarin het voortouw niet nemen. dan zou de Europese Unie dat moeten doen. Uh, ja, daar moeten we ons in het, gewoon heel erg sterk voor maken. En daarom wil ik ook gewoon dat heel veel mensen begrijpen. dat er aan beide kanten een religieus motief is. En dat het niet uh, seculiere tegen religieuze moslims is of zo. Het zijn gewoon religieuze aan beide kanten. En uh, ja, dat. Ja. <coughs> ja, het moet gewoon heel veel onder de aandacht komen en zo, dit soort feiten. Want uh, hoe je dingen verandert, ook slavernij en weet ik veel wat. En alles wat we hebben veranderd is omdat een groep mensen dat onder de aandacht bracht. En boeken ja. overschreef en dit en dat. En, ja. en daarom dus is het dat... dus het compleet gewoon on... Uh, onproductief om dan kanten te kiezen en dan de andere kant van alles en nog wat te verwijten of naar bepaalde dingen te wijzen van oh kijk wat hun doen en kijk wat hun zeggen dan denk ik van ja het is denk ik wel moeilijk want <tosses> um, kijk heel veel dingen veranderen uh, <tosses> de goede kant op als heel veel mensen zich daar druk om maken en dat dan een grote groep inziet van oké okay, misschien is dat niet zo handig wat we nu doen dus mm -hmm. laten we dit doen maar als de media zo pro-Israël gericht is, ja. dan is het wel moeilijk, omdat, ja, ik denk dat meer een deel van Nederland pro-Israël is, toch? En ook ja, meer een deel van ook. Europa, en meer een deel van Amerika en zo. Ja. Dus wil je al die mensen overtuigen van het, is, van het Palestijnse verhaal, dan moet daar heel veel media-aandacht media -aandacht op komen, want media-aandacht is power. Ja, precies. En. Uh, niet alleen TikToks en zo, maar gewoon uitgebreide krantenartikelen en dit en dat. Ja, en er zijn gewoon niet echt... Uh, er zijn niet... En op de een of andere manier heeft de media dat niet genoeg. Nee. Er zijn geen spokespersons die de, de Palestijnse kant of de kwestie uitleggen. Er zijn geen mediaorganisaties vanuit de Palestijnse kant die al die dingen doen. Je hebt gewoon letterlijk een paar, een handjevol vrijwilligers die gewoon met vrees voor eigen leven berichtgeving uh, in dat gebied doen. Ja, maar ze en, hoeven uh, niet Palestijns te zijn. Uh, er zijn toch gewoon hele slimme, weet ik veel, Arabieren. En dan uh, kan er eentje denken van oké, okay, ik ga mijn leven wijden aan lobbyen ja, voor dit ze. verhaal. Ofzo. Je hebt ze, je hebt dat soort mensen. Je hebt, dus, je, hebt, je hebt ook gewoon Palestijnen zelf. Je had bijvoorbeeld uh, Mohammed el Koert, Palestinian writer en poet. Hij is gewoon zijn huis en allemaal dat soort dingen kwijtgeraakt. En hij is uh, uh, ja, vrij groot daarin. Uh, maar zo iemand zou eigenlijk gewoon zo. veel aandacht moeten krijgen. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, ja. De ja. Joodse organisaties krijgen gewoon veel meer aandacht. Want we, we, kijk, ja, het Westen is gewoon veel meer gelieerd met de Joodse ideologie-identiteit. dan met de <coughs> Islamitische. Dat is gewoon zo. Terwijl uh, eigenlijk zo zou moeten zijn dat het Westen. eigenlijk zou het zelfs tegenwoordig zo moeten zijn. dat het Westen meer gelieerd is met de Islamitische uh, kant. Dan de Joodse kant, omdat. Uh, omdat ja, er ja, veel meer moslims hier ja, zijn. Omdat er veel meer moslims zijn, ja. Dus in de toekomst zal het inderdaad zo uh, moeten, moeten zijn. En dan zal het Noord-Afrika zijn die uh, voornamelijk. Als de Palestijnen een beetje. Als de Israëliërs een beetje flink doorpakken, dan zal het Noord-Afrika de, de Joodse hub moeten zijn. In plaats van New York of zo. Dus uh, ja. Ik weet het niet. Toch gaan het allemaal meemaken. Bedankt voor het luisteren. Vergeet ja. geen donateur te worden. Uh, dat is slechts 5 eurotjes in de maand. Dan heb je toegang oh. tot extra afleveringen, uh, toegang tot speciale content, tot de kookshow. Um, en bijvoorbeeld de vlogs van Umer als hij op vakantie is. Oh my god. Wat? Ja, mijn vriendin heeft gewoon een random, random kat gevonden op straat en die zit nu ook in mijn huis. Dus heb ik twee katten. <laughs> Echt? Okay, ja. Hebben jullie hem gelijk geoond dan? Ja, ik weet niet, al die tijd stuurt ze mijn berichten blijkbaar van ik heb, uh, je moet even iets doen, ik heb hier een kat gevonden en dan een uur later zie ik allemaal video's dat die kat gewoon in ons huis zit. Dus uh, ja, dat gaat leuk worden straks. Oké, okay, je hebt nu twee kids gevonden. Gaan we nog een aflevering opnemen? Of, uh, want Wat is... jij wil? Hoe laat is het? Het is best wel laat. Oeh. Mm. Ja, het is een beetje lastig. Of we doen een hele korte of zo. Ja, we moet gewoon een aflevering van een uur, dat kan nog wel. Of half uur is ook ja. goed. Aflevering van de uur kan nog wel. Nou, tot de volgende keer. Nou, tot de volgende keer.